hem al aangezet. Jongens, wachten tot JT ons toelaat. XD. Nou, dat gaat allemaal lekker, jongens. Nou, ik heb hem al lang aangedrukt, hè. Het is echt... Hij wordt nog steeds niet uitgezonden. Oh, dude. Oh, jongens. Hey, ja, toch weer een kusje van lekker. Let's go, mannen, jongens. Ik smeer het. Deze is goud, jongen, vandaag. Jullie moeten voor de grap eens, jongens, als deze stream klaar is, dus hè, straks, moet je voor de grap terugkijken. Dan zie jij hoe lang ik al aan het wachten ben, want op een of andere manier, let op dit. Hey, jongens, sowieso, what's up, jongens? Welkom bij de stream, jongens. Het is een heerlijke zondagavond. Super dat jullie allemaal weer van de partij zijn. Je moet eens voor de grap checken wat ik dus net zei. Als de stream klaar is, moet je de stream terugkijken. Dan zie je echt gewoon 2 minuten lang mij gewoon lekker lullen tegen jullie. Maar die stream wordt nog niet gelanceerd naar jullie toe. Maar als die dus klaar is, kan je dat stukje al wel terugzien. Zo random. Maar we zijn er weer, jongens. We zijn er weer. Ja, ik weet niet wat het is. YouTube heeft dat sinds laatst of zo een soort van... Dat af en toe gebeurt. I don't know, ik heb het nog nooit eerder gezien vroeger. Maar het zal wel, we zijn in ieder geval. En daar draait het om natuurlijk. Jongens, hoe is jullie zondag gegaan? Hebben jullie een beetje een lekkere dag achter de rug? Of heb je niet zoveel gedaan en gewoon lekker gechilled? Let me know, man. We gaan trouwens gelijk even de stad in. Wow, man. Oké, wacht. Check dit. Fucking hell, man. 467 man in die stad. Wauw, lijpe shit, man. Er zijn echt veel mensen vandaag weer in de stad. Ik zei het ook gisteren, hè. Toen aan het einde van de stream. Van yo, zondag is het altijd de drukste. Dat is altijd de drukste dag van de week. Dat is niet normaal. Hebben jullie dat? Kun je dat begin nu al zien? Serieus? Ik ga stuk houden. Ja, ik snap dat niet. Want ik druk dan mijn stream starten. Op YouTube ook en zo. Maar er staat uitstekende verbinding. Maar hij lanceert het nog niet naar jullie toe. Heel random. Het zal wel. Ik heb geen idee wat het is. Let's go, man. Goed, wat heb jij zo gedaan? Sjoerd, bro. Ik heb een heerlijke chest achter de rug. Jullie moeten even kijken, jongens. Check die chest, bro. Wacht, even die camera ietsjes verder uitzoomen. Ja, jullie zien het niet. Ik heb een zwart t-shirt aan. Maar kijk. Zie je dat? Hier, ik span niks aan, hè? Hier gewoon helemaal zo ingetogen. Kijk. Hier. Oh, dit? Bro, we worden kolenbreed. Want kijk dit dan. Nee, ik weet niet wat het is, jongens. Maar ik vandaag 110 kilo bankdruk. Oké, het ding is, ik zit nu gewoon op een niveautje hoger dan eerst. Mijn PR was eerst 120 en nu is die 125 al. En ik kan nu gewoon 110 kilo in mijn eentje benchen. Terwijl ik dat nooit echt kon. Alright, dus vandaar, man. Show even je rug dan. Zou ik mijn rug even showen? Wacht, ik kom dan een beetje uit beeld. Wacht, dan moet ik hem iets hoger zetten. Ja, mijn rug is een beetje... Ik heb geen rug getraind vandaag. Dat gaan we morgen doen trouwens. Maar bro, check zo eens die armen, bro. Hier, ik schans ze niet eens aan, hè. Kijk, gewoon helemaal los. Kijk dit. Hier. Hoppa, man. Let's go, man. Hier die rug. Kabang, man. Ja, toch? Ja, ik heb echt van die vleugels. Kijk, als ik zo doe, zie je echt die... Die shit, man. Ja, fucking lijp, man. Fucking lijp. We zijn eigenlijk een beetje op een niveautje aan het raken, jongens. Ja, dat mocht wel een keer, man. Nee, super ziek, ouwe. We zitten trouwens ook al in game, jongens. Ja, trouwens. Ik zit trouwens niet goed in beeld nu. Kijk dan hoe ver ik uit beeld ben. Lol, ik doe hem even zo. Let's go, mannen. What the fuck is er gebeurd met die subcount? We zitten al op de 700, bro. Fucking dik. Sowieso love naar iedereen die geabonneerd is, jongens. Ah, Jos met een 1,11 euro donatie. Wat een rennende bedrag. Jos, wat sap, maatje. De eerste donor van de stream, jongen. Hij zegt, yo, maat, hoe was het? Zijn, hoe... Nee, ik zeg het weer helemaal. Ik kan zo slecht mensen hun berichten oplezen. Echt abnormaal hoe shit ik daar soms in ben. Yo, maat, hoe is het? Wat zijn eigenlijk je PC-specs en heb je een Quant 4 gekocht? Groetjes, Jos, sowieso, maatje. Denk voor de 1,11 euro. Ik heb Quant 4 inderdaad gekocht. En voor mijn PC-specs moet je toch even naar mijn setup-video gaan. Of de PC-video kan ook. Daarin staan de specs, zeg maar, beschreven in de beschrijving. Dat is wat makkelijker, linkjes erbij, hè. Noem het maar op. Geen donorsound. Oh, kut, sorry. Ik zat net nog natuurlijk in de Discord sound. Of in de Discord call. Ja, dan moet ik altijd dit uitzetten. Kijk, hier. Vinkje. En nu horen jullie wel alles weer. Sorry, jongens. Sorry, let's go. Hey, thanks sowieso voor het melden even, jongens. Ik had dat niet eens door. Ja, ik hoor wel gewoon geluid, snap je? Dus dat is altijd een beetje irritant. Alright, het is natuurlijk zoals gewoonlijk gewoon weer nacht. Altijd als we net die stad inkomen, is het direct donker. Dat is, het is altijd standaard procedure. Dus ja, het is wat het is. Even kijken. We gaan eerst even naar HB rijden. En ja, voor de mensen die er dus gisteren niet bij waren, dat kan natuurlijk, hè. Ik bedoel, zaterdag is altijd een dag dat iedereen lekker aan het chillen is. Maurice, we zijn een 300 natie. Hij zegt, goedenavond, daar zijn we weer, Maurice, jongen. Hoe is het, maatje? Welkom bij de stream, kerel. Maurice, bro, je bent de top G van de stream, maatje. En waarom staat iedereen zo links in mijn cam? Wat is dit nou weer? Hé, Maurice, broeder. Super, dankjewel, maatje, voor de 3 euro, man. Nice dat je er ook weer bij bent, man. Oké, we doen hem even lekker in het midden. Dat is toch wat cleaner, of niet? Bam. Let's go, man. Super dope, man.
Ja, oké. Okay. Voor de mensen die er niet bij waren gisteren, ik heb een nieuwe auto gekocht. Zo. Ja, ja. Twee nieuwe auto's trouwens. What the fuck? Wij hebben nou... Ik zou ze gewoon allebei even klaarzetten, jongens. Kijk, we hebben deze natuurlijk. Onze dikke, vette... Oh, slechts minuut pik in G800, jongen. Dit is zo'n grove auto, hè. Ja, we hebben dus de G800 gekocht. En een dikke, vette... Bam! BMW X7, boys. Let's go, man. Ja, dit zijn twee off-roaders die we erbij hebben gekocht. Dus eigenlijk is nu ons taak een beetje om een nieuwe snelle auto te kopen. Ik zal even de lampjes aanzetten van deze. Zet ik hem even op slot, hè. Dan pakken we deze even snel. Oh, die staan nog op slot. Nou, oh, nee, dat raampje. Dat is altijd zo raar. Nou, gelukkig kan ik gewoon even... Ja, toch. Even, oké. Ja, even zien. Staff abuse. Kijk dan eens even dit plaatje, jongens. Kijk dit. Even in first person. Oh, dit. De lampjes ook daarboven. Het ding is alleen, kijk, als ik mijn graphics mod uitzet, dan zie je de lampjes wat mooier. Kijk. Kijk hoe grof dat eruit ziet. Ook daarbovenin, hè. Dat vind ik zo dik, dat daarboven. Naar de achterkant lampjes. Ja, dat is niet zo heel shiny of zo. Dat is gewoon in het raam. Maar ja, zonder graphics mod zie je echt die lampjes ook in de bovenkant heel goed. Dus ja, iedereen ziet ons wel op deze manier rijden. Fucking lijp, hè, jongens. Ja, ik vind het zo dik. Ja, het is... Ik weet niet. Ik zoek de hele tijd iets in mijn graphics mod wat dat een beetje verneukt. Vince maat, je telde euro, man. Hey, Vincey. Hoe is het, jongen? Vince, gast. Welkom bij de fucking stream, broeder. Thanks voor de... Oh, krasje. Thanks voor de fucking euro, maatje. Super, dankjewel. Hij zegt, hey, Dylan, ik heb een vraag. Zijn jullie nog op zoek naar de developers die codeertalen beheersen, zoals HTML, CSS, JavaScript, React, Node, JS, TypeScript, Python, OOP en Java? Vince, maatje, ik zeg je één ding. We zijn niet gretig op zoek. Maar, ik spreek niet voor alle devs. Dus ik zou zeggen, wat nou, Vince, als jij even een ticket maakt in onze support Discord. En gewoon die vraag daar stelt. Dan kan een developer, dan kunnen we dat even onderling als, in ons team even bespreken. En wie weet, man, wie weet. Kijk, ik durf het niet te zeggen, maar we zitten sowieso al goed met ons team. Maar Vince, maak die ticket aan. Zo, mijn stem vloog even weg. Hoorde dat? What the fuck, wat is raar, man. Te veel info in één keer. Ja, Jan, ja, dat zijn alle codeertalen. Er zijn heel veel codeertalen. En sowieso natuurlijk CSS, HTML, dat is altijd handig voor 5M. Dus 100% maatje. Let's go, Vince. We nemen geen devs aan. Nemen we geen devs aan, Raf? Ah, ja, oké, goede shit. Nee, kijk, we hebben sowieso al een heel goed team, weet je wel. En het is niet... Ja, sowieso. Oké, weet je wat het is? En niks naar jou, Vince. Maar bro, 5M community is de shitste community van heel gaming Nederland. Dat wil ik niet natuurlijk persoonlijk naar jullie richten. Maar bro, er zijn mensen die meer messen steken in je rug dan een spijkerbed. Weet ik veel wat ik moet zeggen. Ga naar de car meeting. Ja, ik hoorde inderdaad dat er... Wacht eens even. Zou ik naar die car meeting gaan met mijn auto? Zullen we dat doen? Ja, hè? Ja. Wacht, dan gaan we dat eerst even doen, man. Dat is wel lachen, man. Dan moet ik wel even omkleden. Dus dan ga ik heel even hier bij deze even mijn andere outfitje pakken. Ja, maar laten we heel even naar die car meeting gaan, man. Hey, Rick, wel met streammaatje. Hey, ik vind je echt een top stream. En ik kijk altijd. Hey, Rick, maatje. Super, dankjewel voor de support, man. Super dope, man. Nee, ik zie zoveel. Ja, inderdaad, het is op het strand, jongens. Ik vind het sowieso fucking... Ah, kut. Nee, ik heb nog allemaal wapens volgens mij. Ja, oké, laat me dat eens even wegleggen. Want anders ga je met wapens naar de fucking car meet. Dat is wel een beetje gek. Nee, ik zie zoveel dezelfde mensen weer steeds terugkomen elke dag. Dat vind ik echt dik om te zien, man. Thanks voor alle support sowieso dat jullie er elke dag bij zijn. Als het gewoon even dat je hoi zegt, weet je wel. Het is gewoon fucking dik, man. Dat er zoveel mensen gewoon... terugkerend steeds komen, man. Dat klinkt heel fucking raar eigenlijk als ik die zin zo dom oplees. Of oplees, zeg, what the fuck? En wat kom bij mijn stream, maat? Nee, fucking ding, man. Oprecht, ik vind dat... Ik weet niet, man. Dat is gewoon absurd om te beseffen, man. Dat er zoveel mensen elke dag weer terugkomen. Lijpe shit, man. Lijpe shit. Hey, gewoon boef, man. Bang met een fucking 3, zeg. Waar is Marcelo heen opeens? Marcelo heeft even een pauze genomen, jongens. Dus verder ga ik er niet op in, natuurlijk. Maar, we zijn nog steeds goed met Marcelo, hoor. Er is niks gebeurd of iets geks. Maar Marcelo heeft gewoon heel even... Die heeft ook een privéleven vandaar. Dus vandaar. Dat zit eigenlijk. Ja, we kunnen wel een hele heisen van maken. Kan ik wel goede clickbait maken. Maar, nee man, er is niet echt iets gaande of zo. Het is best wel... Gewoon chill, eigenlijk. Ja, kijk, weet je wat het is? We zijn allemaal volwassen guys, natuurlijk. En ja... Je hebt ook gewoon je privéleven hier en daar. En de stad runt gewoon heel erg. Dus er is eigenlijk helemaal niks met Marcelo. Maar mensen, kijk, weet je wat het is? Hoe zeg je dat? Marcelo is nu even uit ons team, zeg maar. En ik weet zo erg dat alle andere steden of gewoon heel 5M community... Dat wordt weer helemaal een chaos namelijk, hè? Oh, Marcelo is ontslagen. Hé, mijn collega. Hey, dikke Karim. Yo, man. Dikke Karim. Nee. God. Jorgina.
Ja, ik word gewoon dik genoemd, Raf. What the fuck? Nee, dat kan niet, man. Dat kan niet. Nee, zou ik niet pikken, man. Ja. Maar ja, gelukkig heb ik deze. Dus collega, ik zou maar even excuses aanbieden. Hè? Dat dacht ik. Handjes. Hey, boy, met de 3000 mensen. Vergeet de stream niet te koken. Niet te koken, Boyd, what the fuck ben jij met mijn stream aan het doen? Ben jij aan het koken of zo? Man legt gewoon zijn iPad gewoon in de pan of zo. Nee, maar zij is gewoon een hele chille guy, man. Maar hij heeft het gewoon druk, man. Hij is een privé, man. Dus vandaag geen stress, roken 6, man. Ik leg heel veel mijn zooi weg. Wacht, ik druk gewoon die control in. Dat gaat veel sneller. Bab, 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 bab. Ho, dat is echt 10 keer sneller. Oh, what the hell? Lijp shit, man. Oh, oh, ja, dacht dus even niet eraf. Grote vriend. En we zijn met een beetje wanneer de Kamar uitslagen komen. Bro, ik zeg je eerlijk, ik zou het niet weten. Kijk, Kamar en ik, ik ben niet echt in de Kamar thuis, man. Qua hoe het daar loopt, hoe en wie en uitslagen. Ik denk eigenlijk dat alles gewoon hetzelfde is en dat het in de Discord bekend wordt, man. Dus ik zou zeggen, als je benieuwd bent naar de uitslagen, hou gewoon de Discords in de gaten, boys. Want daar kun je alles in zien, man. Let's go. Hey, Willem, welkom met Trimaatje. Als je er bent, jongen. Yo, Dylan, zou je misschien wat minder willen schelden, wat het is Ramadan? Kijk, Inky, no hate. Allemaal respect natuurlijk naar mensen die aan de Ramadan meedoen. En naar het geloof, 100%. Maar ik ben niet gelovig. En ik zou nooit met een disrespect houding naar een geloof mijn streams vasthouden. Kijk, ik snap natuurlijk dat de Ramadan in teken staat dat je, hè, dat je netjes moet zijn voor de medemens. Dat je respect moet hebben, niet schelden. Hè, en ook het vast en zo. Maar ik wil niet een harde stempel erop doen. Maar ja, sorry, maar ik sta daar los van, man. Kijk, ik scheld nooit met ziektes. Ik ben altijd respectvol naar mensen. Maar als ik een keer een kutje of een mogol wil knallen, als in... Lekking, ja, nice. Ik... oh, damn. Ik kan ook nooit normaal praten. Oh, wat is dit? Ik vind deze wel leuk, man. Deze is wel origineel. Ja, toch. Zullen we maar gewoon weer doorgaan, jongens, Het kan ook nooit normaal bij mij, hè. Ik zweer het, ik doe het niet eens expres, hou. Het gaat gewoon de hele tijd per ongeluk. Oh, ja. Oh, jongens, ik zeg je eerlijk, ik vond deze wel echt grappig, man. Oh, nou, ik zie hem wel weer op TikTok, hè. Jappie, hoe is het, jongen? Hey. Of Mootje of zo, weet je wel. Oh, lekker, man. Goeie shit, man. Goeie shit. Ja, toch. Ja, nou, dat was hey, we hebben de... Hoe zeg je dat? Het niveau van de stream alweer gezet van vandaag. Even zien. De colaatje mee. Hoppa. We gaan even naar de dikke vette car meet, jongens. Waarom niet de Brabus? Omdat deze origineel is, man. Deze heeft niemand namelijk. Over 10 minuten gaat het evenementteam kijken waar die mooiste... Wie de mooiste auto's heeft. Ben jij dit? Hey Elroy. Ik ga even slash me spuugt auto onder. En glijm... Nee. Ik zet mijn auto er wel even neer. Elroy, on my way! On my way downtown. Walking fast. En skirt. Dillen, ga even naar de pier grote parkeerplaats. Romy, on my fucking way. Ja, ik was eigenlijk al onderweg, inderdaad. Wow! DSC on Tom en Evans. En ik zag de Black in Black DC auto. Heb je promotie gehad? Kijk, weet je wat het is? Het is een beetje onduidelijk, want ik snap het niet. De outfitjes, mijn FPS knalt hem gewoon door de helft. Het ding is, binnen de DayZ in het echt heb je zeg maar geen onderscheid in ranks qua dat je dat kan zien. Dus ik weet niet hoe het zit met die outfitjes. Ik heb deze aangezet, omdat ik hem dik vind. En ja, ik weet niet, ik zie de ene heeft ook die outfit aan en de andere weer niet. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb hem gewoon aangezet en ik zie het wel. Yo, hey! Je moet even langs de andere kant, langs de snelweg. Ja, dat dacht ik al. Kant. Dan ga ik even omdraaien. Hé, hey, Majoet. So, what the fuck? Maar je bleef doorrijden. Jullie mogen via de andere kant, via de snelweg precies. Is deze auto te koop? Ja, man. Yes, nee, via de andere kant. Eh? 6 mil. Hoezo 6? Ja, dat weet ik niet. Ja, wat denk je? Dat die gewoon... Deze ga ik deze te verkopen niet, man. Dit is gewoon... Ja, dit is... Hey, de Lado Mars! Met een 3 zegt... Yo, ik zat gisteren je livestream terug te kijken. Wacht even, ik zet mijn 4 neer. En ik dacht, laat ik even doneren. Ik had een Oh, nee. Ja? Hoezo zit jouw auto er anders uit dan deze golf? Is het een serieuze opmerking of ben je een beetje scheef? Ja, maar er is toch maar één Golf en een MK7. Nou, blijven dus niet, grote vriend. Hé, maar eerlijk, ik vind hem wel fucking dik, man. Ja, dankjewel. Ik vind die van jou ook dik, man. Hey, thanks, man. Hey, ik ga even naar de meeting, man. Rustig, hoi. Ik ga zo stuk. Wacht. Doneer ik had gedoneerd en zat te wachten tot ik in beeld kwam, was ik vergeten dat ik hem zat terug te kijken. Nee!
Nee, Delano! Oh, Delano, dit vind ik wel echt, sorry, maar echt een grappige actie. Deze man kijkt mijn stream terug en doneert terwijl ik niet eens live meer was. Ik ga stuk. Ik had je erover gedempt. Kan je even kijken? Wacht, zal ik eens even die donatie terugfrummelen? Want even kijken, Delano. 8 minuten, 10 minuten, 20 uur. Delano, ik zie namelijk jou 3 euro inderdaad van 20 uur geleden. Yo, Dylan, is het niet misschien een slim idee om wat combat services te spelen met jouw eenmaatje? Kijk, Delano, weet je wat het is? Ik ben een... daar geef ik je gelijk in. Kijk, ik ben een RP'er, man. Ik ben echt zo'n neus die gewoon zo'n houterig is met schieten. Kijk, ik zit niet in een... Oh, crash. Lekker gezellig. Lekker met de kate, lekker crashen. Ah, man. Mijn golf staat daar open, man. Waarom altijd die crash... Lekker, man. Nee, Delano, kijk, mijn aim is gewoon shit. Ik speel niet echt combat, gerelateerde dingen. Ik ben meer aan het ronddraaien en aan het schreeuwen dan dat ik zeg maar echt aan het schreeuwen. 500 man in die fucking stad, bro. Ik zweer het, dat is insane. Dat is echt een insane fucking hand, what the hell. Combat agent, Pavel. You know, Het is nog echt gewoon licht buiten. Dat is fucking lijp, man. Zou ik mijn piemel uit het raam gooien, ik zweer het. Oh, die zon vraagt erom, man. Lekker. Goeie shit. Oh, Dave, flicker the risk. Let's go, mannen. Nee, we zijn net vandaag echt wel hard lekker ingegaan, jongens. Holy shit. Ik zweer het. Dat was wel even weer zo'n gouden, man. Lekker met de kate crashen. Ja, Tom. Oh, wat kut, al. Wat kut. Ja, ik weet niet. Soms heb je dat of zo. Ik weet niet. Het zijn die... Ja, ik weet niet. Is die golf in de andere server? Hoe bedoel ik, Sander? Dit is in de main server, mijn golf. Nou, mijn golf... Kijk, in het echt heb ik een GT, maar in de game is het een R, zeg maar. Dus het is dezelfde golf 8, maar dan R. Nou, mijn auto zou waarschijnlijk wel weer genakt zijn door een of andere driller. Dus die mag ik wel even teruggeven. Kijk, daar heb je hem al. Hey, goedenavond. Kijk eens. Hey, dankjewel, kerel. Ik hoor je niet praten, man. Wat is er nou? Ik hoor hem niet praten. Wacht, kunt u me wel brengen naar mijn auto? Ja, is goed, jongen. Stap in, jongen. Hey, thanks, man. Hey, sorry dat ik je auto stal, man. Maar ja, ik vond hem zo mooi. Ah, maar ik stal ook wel eens iets. Dus dat kon helemaal goed, jongen. Ja, waar ja, moest je heen? Nou, mijn auto staat op de plek waar ik hem gestolen heb. Dus jij stilt gewoon auto zomaar. Is dat deze? Oh, jij bent hier van die oude golf. Nee, het is goed, jongen. Misschien. Mooi, man. Sorry, jongens. Ah, soms ben ik echt aan mijn gooi, jongen. Dat klopt 100%. Zij ook naar die guy, man. Hoeveel FPS heb je? 2 man hier. Want ik heb het gevoel dat hier zoveel auto's staan. Dat mijn PC ontploft. Ja, man. Kijk dit. Holy shit. Dit is sick, ouwe. Dit is fucking lijp. Wow. En mijn FPS ook. Wow. Kijk hoeveel auto's. Waarom heeft iedereen roze neons? Wow. Hier zat een maplaat niet meer in. Ik weet niet wat dat is. Oha. Oha. Holy shit. Wat druk. Zo, ik zet hem even hier neer. Wow, als je ook die kant op kijkt, heb je gewoon meer FPS, ouwe. Zo, hotsevlots. Hallo. Hallo. Kijk, als je die kant op kijkt, heb je gewoon 80 FPS. Als je hierop kijkt, 50. Dat is wel een lijpe bak. Ja, dat is een dikke bak, hè, jongens. Dat is een dikke bak. Ja, man. Die is echt heel leuk. Oh, jij. Ja, jij. Zo, iemand heeft zijn radio hier nog in zitten. Ik kan gewoon zomaar die auto oplopen. Wat is dit dan? Huh? Lijp, man. Huh? Die dikke mini-coupaag. Ik gebruik als ramp, ouwe. Oh. Is dat Kenzie? Als ramp, ouwe. Even een rondje maken, jongens. Zie je dikke golf, veel grip. Wat is deze kleur, bro? Ja, het is wel een originele kleur. Lijkt echt op zo'n snoepje. Oh, jongens, ik zie zoveel auto's die ook verbeterd gaan worden. Deze gaat ook weer... Zo, dat is een mooi apparaat, hè. Hier, wat je hier hebt. Oh, dit. Oh, die Jeep. Oh, nice, man. Zijn jullie groeperingen of zo? Ik zie allemaal gele kleurtjes. Ja, dan weet ik de Banana niet, Boys, of niet? Hey, don't disrespect on name. Nah, ik zou niet disrespecten, hoor. Kom helemaal goed, jongen. Hey, Team van de Buurman, erin zegt, yo, Dylan, ik ken een maat van me. Feiko vroeg ons af welke quant V-setters je hebt. Want het ziet er bij jou heel clean uit. En voor de rest, dikke lof naar jou, ga ze door. Hey, broer, ik heb eigenlijk alles aanstaan. Kijk, behalve dit, want dit is zo'n blur. Even kijken, als ik dat vinkje aandoe. Kijk, dan zie je echt zo'n blur in de verte. Zie je dat? Het ziet er wel grappig uit, maar ik vind het niet echt chill. Hey, pakiet de game. Ik heb eigenlijk alle vinkjes aanstaan hier. En verder heb ik niet echt iets speciaals gedaan. Ik heb namelijk mijn saturation, als ik die kan vinden. Waar is dat? Hier. Kijk,
Saturation heb ik op 2 staan. En ook in de nacht, dat is wat je aan moet hebben. Dan heb je wat meer kleur in de game, man. Hey, zwijgen we nu bij 1 gaan we allemaal zeggen Parakeet Gang, ja? Zo, even kijken. 6, 4. 1, Parakeet Gang! Oké, wacht. Oh, dit kan maar 1 zijn. Ik dacht al eens even gek in de mouse gaan lopen staan, hé. Ik dacht eerst dat je iemand anders was. Ik vind dit zo mooi. Ik vond dit echt een mooie actie, jouwe. Oh, alleen ik en Tijm kennen het niet meer, man. Nee. Ik zweer het. Tijm ook weer met die voortouwen. Die is dik, man. Ik ging net daar tegen iedereen zeggen. Sorry? Dat ze bij allemaal bij één moesten zeggen. Ik maak grapje, maar je leunt wel op iemand anders auto, hè. Op jouw trui staat Flaps Up. Ja, ik ben daar gewoon. Dat klinkt heel smerig, kerel. Hier staat Honky Planky. Honky? Ja, toch? Honky Planky. Ja. Ja, drukke bedoeling, jongens. Ja, je bent gewoon gehoenkie plankie. Ja, is wel. Wat doe je allemaal met je hey, wie is iemand gooit daar een dikke flikker naar huis gehouden? Holy shit. Maar even zonder gekheid, met steeds. Hi, jongens, hier, we zitten in de trend. Wat van jou? Die golf daar verderop, man. Hij is lopend. Wacht, ik zie hem niet. Hey, Bo. Daar bij die 66 daar rechts. Je bent gewoon een hele celebrity. Met die oranje skyline. Ja, man. Oranje skyline? Wacht ernaar. Hier. Oh, dit? Oh, gezellig. Bijna. Pimmel, man. Wat een pimmel, man. 10-28. Ik wist wel dat ik die boys. 10-2-8. Jezus. Jongens, denk niet aan een pleister. Mijn auto is kapot, jongens. Kijk, mijn auto. Wat de fuck? Mijn auto is kapot. Klik het lekker nog niet. Ook allemaal handhaven zie ik een stuk houden. Uit, even een paar auto's repair, jongens. Hey, gaat aan de kant, aan de kant, aan de kant. Wat Ik kan deze even over me aan de kant, aan de kant. Ik moet geen aan de kant. Loop mag zijn naam, Mattis. Hé, ja, waarom wist ik dat dit weer ging gebeuren, jongen? Dat is altijd zo, die kut VDM'ers. Ja, zondag, hè, jongens. Dan zijn alle neuzen vrij van de toetsweken, shit. Wat zie ik nou dan? Zo, gast. Ik wist niet dat de god hier kwam kijken. Hoor je? Ik zweef hier, jongen. Ja, man. Jij hebt wel heel veel gebloot, denk ik. Hey, dit is gewoon van spelerij, man. Oh, dit? Ik heb de dealer, de goden, man. Oh, dat is lijpe shit, lijpe shit. Hey, maar deze god is niet in de car dealer. Deze is hard, man. Ja, deze is hard, hè. Snuffy. Snuffy. Hey, wat nou even gaat rijden? Kan ik dat eraf? Hey, Snuffduff. Yo, Snuffel. Moet je zo eens even daar bij die motor kijken, vriend. Bij de motor? Hey, deze auto ga je nooit catchen, vriend. Ah, is goed, is goed, is goed. Wacht, laat me eens even een rondje rijden dan. 370, nee, hè? Moet stappen dan, Dil. Ah, kijk, meerdere goden op je auto. Meerdere goden. Oh, dit is vliegende chef, al. Wat zie je, meneer? Hé, hey, Tijmen, je kan erin, man. Je kan erin. Kijk, dit, kijk, dit. Mag ik ook instappen? We vragen hier om bij zijn auto te gaan. Oh, moet hier blijven staan? Ah. Hanky Panky met saté saus. Dat hoor ik allemaal, jongens. What the fuck? Mag ik een rondje? Nee, voor mij mag ik best wel een rondje. Mag ik bij jou instappen? Ja, volgens mij moeten we allemaal bij onze eigen auto staan, jongens. Ik ga er ook even voor staan. Ah, ervoor. Zo, slash e smoke. Ja, ik heb geen auto, maar ik kan gewoon hier. Hé, meneer, had ik nu net niet uw auto gestolen? Ah, zit je nou te roken? Ja, man. En te vapen, ja, man. God, dit is niet gezond voor je. Hé, hey, maar zullen we deze auto ruilen voor een hamburger? Ja, man. Zullen we doen? Ja, is goed. Wacht, hier heb je hamburger. Ah, is goed, man. Ja, nu heb je het gezegd, hè. Dus nu moet je... Hé, hey, meneer, ja, meneer, wat rookt u? Camel geel. Ja, camel geel. Camel geel? Ja, camel yellow. Ja, dat is het Engelse woord. Oh. Lekker Schwenra draaien, jongens. Hey, ja, maar hier, volgens mij moeten jullie bij je eigen voertuig staan, jongens. Hoezo moet dat? Ik ben niks verplicht. Nou, voor mij wel. Kijk, kijk, weet je, kijk, dit is de openbaar en in het openbaar mogen we gaan en staan waar we willen. Oh, ja. Die fiets. Nee, oké, okay, duidelijk. Nee, zijn we goed. Hé, maar kijk, Dylan, moet je 20 euro aanzetten? Nee, Dylan, hou het zelf. Ik moet je even voertuig aan staan, ja? Maar, ik, wat als je nou niet met een voertuig bent? Ik ben met een limo. Oh, dit? Ja, dat is Kenzie, ja. Met een limo, niet zeg maar. Zo, rijke mannen. Ja, maar je weet toch? We staan er, man. We staan er. Meneer, komt deze auto in de car dealer? Die? Nee, hij is nog niet in de car dealer, nee. Nee? Komt hij er wel? Ja, wie weet, wie weet. Gewoon speciaal, weet je. Oh, ik ga stuk, maar weet je toevallig ook wanneer die carpack komt? Maar wanneer komt deze auto in de car dealer? Hé, mevrouw, je hebt wel een grote boem daar, man. Oh, dit man hebben geen respect meer tegenwoordig.
Ja, sorry, mag toch een complimentje geven? Ja, ik ben die guy met die masker, met die rare masker. Oh ja, je hebt die oude golf nog. Wat is dat? Maar, ja toch? Hé hey, jongen, stop nou eens met roken. Roken is slecht voor je. Wil jij longtyfus ofzo? Wat hoor ik? Hé, hey, maar mag ik even een peukje nog roken hier in mijn eentje? Of gaan we met de hele squad hier omheen? Je weet toch? Ja, ik wil je bijna in je kont neuken. Nou, ik zweer het. Hé, hey, wat jongens? Deze guy, ik wist het al hoor. Hij viel op, boys. Nee, ik had het tegen je auto. Ja. Oh ja, nice. Ja, goeie. Nice. What the fuck gebeurt hier? Hé, hey, timer, ik ga even een rondje lopen, denk ik, of zo. Ja. Tjonge, jongen. Even kijken. Want wat is nou de bedoeling dan? Wie de mooiste auto heeft of zo? Hoe bepalen ze dat? Ik weet het ook niet. Oh, oké. Gekke shit. Wat de gekke golf, man. Dankjewel. Oh, dit is gewoon roze houden. What the fuck? Die barkje gaf. Een stuk. Waarom heeft iedereen roze auto's gestuk, joh? Hé, jongens, vergeet zeker om te liken en te abonneren. Dat was een super dope, jongens. We gaan fucking hard naar de 237k toe. Iets om te zien, jongens. Steen voor sowieso de love, man. Let's go, mannen. Ja, dat is wel gek, hè? Ja, die daar is leuk. Ah, die Ford, hè? Oh, wat de hel? Ah, die is dik. Ah, deze is ook lijp, man. Morgen, hè? Ja, ik hoop de dat het een plaatje blauw. Is, want, goeie kleur, man. Die blauw is wel vet. Wat is deze RS6, bro? Groen? Oh, dit? Deze man rijdt in een snotje. Een snotje, jongens. Hey, maar jongens, welke auto vinden jullie tot nu toe hier het mooiste? Qua kleurencombo. Ik vind deze ook wel vet, man. Die RS7. Range Rover. Mijn Golf, ja, hij is wel dik, hè, deze. Maar ja, hij is gewoon rood met zwart. Ja, het is niet dat hij heel extreem anders is gekleurd of zo. Maar moet ik nou ook hier blijven? Hier, iemand ligt eronder te... Wacht, dat wil ik ook doen. Dat wil ik ook doen, eigenlijk. Even zien. Oh, mijn oogje doet het. Ja, omdat ik het niet... Maar moet nou slash I... Kom je de golf, meneer? Ken ik. Nee, man. Helaas niet. Ja, dat denk ik... Hey, mag ik eens golf kopen? Nee, zeker niet. Meneer, weet je toevallig wanneer die echt in het carshop komt, of niet? Nee, man. Oh, ik ben heel even bij jou in de zak aan het voelen, hoor. Mag ik een foto van de auto? Sorry? Mag ik een foto van de auto? Ja, hoor. Ik ga er even onder frummen, hoor. Hé, jongens, deze auto ook echt cool. Mag laten hem even repareren. Hoor, dus echt een lijpe golf? Ja, die golf, jongen. Ik ga hem gelijk kopen als hij er is. Ja, mensen vinden hem wel hard, ouwe. Zo, hoppakee. Ja, 6 keer helemaal links. Ja, mensen vinden hem echt... niet zo bang! Jij rijdt in wie? Oh, dit? Maar kan je iets winnen? Want iemand krijgt dan de titel mooiste auto van de stad of zo? Ja, maar ja, het is ook niet heel erg eerlijk dat ik die... Deze ook lijp, man. Deze. Is dit een Challenger of Charger? Ik weet dat nooit. Volgens mij is dit een Challenger, toch? Oh, je Charger. Oh, lol. Charger staat erop. Deze is wel vet, man. Hier zit een hydraulic systeem onder. Wat de hel? Lijpen zitten hier. Gele taxi. Deze ook wel fris, man. Oh, dit. Man heeft gewoon twee pekjes hier. Ja, dit. Ha! What the fuck? Zo, meneer, wat hebben we? Wat een prachtige stoel, hè? Heerlijk. Dank u wel. Dat zit goed volgens mij. Ja, ik neem die gewoon mee. Ik heb zo'n dakkoffer terug. Oh, nice. Zo'n rekje, ja. Heerlijk hoor, nee, goeie shit. Ik ben hier met alle vier mijn kevers naartoe gekomen. Ik weet niet of het bij mij ligt hoor, maar jouw kever bij mij heeft geen interieur meer. Heb je die stoel uit je kever gehaald of zo? Hier nou. Hè? Zo, die zit er wel lekker bij, hoor. Ja, die zit er goed bij. Nee, dat is die stoel op de achterbank. Oh, op die fiets. Waarom zijn die auto's op de zicht? Hey, welke auto is voor jou dan? Deze, man. Zo, nee, meneer, mooie Bentley. Nee, die auto de achter voor jou. Nee, die is niet voor mij, hoor. Oh. Deze is ook wel lijp, man, deze kleur voor een Bentley. Dit is echt zo'n Bentley-kleur. Zo'n dikke Brabus 800. Zo, meneer, mooi Brabus. Is deze fully of niet? Is deze fully tuned? Nice. De grootste awkward gesprek ooit. Oh, dit? Zo leer je echt een beetje mensen kennen wie er allemaal... Wat is dit dan? Man heeft een onzichtbare bootmobiel. Wacht eens even, dat ga ik zeggen ook tegen hem. Goedendag, meneer. Tot altijd. Yo. Heeft u toevallig de onzichtbare bootmobiel? Van meer mijn man en mossel, jongen. Ja. Ja. Oh, shit. Ja, ik vind het wel een mooie wagen. The fuck? Oh, shit. Hoeveel pk zit erin dan? Wat zei je? Hoeveel pk zit erin? Dat zou ik niet weten, man. Oh, okay. Ik dacht 690. Oh, zo. Dat rijdt wel door, inderdaad. Lijpe shit. Die A3 is best wel lijp, man. Hij rijdt best wel goed. Ja, de onzichtbare boommobiel. Ik zie hem zo eraan leunen. Oh. Zo, mannen. Deze is wel heel fris.
Wajo, man. Ook dat RR'tje op de grond. Wow, dat is clean. Kijk dat dan. Wow, dat is echt... Ik wist niet eens dat het erin zat, gast. Kijk dan hoe mooi diamantje erbinnen. Lijpe fucking... Dat is echt clean, dat. Holy shit. Jongens, ik heb gisteren... Want ik ben natuurlijk met Tijmen en gewoon ons team... Zijn we met de voertuigen bezig. Een RS5. Wat een auto is dat. Ik heb die gisteren getest in de teststad en shit. Qua handling. Niemand heeft dat ding. Niemand heeft dat ding. En oha. Dat is een pareltje ook, man. Ik ga die even testritten straks, vragen, man. Hey, meneer, kunt u een refje gooien? Ik kan best wel even een refje gooien. Ik ga er even met mijn ding over. Met mijn neus in zitten. Zijn we goed? Hier komt hij, jongens. Ready? Oh, dat is een oh, mijn oren. Ja, dat is wel een refje, hè? Oh, dit moet je de blokken zien dan. Hier is fucking hard. 200.000 euro bied ik voor. Oh, dit. Wow. Wat een. Oh, ha. Hij gaat nog binnen ook. Mijn enkel zit gewoon binnen. Ja, sorry, maat. Dan moet je de schuld aan de auto geven, hoor. Sorry. Lijpen zit, man. Oh, dit vind ik... Ah, meneer heeft klasse, hoor. Ik zie het wel. Mooie kleur. Dit is nice. Zo moet je ze tunen, man. Gewoon lekker chrome velgies. Lijpen zit, man. Die Porsche. Wel, deze is lijp, man. Wow, ik vind deze echt heel mooi. Als die open staat, repareer ik hem. Oké, okay, nice. Zo, ik heb hem gerepaired. Wat een mooie auto. Ik vind die echt vet. Wow, deze is echt mooi, ouwe. Deze zie je ook echt bijna nooit rijden. Ja, ik weet het, het is wel mooi te zien dat je gewoon best wel veel variatie ziet, man. Deze auto wordt trouwens wel even iets verbeterd nog. Want kijk, zie je die raamkozijn dingetjes, noem ik het even, die randen. Kijk hoe gecompressed, lijkt net spiegels of zo erop. Dus dat wordt even veranderd bij deze. Hé, hey, Raf. Hallo, hoe is het mij nu? Kijk, ja. Ik heb ding is gefixt. Praat, want elkaar hoort er niet. Oké, okay, nee, te goede shit, maar, goede shit. Hey, kom eens mee. Ik loop eens mee. Heb je goed? Lijpe ouders, man. Ja, dit is echt... Dylan, je hebt je hesje nog aan bij ons. Niet allemaal. Echt? Oh, hoe? Nee, ik heb mijn hesje niet, hoor. Zo. Nu heb ik hem weer uitgedaan. Nee, nog steeds bij mij, maar niet uit. Oh, huh, wat raar. Dat ligt aan jou, hoor. Okay. Ja, ik weet niet, ik zeg het eventjes. Nee, dat is helemaal goed, dankjewel. Kijk. Zo, Raf, waarom moet je zo breed lopen met die opschoetjes? Wat vind je van dit kenteken? Raf, ik zie jouw auto dus niet staan hier. Hij heeft deze groene, toch? Nee. Oh, nee, huh? Oh, het staat mijn auto. Je hebt een onzichtbare bootmobiel, zeker? Ja, je verdwijnt bij mij. Onzichtbare bootmobiel, hoor. Oh, kan ik erin stappen? Nee, ik ga gewoon naar deze auto. Kijk dan, huh? Lijp shit. Je mist je Meos mobiel is gewoon onzichtbaar. Ja, maar... Ja, oh ja, Meos, ik ga stuk. Ja, er zit een Raffarel, hoor mij dan. Raffel te memen, omdat hij de mails moest afmaken. Toen duurde altijd even lang. Toen Dylan fix ben je... Ja, toch Nigel. Hey, Kenan, oh, FRP! Maatje, Kenan, dikke shout-out voor de drie broeders. Superdoos erbij, man. Let's go, man, bro. Dit hebben we de support. Oh, man, laat de livery erop, man, op de range. Dat zie je ook niet veel. Meneer! Yo, man. Bij mij is jouw auto een beetje ingedeukt, man. Bij mij niet, hè? Oh. Wat is er ingedeukt dan? Wacht, zet hem eens open. Zo, nu is hij weer helemaal bij mij goed. Kijk eens. Mooi wagen. Ja, Supra blijft ook dik. Man pakt gewoon twee verkeersplekjes. Of verkeersplekjes, weet je dat. Ja, ik voel dit dus nooit. Zo'n hele andere kleur als pearlescent. Dat vind ik zelf gewoon... Dat is gewoon mijn eigen smaak. Maar vind ik nooit echt nice. Oké, Vossen Velg onder GTA. Is niet mijn ding. Nee, hier GTR, of Skyline, sorry. GTR'tje, heel dik. Sylvia. Deze jongens drift zo chill, hè. Oh, what the fuck. Dus, de hel. Sommige mensen zijn ook zo meme, jongen. Fucking lachen. Je man boort zijn auto even. Daar zie je trouwens. Ja, ik vind deze echt heel vet. Deze vind ik echt heel mooi. Ook omdat hij zo hoog staat. Lijp shit. Ja, dikke dingen, man. M5, CS, ja. En hier de bampies, hoor. Zo, deze is ook wel dikke, jongens. Deze kleur vind ik wel hard. Wat is dat? Een soort blauw-groen. Clean, ouwe. Oh, die oranje. Donker maken, man. Heel nice. Deze is ook vet. Golfje. Dikke. Ja, mooie skyline. Mooie skyline. Oh, dit. Lijpe shit, man. Lijpe shit. Ja, die van Time is ook dik. Dat is echt zo'n driftbakkie. Hier is de camping. Ja, die is fucking lijp. Mooi is dat? Zo. Time on the top. Time on the top. Ja. Ik heb mijn auto nu wel. Heb je hem gepakt? Ja, nu zie je hem wel. Oh, wat dit? Hey, dit is ook wel nice, meneer. Ik weet niet van wie deze is. Dit is ook wel goud, man. Maar dan rennen we auto's aan, jongens. Vandoor, man. Sorry? Wat doen we, hè? Nee, ik deel banden uit voor de mensen die hem nodig hebben. Moet iemand nog een bandje? Ja, ik heb een band nodig. Kom maar. Ja, is goed. Volg even.
Ik ben al mijn band genakt. Ja, nee, Tijmen, je had hem laten liggen. Oh, hallo. Ik heb een band nodig. Zo, ik voel wel een goede band, jongens. Ik voel een goede band. Ja. Wacht, als je even je kofferbak open knalt, leg ik hem even erin. Ja, is goed. Moet je ook maar gelijk naar deze auto kijken. Mr. Mails. Wat een gek ook. The fuck? What the fuck, man? Ja, het is helemaal goed. Oh, er ligt ook nog een teddybeer in. Oh, oh, oh. Ja, wacht, hier, Tijmen. Pak jij die even eruit? Tijmen. Hey, joh. Tijmen. Hey! Slash me peeled uitlaat, hey! Nee, maar dit komt binnenkort, hè. Dat op mijn Ja, de kist op geen tekentjes, hè. Wanneer komt die Volkswagen erin dan? Ja, dat weet ik niet, man. Ja. Hé, maar Raf, weet je welke ik ga claimen, de kenteken? Meneer Krab. Ja, honing. Oh. Ja, honing ook, man. Honing ook. GDB claimen. Wat ga... M.O.B. Dop. Dop. Ja, oh, mooi. Die custom kenteken door de hard, man. Auto. Heer, maar heb je zo'n custom kenteken? Ja. Ja, Rafa moet natuurlijk weer even een beetje shinen met zijn custom kentekentje. Ja, ja, zeker. Hey, Kenan, we winnen 3! Hij zegt, posten nou eens lekker aan het VDM vandaag. Zullen jij met je stream serieus, Kenan? Ja, je houdt het altijd inderdaad, die kut VDM's. Ja, ik hoor wel, Wallers. Goeie shit, man. Goeie shit. Hoor ik hier Wallers? Ja, hier is Wallers. Hey, Wallers! Wallers met de hele romperreston. Nee, ik hoor niet iedereen. Hey, Steven en Thijs, maar ze zijn met de donuts, man. Oh, die fiets. Volgens mij praten we bij jou. Bij jou dat we jou een keer niet horen, dat is ook wel beter zijn. Ga stuk. Oh, meneer, mooie fucking motor. Let's go. Hey, Steven, meneer, zeg, yo, ik maakte net een paar grapjes met jou. En was een beetje stom aan het lullen tegen jou. Volgende twee personen hebben pers gewoon een Karsten Capo, roze golf en Steve Blok, blauwe range. Jullie mogen Romy een PM sturen. What the? Wacht, ik ga Romy ook een PM sturen. Nee, grapje, tuurlijk niet. Oh, de. Hey. Nou, dus deze golf heeft gewonnen. Deze. Naar rechts, als je kijkt. En die blauwe range. Lekker. Waar is die blauwe range? Dat is deze. Zo, meneer, met de blauwe range heb je gewoon gewonnen, gek. Ja, hij heeft die reparatie toch even wat geluk gedaan, hè? Goeie shit. Dit is eigenlijk zo'n mooie auto. Oh nee, daar hebben we weer zo'n neus. Deze is dit ding gewonnen. Oh, dit? Dat is Dangdo. Dangdo, deze is zo cool, hoor dan. Wanneer gaat iedereen weg? Ja, omdat het voorbij is, jongens. En massapickies, hoi. Zo, kijk iedereen rijden, jongens. Wacht, dit wil ik vanuit de lucht zien. Wacht, let op dit. Kijk dit. Kijk heel die parkeerplaats leeg. Kijk dit shot. Hey, maar Steven, wat hebben we de euromaat? Hij zegt, ik maak een paar grapjes met jou. En dat was een beetje stom aan het lullen tegen jou. En ik heb nu een band van 1 maand. En vind het raar eigenlijk met mijn oprechte excuses. Huh? Steven, ik heb dat niet eens gezien, maatje. Ja, sorry bro, maar ik heb geen idee hoe en wat, man. Is daar niet iets anders gebeurd of zo, man? Huh? Steven, wat hebben we de euromaat? Maar ja, ik heb dat niet eens doorgehad, gast. Ja, Steven, dat is wel kut, ouwe. Ja, kerel, ja, ik weet het helaas niet, man. Oha. Oha, meneer Skyline denkt dat hij HC is of zo. Oh, dit lijkt echt zo'n Fast and Furious scène, ouwe. Al die snelle auto's hier wegrijden. Lijpe shit, man. Lijpe shit. Lijpe shit. Man in bocht. Oh, dit was dus hard. Lijpe shit, man. Dikke race. Oh, dit was hard, ouwe. Flitsers. Ja, die flitsers zijn wel leuk inderdaad. Hier, kijk, allemaal met de boys. Een beetje scheuren door de stad. Tering dik. Hier, drift je naar links. Woehoehoe. Drift je naar rechts. Oh, dat. Lekker, man. Oh, dit is gek. Oh, man, denk dat hij gek is, man. Hier naar links. Oh, dit. Trap ik gas, man. Wiep en ik paas. Oh, dit. Wow, die was clean, jongens. Die was clean. Hoe heet de auto waar je in rijdt? Dit is een Golf 8R, jongens. Ik heb natuurlijk zelf de Golf 8 GT in het echt. Maar dit is de R-variant van die, man. Fucking dik. Hier, let op deze drift naar rechts. Oh, huh? Ik glijd een soort van raar door. What the fuck was dat? Zag je dat? Awkward. Awkward. Dit komt Supra. Supra is fucking dik. Goed dat je daar... Oh, blokkenpak flitser. Kut, sorry. Thijs zit... Oh, ik stik gewoon in mijn spek, sorry. Ik lach me...
Ik lach mezelf helemaal kapot. Oké, die ging soepel. Thijs, je bent het Ruudenaar. Zeg, El en Dylan, maak je RSS paars met donkerblauwe gloed. En dan ga ik even genieten van de stream. Ga je alleen genieten van de stream als ik dat doe? Wat kut, ouwe Thijsie. Oké, de paars op een RSS voel ik gewoon niet zo erg, man. Hey, Thijs, zo zit even voor de fucking drie broeder. Alleen, ja, ik weet niet, maar ik vind het paars op een RSS. Dat klopt niet helemaal in mijn hoofd, man. Hey, sowieso Thijs zit even voor de motherfucking drie broeder. Shout out aan jou, maatje. Let's go, maatje. En we zijn met de Ruudenaar. Oh, dit ben gestaan voor de Kamar Solis. Zuut! Dat zegt hij, hè? Hey, MR fucking C. Gefeest, die flamste Pokémon, maatje. Goeie shit, jongen. Hey, MRC, dikke shout aan jou, maatje. Hey, Hamid. Kijk, Tommetje. Ik moet Tom nog steeds even veranderen. Ewa, Hamid! Broski, broski, broski. Wat is er? Hoor je mij? Ja? Ik heb een nieuwe auto, G. Oh, hey, laat maar zien, dan. Waar ben je? Wil ik even testritten in die auto, niet? Ja. Kom car dealer. Ik ben heel veel een testritje aan het doen. Daar. Kom daar even heen, dan. Ah, ja, is goed. Hey, tot zo, hè. Ik ben achterkant car dealer, ja. Achterkant. Oh, je bent er nu al? Yo, man, even. Hey, hoe ben je nu? Oh, zo, is goed, jongen, is goed. Ah, ik zie je zo, man. Hoe moet ik die auto nu openen? Huh? Met je linker altspier, kerel. Oh. Ja, toch. Oh, let op deze Audi, jongens. Ik heb daar gisteren echt de hele dag in gereden, man. In de testen. Oh, hele dag. Waar is die? Audi. Meneer Kippie! Oh, yeah! Hoor ik. Waar is de... Huh? Oh, hier. Audi, jezus. Ergens 5. Hey, deze maatje met een 500 nazi. Deze kerel, hoe is het met jou, maatje? Welkom bij de stream, kerel. Gaan we weer een lijpe avond maken. Deze, je bent een fucking strijder, maat. Maar, bro... Zonder money kunnen we er ook een lijpe avond van maken. Hou lekker je centen zelf, deze. Je hebt me al te erg geblest, maatje. Sowieso deze naar jou voor de support, deze. Nice zien we van de partij, mijn broeder. Super dankjewel, deze. Oeh, kijk die bicep, man. Let's go, laten we deze even testritten. Let op dit, jongen. Stok, hè. Moet je nagevoelie. Oh, dit ding is zo... Kijk, hij drift een beetje, maar dat maakt hem juist heel leuk, man. Hij gaat trouwens wel wat meer plakken. Oké, hij drift wel heel erg. Ja, fully tuned is hij wel chillen. Uniter, spreek het goed uit. Met het 3 zegt, maak je golf wit of blauw, dan komen de lijnen er kapot goed uit. Dat klopt, United. Alleen, mijn auto in het echt is... Is zwart met rood. Dus vandaar dat ik hem die kleur heb gemaakt, maatje. Hey, United, stem met 3, maatje. Oké, dat is als een beetje een awkward vibeje. Wie de fuck is dat? Oh, dit. Ewa, Hamid, hoe is het dan? Hoe is het dan? Oh nee, Tom is niet. Yo, Timo van de onderweg met de druk zeg ik heb mijn auto gekocht van de M1911, dus lekker knallen op de Daisy. Timo, ik hou je in de gaten. Hallo? Sorry collega, of collega hoor dit dan. Ik was even in mijn hoofd. Hey, gast, trap is even in dit ding ouwe. Holy shit. Ik heb trap. Jij mag wel trappen. Mag ik trappen? Hey, let's go man. Oh, sorry, ik trap de verkeerde. Oh, ah, oh, dit? Oh ik had er niet in ofzo. Ah, nu wel. Nee, ik ga achterin zitten. Yo man, neef. Is die golf van jou daar? Ja man. Wanneer komt die in de game, man? Wat is een game? Ja, wanneer komt hij in de stad bedoel ik? Ik heb geen idee bro, ik zweer het je. I don't know man, soon, 100%. Ik zou sparen. Hallo man. Yo. Super, dankjewel Timo voor de 3. Super thanks. Oh, dus ik was een beetje afgeleid. Oh, doe eens even die auto op slot van jou. Die deur, die deur. Zit hier lampjes in? Maar nog niet. Bij mij staat die deur de hele tijd open man. Wacht. Ja, wacht hier, ik doe hem even zo. Kun jij hem dicht? Oh, bij mij zit hij nog steeds open. Huh? Ja, nu is hij dicht, ja. Nu is hij dicht. Alright, is deze fully of niet? Ja, hij is fully, ja. Ja, deze is fucking fris, man. Wat was de topsnelheid dan? Ik heb er 340 mee gereden. Oeh, mannen gaan 340 tegenwoordig, man. Wat de hel? En voor de RS6 had je deze... die heb je verkocht, toch? Die RS6? Ja. En ik what heb the fuck? Zo, what the fuck? Hoe dan? Oké dan, bro. Deze is wel gek, man. Ja, en toch vind ik deze ook wel echt vet om te hebben. Zo, hij rijdt wel leuk, man. Hij plakt wel goed. Oh, zo, wat dit flissen achter. Hij rijdt wel lekker, hoor. Ja, man. Dat precies het, trouwens. Irritant, jongens. Irritant. Eeeh, emotie bij mijn stream, man. Dat je er bent. Driftje gooien. Ah. Dit is wel... Kijk, hij stuurt... Beetje... Ja, hoe zeg je dat? Stroef wil ik niet zeggen, maar hij is een soort van... Plakkerig aan de grond, man. Dat is wel hard. Ja. Maar deze remt ook wel... Ja, man. Dit is een dingetje, hoor. Dit is een goede wagen. Hoeveel kost kijk, dit ding dan? Hoe dikke die is, jongen. Ja, dat is precies 6 ton. Gewoon 6 ton rond. Ja, 16. Oh, 6. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik hou wel van 16. Wie zei dat? Dat was een cap trouwens, alsjeblieft. 16. Oké, okay. Nou, ik ben er van. Oh mijn god, mannen remmen. Dat was echt een prank, jongens. Let's go. Volgens mij weet je ook wel iemand die jou van 16, nee, grapje. Oh, Gio. Ja, Gio, laat ja, zullen we daar maar op laten? Anders gaat denk ik een beetje de awkward kant op, you know? Aha.
Oké dan. Nee bro, dit is fucking fris man. Goeie shit ouwe. Dus hier, hier gaan we even flink in kunnen blaren. Lijp, ja bro, ik heb die G-Wagon. Allebei deze dan bij ons zonder ophangen, zonder planten. Ja? Die G-Wagon ook. Hij is wel dik man, en, deze. Holy ik shit jongens. Ik heb nog 2 ton. Of ja? Wat ik daarna bijna zal halen dan. Want je hebt nu nog 2 ton. Oké. Ja. Ah, heb je al een keer in mijn golf gereden of niet? Hoor dit? Nee. Wil je een keer in die golf rijden of niet? Staat die daar? Ja, ja, dat is die. Alright, let's go. Ah, hij is wel vet man, die Brabus. Oh, je moet er tegenaan lopen, cheffen. Zeg je? Is die one of a kind, toch? Ja, niemand heeft hem nog. Behalve ik. Hij is fully man, deze. Zo wel geluid. Oh, ja, BMP bijna in de grill. Holy shit. Hey, Roar Tinny met een drukke naast. Er komt ook nog een casino. Roar Tinny, sowieso, maatje. Heb je nog een cap of niet? Ja, maar hij moet nog wel even iets... Hij heeft een cap, maar hij moet wat slomer nog, man. Dus ja, dat wordt nog gefixt. Hey, Tinny, sowieso, man. Soon, stay tuned voor casino. Wanneer, weet ik nog niet. Maar we gaan sowieso in de toekomst 100% een casino krijgen, man. Deze fucking lijp, toch? Golf, erg veel grip, bro. Ja, alleen die voorraam moet nog eigenlijk even geblendeerd worden, man. Oh, wat hè? Zo, maar gisteren jongens, ik heb in een paar nieuwe auto's ook weer gereden. Oh, yo! Dat wordt dik, man. Dat wordt dik. Yo, Dylan, ik ben vandaag 90 geworden. Hey, Dylan, gast, kerel, gefeliciteerd, maatje. Yo, lijpe shit, man. Let's go. Dit is gek, hè? Oh, dit gaat 360, man. Ja, 360, ik weet het. Hey, Willy is er ook weer bij, maatje. Willy, thank you for the 5, broeder. Hij zegt goedenavond. Willy, maatje. Oh, dit is niet goed. Hoe gaat ie? 420? Ik weet 420. 420? Oké, dat ga ik even onthouden. Dat ik dit dus moet halen. Oké dan. 420. Hij gaat 420, jongens. Willy, maatje. Super dat je ook weer van de partij bent, maatje. Tell the fucking 5, man. Wat een shit, man. Bro, dit gaat gewoon 420. Blazing, motherfucker. Bro, 420, hè? Ja, dat is wel iets te snel, zeg maar. 100 kilometer te snel of zo. Ja, is wel lijp, man. Ja, in mijn hoofd gaat hij ook 420. Ja, ja. Dat is grappig. Oh, de. Hij heeft wel grip. Mm. Ja, ik ook. Ik heb ook grip. Grip om te zien met Sofian, hè, Biba, man. Nee, ja, hij is wel lijn, man. Maar inderdaad, die cap moet even wel naar beneden, man. Dit is de snelste bakkie van de stad, inderdaad. Ja, maar ik gebruik hem echt bijna nooit. Ah, lijp shit. Ik vind vooral die lamp in de grill vind ik zo clean, hè. Oh, de. Ja, dat is zo lijp, man. In het echt moet ik ook de hele tijd die knopje aanzetten. Zo. Hey, Tom, neem even lekker die vangrail mee of zo. Weet je wel, ik heb niet... hem niet meegenomen. Oh nee, ik heb hem wel achterin gelegd trouwens. Nice man. Een golf 8 jaar had nooit iets sneller. Wat een veel RP server. Hey Robert! Hey Robert man, maak je eigen server. Let's go. Man denkt gelijk dat heel de server verrot is door één auto. Ja toch? Oh, dit? Nee, dit is een auto die we er even snel in hebben gedaan als promotiedingetje voor pitstop. Maar deze auto, dus let ik dit. En hij is gefixt. Ja toch? Hij moet gewoon puur dat nummertje even goed gezet worden, dat de topsnelheid even gefixt wordt. Maar ja, dat is alleen bij deze trouwens, dus ja, geen stress. Nee, 310 top in het echt. 270 is hij in het echt, man. 270. Hey, Wout met een 7,50 euro top donator! Woutje staat er, man! Gefeliciteerd met die fucking spotmaatje. Wout, thank you very much met de 7,50 euro, man. Ja, lijpe shit, man. Hé, hey, maar Tom, dan ga ik even dienst, man. Even wat zaaf verdienen. Ik moet ook zo'n Brabus hebben die jij hebt. Ja, jongen. Ik doe hetzelfde, Jim. Is goed, jongen. Nou, dat zie ik zo op AB, man. Hij is zo'n Brabus, ja? Ja, ik vind die hard, ja. Dat is een goede ware. Oh, dik. Ja, dik. Oh, die Brabus, man. Let's go, man. Let's go. Ja, waarom skip ik hier mijn geweldige chatbericht? Ja, Willem. Ik weet het, man. Ik mag jou gewoon niet echt, man. Nee, tuurlijk wel. Willem, alles kids onder de rits, bro. Mijn rits is al heel lang dicht, bro. Dus zeker, man. Daar gaat alles flex flummen ervan. Gisteren in de zak geschoren, je weet toch? Dus ja, man. Oh, dit, dat is handen, bro. Oké, let op deze drift. Oh, nee? Ja, wacht. Oh, die was fris, die was heel fris. Let op, even. Kenan! Let's go, man! Maatje met een fucking 10! Kenan, oh, mijn stem is echt naar de getver. Kenan met een 10, zeg, gaan we dat nou echt doen? Mijn plek, zegt Kenan! Maatje, je staat er, man. Kenan FRP. Kijk, als je FRP achter de fucking namen staat, dan mag je daar gewoon voor mij staan, bro. Dat is top G, bro. Kenan, man. Ik heb een soort van boertje vastzitten. Daar komt hij. 3, 2, 1. Oh, die zat even vasthouden. Kenan, broertje. Super fucking dankjewel voor jouw 16 euro in totaal, broeder. Ik kwam mijn hele bek onder. Je bent de top G van de stream, maatje. Fucking love, man. Super dankjewel, Kenan, maatje. Kenan FRP. Oh, your buddy.
Hallo! Ik heb veel meer hersens dan hallo. Sorry, ik was iets enthousiast. Hallo! Hi. Hallo! Hallo! Hey, collega, lekkere koffie gehad ofzo? Wie nee, nog niet geen koffie. Nee, we hebben net al een beetje hoofdpijn gehad. Is dit Adriaan? Nee, dat ben ik. Oh, Adriaan altijd. Weer die baard, jongen. Oh, Adriaan ziet er echt uit als een muts, ouwe. Snap je hem? Omdat hij een muts op heeft. Ah, leuk. Wow. Hey, nice. Hey, Mr. Man, hij met een 6 uur zoon. Hij met een 3 maat. Goed, Sil. Silletje. Sil, super dank je allemaal voor de loon, man. Let's go, man. Wat zei je, Roos? Ik zei helemaal niks. Zo. What? Barry! Het was echt super druk. Gewoon god. Wat ja, maar die is toch een standaard? Deze is wel hard, man. Is dat niet gewoon die standaard? Dit is gewoon standaard, daar heb ik gewoon die badge erop gegooid. Gewoon een vuurwapen. Ik heb gisteren deze. Mannen! Doe wel! Wil je op mijn nek? Ik weet dat het jammer is. Wat is dit? Wat? Ja, wat? Wat de fuck gebeurt hier? Gepakt, yes. Holy shit! Oh, ik kan ik wat de fuck? Wat de fuck? Wat zie ik? Wat de fuck hoor ik? Wow. Hey, dat voet gaan wij. Holy shit, mannen! Wat de fuck doen jullie? Ik moet even op aarde komen, jongens. Ja, we zijn er weer. Wauw, man. Wauw, jongens. Hoe is even kalm aan, man. Really motherfucking place. De top G van de stream. Ik ben nog steeds buiten adem, jongens. Het spijt me, man. Oeh, hij doneert een 5 euro en hij zegt... Mr. One, hij zit je. Super dankjewel, maatje. Let's go, Sil. Let's go, man. Really met een 5 zegt... Sorry, Wouter. Ik vind mijn naam toch net iets mooier. Kijk dan! Boeien! Man, let's go, mannen! Hey, wie is de boss, man? Jeremy! Joy, you all? What the fuck? Wat doen jullie? What the fuck? Oh mijn god! What the fuck? Wat zie ik? Wajo! Ja, zeg dat wel, Rens, hé, die wajo! Wow, man! What the fuck? Wat zie ik? Oh, ik kwam mijn hele bek onder. Holy shit! Holy shit, mannen! What the fuck zie ik hier? Oh, mijn hart gaat tekeer. Willy Tees nog voor de 5 maatje. Daarna kwam Barry met een 20 euro donatie. Hij zegt, oeps, foutje. Ken je dat? Oh mijn god. Speaking English. Yes. Kenan heeft gewoon weer de plek gekanteld. Jongens, even serie fucking jeus, mannen. Barry maatje, welkom bij de motherfucking stream, kerel. Let's go, Barry. What the fuck, man. 10 met een 20, maatje. Wat een liefde, jongen. Daarna, jongens, onze Wout met een 10. Je krijgt hem van mij, zegt Wout. Wout, jongen. Super, dankjewel voor de fucking team, broeder. Jongens, jullie zijn echt te veel aan het gunnen, man. Wat een liefde, man. Hartjes in de chat voor onze boys, man. Let's go, chat. Laat je horen, man. Let's go, man. Willy komt daarna met een 25 en zegt, nu sta ik er wel weer. Ja, Willy, ik wil niet fucked up kut doen, want sowieso fucking love voor die 25, broeder. 100%. Jeremy! Are you kidding me, Jen? Are you fucking kidding me? Ay. Wow. Jeremy met een 100 bom! Wie zijn plek Ken... Wacht, oh mijn god, ik ben zo mogol. Wie zijn plek Kenan, zegt hij. Hij doet ook gewoon even deze naar Kenan, hè. Jeremy, broeder. Ja, what the fuck. Man, wat een mogol. Jeremy, deze maat, bro. What the fuck ben je aan het doen? Maat, jongens.
Jeremy maatje, wauw man. Super, dankjewel voor de 150 bro. Wat slaat dit op, jongen? Gast, dit hartje naar jou maatje. Ik moet nog jouw 50 euro daarvoor oplezen. Hij zei daarna namelijk met de 50... Nee, daarvoor met een 50 euro. Mijn plek, Jeremy kerel. Ik wil niet, je weet toch, jouw naampje hier zo kriebelen. Mario! Maar je staat er, man. Let's go, Jeremy. Chat, laat je horen voor onze Jeremy, man. What the fuck? Holy shit. Holy shit, man. Wat zijn jullie ook een idioten, man. What the fuck? Super, dankjewel, mannen. Kenan R van P met de 30 euro's. Daarna zegt, moet ik het nog eens zeggen? Kenan, jij sport niet, gast. Maatje, super fucking dankjewel. Jij stond nou net op een pak een beetje 53 euro in totaal. Kenan, thank you very much, broeder, for all the love, man. Let's go, Kenan. Let's fucking go, broeder. Let's go, man. Jeremy, ja, je bent echt een mafkees. Jeremy, ik ga je niet meer serieus nemen. Dat klinkt fucking zus trouwens. Let's go, man. Jeremy. Top G, man. Let's go, broeder. Ik stikte daar. Nog een keer. Let's go, man. Rens met de 5 euro donatie zegt, yo, dit ik heb lekker in real life voor money aan het grinden. En ik kan in de zomervakantie eindelijk een PC kopen. Ik ga dan ook lekker future grinden. Ben wel 13, dus kan helaas nog niet in het korps. Rens, alles op zijn tijd, bro. Gewoon lekker chillen, lekker grinden, money catchen. Gewoon als jij het draait erom dat jij het gewoon lekker naar je plezier hebt, toch? Let's go. Ja? Kijk, ik heb een vraagje. Er is gezegd dat er 17 kilo in mijn kluis zit. En mijn wapens dus ook. Ja? Maar mijn wapens zitten helemaal niet in mijn kluis. Weet jij hoe dat komt? Jouw wapens zitten gewoon in de kluis beneden, zeg maar. Ja, inderdaad. Heb je al gescrolld? Er 16 kilo in zit. Ja, ik heb echt heel veel gescrolld. Ik vind ze gewoon niet. Hè? Dat is wel raar. Ja. Misschien dat ze onzichtbaar zijn. Dat je de bovenste rij anders probeert die eens te slepen of zo. Ja, als ik zelfs probeer. Anders ja. Even knipperen, man. Ja, is goed. Oké, heel apart, heel apart. Kenan met een 7,50 euro zegt, mag ik nog? Kenan, broeder, stop, man. Jeremy is echt een neus. Die kerel slaat helemaal nergens op, mannen. Super, dankjewel voor alles, bro. Wat moet ik daar nou op zeggen, bro? Thank you very much, iedereen. Het slaat weer helemaal fucking nergens op, mannen. Die Donegal, jongens. Ik zet er wel wat op 400, man. Deze maatje, let's go! Deze met een 5 zegt, ga jullie de Max Dono verbreken? Let's go! Deze, ik denk niet dat iemand dat gaat doen. Want als je dat doet, dan spoor je gewoon letterlijk niet. Dan ben je dan mogen we je oprecht raar noemen, man. Laten we eerlijk zijn. Nee, deze, ik denk dat jij die lekker op je naam houdt, kerel. Gast, jij bent echt niet 100 pro. Super, dankjewel, deze, voor de fucking fijn, maatje. Let's go, Kenan met de 3 zegt. Love, Jeremy. Nee, trouwens, daar. Ja, sorry? Ik vind ze niet, man. Oh, ja, ik vind ze niet. Probeer eens even te knipperen dan. Misschien dat werkt. Wow, yes. Ja, helemaal goed. Ja, is dit de enige? Ja. Kenan met een fucking 3 euro zegt love, Jeremy. Zo love, boys. Mijn broekzak is niet zo groot. Check je DM, Dylan, love. Kenan, ik ga naar de stream even checken, maatje. Super, dankjewel voor al je donors, maat. Let's go, man. Je had echt gekke, rare streepjes gevangenisvest. You met een 3 zegt, yo, Dylan, je bent best wel een dik. Je hebt best wel een dikke wagen. Heb je alles verdiend, maat? Met politie op zulke wagens te kunnen rijden? Ja, man. Ik kijk, uiteindelijk, ik krijg gewoon continu betaald, zeg maar, in de stad. Dus als ik gewoon letterlijk nu hier sta, dan krijg ik al geld. Dus ja, het is niet de vetpot, maar ja, na een tijdje heb je dan gewoon genoeg money voor waggies, man. Dus 100% maatje. Let's go, man. Hey, Joep, thanks voor de fucking 3. Oh, dit, die was mis. Hoi, yo. Mannen, thanks voor alles, jongens. Let's go, mannen. Right, we gaan ze even omkleden. Jetzo. Oh, dit. Ah, jongens, we gaan even in dienst, man. Zo, ik kan eigenlijk even ademen, jongens. Jullie zijn echt een setje idioten. Alright, let's go. Wardrobe. Dikste deze. Ja, neef. Ja, dat ding is wel echt dik aan neef. Oh, dit. Right, gaan we even in de porto. 1/porto. Dan gaan we even deze op 2 zetten. En dan doen we ook gelijk even harder. Zo, 60. En dan moet ik heel veel naar mijn Discord gaan, jongens. Dan doe ik heel veel dit beeld aan. Ja, straks leak ik een DM of zo. Staat er opeens, ja, kutjes zijn goed, weet je wel. En dan staat het vol op stream. Helemaal kut. Even kijken. Even zien. Overheid. Ja, toch. En dan kan ik even zien. Ja, dit kan ik wel weer laten zien. Even zien. Daisy. Daisy of Duty. Daisy. Let's go. Goedendag, collega's. Goedendag. Oh, ik had push talk niet aanstaan. Lekker, man. Dus ze hoorden alles wat ik zei als ik daarna ging praten. Let's go, mannen. Maar Feyenoord, dit is een kampioen, mootje. Bro, ik hoorde inderdaad hele goede dingen over Feyenoord, man. Goeie shit, man. Ja, ik ben zelf voor geen club, hoor. Dus vandaar dat ik dat gewoon zeg. Sorry, ik wil niet het mensen boos maken. Aha. Nee, ben gewoon lekker voor de club die jij chill vindt, man. Ja, is goed. Oh. Hey, Karim. Hey! Man, alleen is gewoon saai. Ja, dat deal. Nee, mijn wapen zit er nog steeds niet. Nog steeds niet?
Nee, dat kan toch niet. Hoe kan dat dan? Ja, dan zou ik wel even een nieuwe vraag aan een collega, man. Ja, even Roos aanspreken. Ja, inderdaad. Karim Sultan. Waarom hoort? Wat? Ik hoorde mijn naam. Nou, ik heb je gehoord. Pik jij die? Ja, ik hoorde van Karim. Wat ja, pik jij die. Ik hoorde mijn naam. Je hebt een groot wapen, vast, hè? Ja, pas uit, jongens. Ik vind je skibedoel, vindt hij mooi. Ja, dat bedoelde ik. Ja, ik knal me altijd van de berg af, jongens. Lekker man, met z'n skibedoel. Is dat die kerel die in die lelijke golf kwam aanrijden op dit terrein? Ik ga even denken, hè? Je zou maar geen golf hebben. Wat color is your Bugatti? Och, hé. Hey. Wat color is jouw Bugatti? Ja, we weten allemaal dat er geen Bugatti in de stad zit, dus jij bent op cap, collega. Talk to the hand, man. Mijn auto raad je een lelijke golf draait, joh. Oh, de? Nee, is goed. Nee, ik onthoud deze. Nee, is goed, collega. Als je ergens met pech zit, dan rijd je gewoon voorbij toeterend. Ik heb geen pech, Karim. Oh, wacht maar. Is het goed? Hey, ik onthoud deze guy, hoor. Nee. Dag is een beetje... Sorry, jongens. Sesame poept. Sorry, jongens. Oh, ik ben fucking hyper, man. Let's go, man. Zullen we snuiven met z'n allen? Nee, tuurlijk niet, man. What the fuck? Don't do drugs, kids. Oké, let's go. Ik wil heel even in die Mercedes, hoort mij dan. In die Bampy inderdaad even rijden, man. Ja, mijn nieuwe DC-bakkie, man. Let's go, man. Ah! Ja, dit ding blijft... Ik vind... Oh, gaat dat kut even... Oh, dat hekje is altijd een beetje kut, man. Ja, toch, neef. Oh, dat ding trok best wel op. Holy shit, sorry. Zo, dit ding trekt echt op. What the fuck? Oh, head-up display en alles. Kijk dan. Oh, joh. Ja, jongens, we gaan ervoor, man. Ik heb veel grip. Man heeft gereisd. Harr. Oh, dit, we gaan hem even full tunen. Of enfin, full tunen, hoor mij dan. Hij is al fully. Ik bedoel, tanken. Ja, toch? Ja, hij is wel fris, man. Die Bambi mee. Jongens, wat is eigenlijk jouw lievelingsauto? Trouwens, mijn reet, hè, jongens. Dat is geen grap. Dat klinkt heel grappig. Maar mijn spierpijn is al iets minder aan het gaan. Maar zo. Ik kan amper zitten, man. Of opstaan, dat is het meer. Je ging rood, ja. Maar jongens, MOB, man. Money over rood, houden. Een echte piraat heeft bloed aan zijn zwaard. Zus. Oh, dit gaat hij, houden. Nee, jongens, wat is jouw BMW 7, ja? Dat is wel hard. Een BMW 7 is echt een mooie auto in het echt, man. Een nieuwe GT3 RS. Ja, fucking dik. Brabus G800. McLaren P1. Loffer die. Wouter met een fucking 5,89 €. Laatste voor vandaag. Wacht op salaris en dan weer lekker doneren. Ah, GGK dan. Wout, maatje. Als jullie betalen... Jongens, jullie gaan toch niet jullie salaris aan fucking mij doneren. Dat is het laatste wat ik wil zien, oké? Duidelijk, Wout. Die deal maken we. Ik wil dat jullie gewoon lekker op jezelf teren met je money, man. Alsjeblieft, ga niet dat aan mij geven, bro. Skip dat. Oh, Sammy, bro. Oh, kijk die gains, man. Let's go. Bro, what the fuck? Man doet mij een watje. Ik heb vandaag tering hard getraind, bro. Oh, dit. Nee, maar ik zweer het. Ik ben zo hard in mijn reet genomen. Ik bedoel, ik heb gewoon mijn benen getraind, jongens. Geen stress houden. Oh, dit. Wat denken jullie? Dat ik gewoon zo vies peuk ben of zo? Nee, ik heb serieus gewoon echt gewoon hard getraind, man. Oh, dat komt niet eens meer over alsof het serieus is. Let's go, man. Ik ga mijn mond alweer. Een RSQ8 ABT. Bro, dat ding is fucking grof, man. Bro, je moet nog kipfilet eten. Bro, Sammy, ik heb een bak kwark. Ik ga zo straks even een bak kwark leeg chappen, man. Oh, dit. We zijn echt aan het focussen op die gezonde shit, man. Ik eet ook elke dag weer een banaantje nu. Kwarkje erbij. Genoeg kip. Ik heb vandaag kip Sian weer gechapt, dus dat is ook wel een goeie. Ja, voor de eiwit, jongens. Eiwit ook, papa. Ja, toch? Nee, goeie shit, man. Nee, ik ben echt... Bro, no fucking... ik vind het altijd een beetje raar om over jezelf te flexen, maar bro, we worden sterk, man. Oh, dit. De Mustang, onthoud die auto, jongens. De fucking Ford Mustang. Oh, man heeft de dikste diesel die ik ooit... Oh, yo. De Ford Mustang, jongens. Dit, misschien wordt hij wel heel nice. Ja, ik zeg maar wat. Nee, jongens, er gaan heel veel voertuigen op de kop gegooid worden, man. Stay tuned voor die sowieso. Er moeten wat meer auto's gewoon wat chiller worden. Dus ja, man, stay tuned voor die, man. Mercedes-Benz 300 SL Going 1954. Mannen hebben smaak tegenwoordig, maar lekker, gast. Want Mary is gewoon altijd goed, man. Ook de OG fucking auto's zijn fucking fris, man. Ja, Alfa Romeo Giulia is ook heel clean. Ik weet niet, man. Er zijn gewoon sowieso de laatste tijd. Alle merken qua auto's, die gaan er echt op vooruit, vind ik, man. Hele mooie voertuigen. Trouwens, Soen, jongens, een nieuwe elektromonteur voertuigen, man. Goeie shit. Nee, ik weet maar alle nieuwe auto's van nu die nu gemaakt worden is fucking dik om te zien, jongens. Mannen, we zitten bijna met... Fijne avond. We zitten bijna met 1700 man. Kunnen wij op zijn minste die 1000 likes aantikken, jongens? Besef dat er gewoon 1000 man het gewoon vertikt hebben om nog te doen.
Dat zou fucking clean zijn, jongens. Dan gaan wij even iemand door zijn bek schieten zo meteen. Maar als jullie even die likejes kunnen knallen, zo dops. Dop, hoor mij dan, top. Ik zit zo erg met die top. Nice, man. Ja, Dodge Challenger en Chargers zijn allemaal dik, man. De Hellcat sowieso. Zuidwaarts23 zegt, maak je kwaad? Oh, let op dat. Maak je kwaad, Tom? Die boom moet er vandaag nog uit. Haha. Hey, Zuidwaarts23, man. Is niet normaal hoeveel in die kleren beschaat. Maak je kwaad, Tom? Ja, die blijft zo mooi, hè. Zuidwaarts23, broeder. Let's go, man. Hier, we zitten al de fucking 9 bar, man. Zo, what the fuck, ouwe? Let's go, man. Golf 7,5. Ruben, kut, je hebt je bericht ingetrokken. Bro, een golf 7,5 is fucking dik, bro. Vooral de R'tjes, ik weet niet, man. Gisteren, of vandaag zag ik. Bro, vandaag, hè, let op dit. Wij reden door de stad. Nou, ik in mijn eentje, maar. Twee golf GTI's achter mij, de 7,5. Oh, dit. Ik daarvoor met die 8. Bro, dat zat te fucking dik zuigen. Dik uit. Heel dik, heel dik. Golf 8 GTI 45 jaar klus voor 2022. Ja, Jappie. Ja, mijn auto komt net niet uit 2022. Die van mij is in november, 31 november, of 30 november, sorry, excuse, 31 hoor mij dan. Dus hij is, mijn auto komt bijna uit 2022, bijna, hij is net 2021 model. Mijn vader heeft een Ford Mustang, bro, Ralf, een Ford Mustang, ook die hele oude, kennen jullie die? Die oude, die OG versie, die is ook zo fucking dik. Ja, ik dacht dat ik mezelf weer zat te sussen, maar ja, maar dat is fucking lijp, man, goeie shit. Wat dit, mannen bij meeting en zo. Oh shit. Ja, toch. Hoi meneer. Hoi, hoi, hoi. Is die politie? Hoe is het? Oh. Jazeker. Nee, ik dacht u bent gaan aanrijden. Nee, zeker niet. Sorry? Nee, oké. Okay. We reden wel een beetje hard, hè? Kan ik alsjeblieft kopen? Nee, man. Helaas niet. Ik heb gisteren gekocht, maat. Sorry. Oh, ik pak heel veel auto, hoor. Oh, is heel leeg om me heen. Hey, meneer, let u wel even op uw snelheid binnen de bebouwde kom. Dit is buiten de bebouwde kom, groot vriend. Buiten de bebouwde kom, dat bedoel ik. Even op uw snelheid letten, alstublieft. Nee, dat komt helemaal goed, hoor. Hey, toppen, man. Hey, dan hou ik voor deze ene keer bij een waarschuwing, maar volgende keer toch een sanctie moeten geven. Sorry. Nee, dat is wel veel te goed. Dan wordt het toch een proces of zo, weet je. Ja, weet je, ja. Heeft u een rijbewijs op zak? Nee. Ah, oké. Okay. Nou, tot ziens, hè. What the fuck, ouwe. Oh, dit GTI is sowieso dik, hè. Oh, dik kartdealertje. Oh, Hellcat. Ja, die Hellcat is een dik man, maar... Ja, weet je wat het is? Ik moet even hoesten hoor, jongens. Let op. Zo, ik krijg gewoon... Als ik hoest, voel ik hem gewoon in mijn reet, hè. Die spierpijn. En weet je wat het is? Nederland, wij zijn niet echt van de musclecars, hè. Met z'n allen in het echt, zeg maar. En dat is eigenlijk wel jammer dat je ook in RP... zie je dus die auto's gewoon bijna nooit gebruikt worden. Terwijl ze eigenlijk stiekem fucking overpowered zijn, heb ik gemerkt, man. Ze gaan dus juist nog... Oh, ik dacht dat ik even iemand in mijn reet kreeg. Die worden nog even iets aangepast, maar... Wow, man, die Hellcats, de Mustang. Dat zijn zulke fucking dikke wagens, man. Doe de X7 weg. Nou, ik vind hem nu nog wel even chill om te houden, man. Een Lambo V26 coupé straalmotor. What the fuck is dat? Huh? Mercedes E500 AMG, dat is dik. Sowieso de E-klasse is zo clean van Mercedes, vind ik. Ik vind die mooier dan de C, persoonlijk, man. Ik ben redelijk smal en ik zou graag een beetje aankomen, maar dit gaat zo moeilijk. Heb je tips? Tom, ik heb eigenlijk, hoe raar dat ook is, het een beetje hetzelfde. Ik ben best wel smal gebouwd. Ik heb echt heel lang gegrind om een beetje zoals nu eruit te zien. Het ding is, het is gewoon puur grinden, man. Je kan niet met een wondermiddeltje breed worden. Dat is er niet. Ja, je kan wel die troep in je spuiten, maar dat oprecht doe dat gewoon niet. Dat is fucking cringe. Het is gewoon oprecht chappen, hè? Goed gymmen en een ritme hebben. Zelfs ik heb na 3 jaar tijd nu pas een beetje het fysiek waar ik tevreden mee ben. Pas na 3 jaar, hè, boys. Zo ik elke dag ga, bro. En ik chap nu ook goed kwark, kip, hè. Ik probeer echt mijn best om gezond te eten. Maar het is gewoon een lang proces, bro. Je komt eerder aan met vet dan gespierd en breed, zeg maar, weet je wel. Dat duurt gewoon. Dat is een heel lang proces. Dus ja, man, dat is gewoon even... Ja, volhouden, man. Dat is de beste tip die ik kan geven. Gewoon een lifestyle ervan maken. Dus zorg niet dat jij zeg maar er tegenop kijkt om de gym, maar dat het gewoon in jouw systeem zit. Oh ja, ik ga vandaag gewoon weer. Bam. En dat je gewoon gaat, man. Dat is... Oh, ik schrik me dood. Dat is het beste wat je kan doen. Gewoon gaan. Je hoeft niet elke dag, maar ga gewoon een soort van ritme dat je 3 keer per week zo gaat, zeg maar. Ja, man, dat is het beste, man. Nee, het is gewoon vooral consistentie en volhouden, man. Als jij na 2 maanden denkt, ik zie geen verschil, ik kap ermee. Die 3e maand had je misschien wel dat verschil kunnen krijgen waar je naar zocht, snap je? Je moet altijd gewoon gierig zijn naar doorzetten.
discipline creëren, man. Het is niet alleen voor je fysiek, hè. Dus voor je uiterlijk dat sporten goed is, maar ook voor je brein. Wist je dat als jij sport, dat jij een geluksstofje aanmaakt in je brein? Fucking handig, houden. Ja, dat, ik leef daarop, man. Daarom gym ik elke dag, omdat het echt mij zo hyped maakt. Ook, ik zit nu ook gewoon weer echt met alle liefde hier gewoon weer, bro. Maar ik kan makkelijk 6 uur lang nonchalant streamen, omdat ik gewoon echt gelukkig ben, bro. En dat is zo belangrijk in het leven. Gewoon geluk, gezondheid en gewoon goede mensen om je heen, bro. Dat is de key, man. Let's go, man. 100. Was er bij gemeentehuis? Zullen we even naar de stad weer rijden? Daar is sowieso ergens, man. En beter gaan mensen even hun wapen trekken vandaag. 100% dat het gaat gebeuren, man. Hey boys, we hebben bijna de 1000 likes. We hebben nog 50 te gaan, maar let's go, man. Ja, deze G-fucking 800 is zo brut, hè. Kijk hem ook rijden, man. Toch mis ik toch zo'n voorbumper, zo'n bar, weet je wel. Die kan je er volgens mij wel op editen. Maar dan moeten we heel even in de scripts kijken, man. Want dan kan je dat erbij doen. Dat is wel hard, eigenlijk. Maar zo'n boelbar voorop hebben, dat is clean, hè. Jullie mag eindelijk in het zwart. Ja, ik weet, man. Het is een beetje een... Ik snap het gewoon niet. De een heeft wel zwarte kleding, de ander weer niet. En in het echte, zeg maar, deze zie je niet... Je kan in het echt niet zien welke rank iemand is aan de kleding. En nu zie je wel dat er een soort onderscheid is. En dat is een beetje jammer eigenlijk. Dus ik zeg je eerlijk, ik heb het gewoon aangedaan omdat ik dacht van ja, het ziet er gewoon vet uit. Ja, als ik krijg te horen van yo Dylan, doe dat uit. Dan zeg ik ja toch? Maar ja, ik weet niet, ik vind het gewoon nice. Doe dat, die boeba. Ja, dat klopt. Alleen hij zit nog niet in de car dealer, man, die optie. Of in de Tune Store. Dus je kan het er nog niet opzetten helaas. Dan moeten we heel even naar kijken. Wat is dit dan? Wat is die clubhuis? Mickey Mouse. Clubhuis. House. Of is dit een kloplocatie, jongens? Even kijken, man. Oh, dit. Ja, BMW M4. Er komt een zieke M4 aan binnenkort in de car. Dit is stay tuned voor die, man. Hey Mark, welkom bij de stream, gast. Met mij gaat het lekker, jongen. Hoe gaat het met jou, jongen? Zit op je G800 een Magenta Purple en een Diamond Blue als per legend. Oké, weet je wat is Gamer Wows? Ik voel paars niet op auto's, man. Het is niet dat ik het lelijk vind, maar ik vind het zelf gewoon niks, man. Ik voel dat niet. Ik voel dat gewoon niet echt. Ik weet niet wat het is. Oh, meneer Kippie in de golf. Oh, deze mannen zijn heet tegenwoordig. Volgens mij zijn ze aan het verkopen, inderdaad. Ja, wiet verkoop je. Ja. Die zijn even lekker de economie draaien aan. Ah! Oh, ik twijfelde in die bocht. Oh, wat dom. Oh, wat dom. Oh, wat dom. Oh, wat dom. Doe het toch niet zo stom. Ken je dat nummer, jongens? Dat was van die... voor de mensen die in APD wonen. Kids Playground. Hoor, Dick, als mensen dat kennen, ik zeg je eerlijk, je bent de top G van de fucking wereld, bro. Ik zweer het. Als je dat kent, oh, Dick, aan. Kennen jullie dat van vroeger, jongens, van die kinderfeestjes, van die klimparken? Met van die, hoe moet je dat uitleggen? Van die klimparken. Snap je wat ik bedoel? Dat je zo'n binnen ding had, met allemaal van die klauwte toestellen en dat je zo'n hele matte ding had. En van die touwen waar je in kon hangen. Dat klinkt heel raar. Nice. Kennen jullie dat? Oh, Dick. Bro, dat was de jeugd, bro. Is dat nog steeds gaande tegenwoordig? Volgens mij is het een beetje nu meer trampolineparken en dat soort dingen. Maar vroeger had je echt die klauterparken, weet je wel? Met van die kussens, trampolines erin verwerkt. En dan had je weer een van die machines dat je van die schuimballen, voemp, weet je wel, naar elkaar kon schieten. Oh, dit? Ja, Monkey Town, dat soort dingen inderdaad, man. Ik word zelf ook naar beneden. Hey, Garfield, bro. Fucking Kids Playground, bro. Dat was echt een fucking shit, man. Monkey Town, inderdaad. Dat soort parken, man. Ja, Klimbos. Kijk, Klimbos is echt gewoon buiten dingen, maar ik bedoel echt zo'n binnenpark. Oh, dit? Ja, man. Fucking. Dat. Ik weet niet, man. Ik weet niet. Is dat nog steeds gaande tegenwoordig? Dat kinderen daar gewoon feestjes houden en dat ze, hè? Dat je daar gewoon mee opgroeit. Wat de fuck is deze guy aan het doen? Oh, ik heb echt de beste jeugd gehad ooit, man. Ja, niet qua... Ja, bij mijn vader was het een beetje gaar, maar... Gewoon qua dingen ontdekken, qua speelgoed, qua kinderfeestjes. Ja, man, dat was echt leuk gewoon, man. Nerfgeweren buiten. Bro, let op dit, hè. De wereld is eigenlijk zo verneukt dat eerst wel kon en nu niet. Wat een kutdeur is dit. Open die, getverdemme, man. Ja, toch? Hier, je moet een stem... Oké, open. Ah, what the fuck, man. Sorry, ik moest even spugen. Nee, ja, man. Vroeger, oprecht, ja, zo'n kermiswapen. Had je toch zo altijd zo'n oranje dopje erop. Wij spoten die zwart. We hadden gewoon echt fucking wapens in het echt uitzien. Weet je wat wij gingen doen? We hadden bijvoorbeeld zo'n studiedag. Gingen we met zo'n bivakmuts op. Gingen we rondom scholen met die wapens richt op kinderen. Dat was vroeger de scheis, man. Ik zweer het. Of nerf wapens die helemaal zwart ging spuiten. En dan ging zo...
door de buurt scouten op buurvrouw, ging je zo in mikken. Bro, tegenwoordig, als je dat als kind van de 7 gaat doen, bro, ik denk dat je een arrestatieteam om je heen hebt, bro. Besef hoe fucked up deze fucking wereld is geworden? Dat het eerst wel kon en dat toen, ja, toen waren al die aanslagen nog niet zo'n ding toen. Dat was echt voor, ja, je had natuurlijk wel 9-11, maar ja man, sindsdien is alles zo veranderd, man. Oh, nee. Ja, dat was vroeger echt de shit, man. Oh, joi. Je wil niet weten hoe erg ik in het derde wiel was. Ik ging logeren met mijn beste vriend en vriendin die ik gekoppeld had. En ik heb niet eens tegen ze gepraat. Lina, wat kut! Wat kut! Wacht even, ik moet die situatie even... Waar is mijn muis? Dus jij hebt een soort van slaapvissa dingetje met een vriendin van jou. En die is met haar relatie... Nee, wacht. Ik ging met mijn beste vriend en vriendin die ik heb gekoppeld, heb ik niet eens tegen ze gepraat. Logeren. Wacht even. Luna. Deze situatie, ik denk nog niet dat jij 18 plus bent. Ik denk als je deze situaties in een 22-jarige mens zou hebben, dat het een hele andere vibe zou hebben dan wat jij nu hebt. Maar ja, dat is wel een dingetje. Ja, derde wiel zijn is wel leuk, man. Ik houd hem, meneer. Dankjewel, man. Hey, die voor jou ook, kerel. Staat die kever? Ja, man. Lekkere shit, man. Lekkere shit. Ja. Ah, goed shit, hè. Rustig. Hoi. Gestuk, man. Wat vind je van de kleur op Enzo's auto? Bro, ik zeg eerlijk, dikke kleur, man. Ik ben zelf mijn lievelingskleur. Ah! Hoi, ik schrok me dood. Hoi, dat klinkt zo gay wat ik daar deed. Gadverdamme. Ik schrok me dood. Ik zweer het, ik had het totaal niet door. Ga dan, meneer. Oh, what the fuck? Au. Je lijkt op een Fortnite skin, ouwe. Wat? Nee, dat was een grapje. Maar ga, meneer. Sorry, man. Excuus. Maar waarom rij je tegen het verkeer in? Ja, dat was echt mijn fout. Ik reed zonder handen. Dus jij rijdt zonder handen? Waarom in godsnaam rij je zonder handen? Ja. Goedendag, collega. Dan heb je net hulp nodig hier. Zo, nou, het was meer een aanrijding uit de niets. Schrik me dood, jongens. Maar meneer... Ja, dat voelde mij wel vaker ergens tegenaan. Ah. Nee, dit was echt mijn fout. Zo, ik zeg je eerlijk, ik voel me echt dood daar. What the fuck? Ik probeer en ik dacht, wat nou als ik zonder mijn handen omhoog ga rijden. Maar dat is geen goed idee, zou ik zeggen. Meneer, gaat het allemaal wel helemaal goed in die bovenkamer? Want je gaat toch niet zonder handen proberen te rijden? Nee, ik dacht... Ja, maar de masker is ook best gevaarlijk. Die zit daar vrij weinig uit, hè? Ja, de masker slaat ook nergens op. Die mag je wel even afzetten, trouwens. Ja. Oh, sorry. Ja, ik ben gewoon enorm oud. Ik hoor wel vaak dat het een masker is, maar... Nou, ik zie volgens mij gewoon Ja, er hangt nog een kaartje zelfs aan achterin, hoor. Ik weet niet. Maskershop.nl. Ja, het staat er gewoon in, grote vriend. Shit. Ja, die mag je gewoon even afzetten, grote rakker. Ja, sorry. Kijk, top. Oh, ja, u zit er nog... Oh, ik zou eigenlijk bijna zeggen dat je hem weer op moet doen, maar... Holy shit. Nee, sorry, excuus. Ik schoot een beetje uit verkeerde spier. Maar dan ga ik even weer ervan tussen, kerel. Ja, is goed, jongen. Sorry, ik ben zo... Nee, dat komt helemaal goed, jongen. Helemaal goed. Ja, precies. Uit. Hey, rustig, hè. Hoi. Van Makko, what's up, Mango. Ik wil Makko zeggen. Mango, what's up? Ja, dat is inderdaad een masker. Oh, deze motorrijder heeft het ook wel naar zijn zin om mij heen. Laten we even deze auto even wassen, jongens. Wassen. Zo grote wasjes, kleine wasjes. Oh, de taxi heeft nu... Oh, nee, meneer. Oh, mijn god. We gaan het toch niet serieus menen. Oh, dat was de verkeerde spier. Hey, Rinus, wat is hier de bedoeling van? We hebben net dezelfde situatie verderop gehad. Wat is dit nou? Jij bent zeker ook oud, of heb je ook een masker bij maskershop.nl? Dat is een pitstop elke keer. Pitstop. Ja. Je mag even je masker afdoen. Wat de fuck gebeurt hier allemaal? Wat is dit voor Rapunzel? Ja, dit is kabouter puntmuts volgens mij. Oh mijn god, dat zie ik. En de slip tot bij een lange broek. Meneer, heb je een regenboog? Nee, ik kom net van de van het circus. Oh. Dit is een mannelijke Kim Kardashian. Oh mijn god. Ik kom net van mijn werk. Heb je botox? Ja, dat is Kim Kardashian. Nee. Oh, dit? Meneer, zeg je eerlijk, je ziet er fris uit. Ik heb soms wel drag queen shy. Ah, nice man. Hey, jongeman, ik wens je succes met deze. Ja, dat is... Hey, meneer, tot ziens. Hoi. What the fuck? Wat een type is. Onze Nosso, ja, he? De Nosso. Tjong, jongen, wat gebeurt hier allemaal? Ja, is hier een grote. Ja, een grote, ja, hè. Wat hoor ik, man. Oh, jezus, wat gebeurt hier allemaal?
Oh, ik was zo hard schreeuwen. Let's go, jongens. Nee, het is weer een day in the life, jongens. Day in the life. Let's see if you really trap. Ja, zondag is altijd goud, man. Zondag is echt leuk om te RP'en, man. Dan is iedereen vrij natuurlijk een beetje aan de klooien. Dat is mooi, ouwe. Bij de auto, die was er bij de auto, die, jongens. Kijk, zijn buik. Wat had hij op zijn buik dan? Ik wil even op je buik schrijven. Oh, daar hebben we Tom, hoor. Achter mij, volgens mij. Tom is een kut Brabus. Doet hij even tof, hè? Ah, ja. Kijk hoeveel leven er ook is. Hier, aan een beetje om de bocht. Hoeveel mensen zijn in de stad? 412. Hoor dit? Dat blijft nice. Oh, jongens, ik heb zo tering spierpijn in mijn reet. Wacht, laat me even één keer staan. Ik ga even een kussen pakken. Lijkt net of ik mijn reet geboord ben. Oh, wacht even. Dit staan is zo kut. Wacht, 3, 2, 1. Oh. Ah, oh, what the fuck. What the fuck is this, hoor? Zo. Oh. Even. Ik zweer het, dit is zo awkward. Maar bro, ik zweer het, ik heb morgen afspraken om met iemand te gymmen. Ik heb gewoon gezegd, yo, kunnen we alsjeblieft morgen rug trainen? Ik kan amper zitten. Wow, zag je dat? Dat ging echt perfect. Maar altijd als ik ook een soort van... Oh, dat klinkt zo fucking awkward. Als ik mijn reet aanspan, bijvoorbeeld ik ga lachen, dan indirect... Blijkbaar span je reetspieren aan ofzo, ik weet niet man. Of als je moet hoesten, weet je wel. Bro, ik voel gewoon zo'n steek... Ja, dat is echt kut. Nee, maar ik zweer het, ik loop niet te klooien, man. Hoi. Ik zweer het. Joi, ik ga lekker in, bro. Ah, oh, ja. Zullen we even die burrito's nou even opchappen? Dan kunnen we even weer een nieuw oude eten kopen. Bro, ik weet niet wat het is, maar ik... Kijk, dat komt echt omdat ik gewoon echt dedicated op mijn benen trainen ben. Met squatten, bro. Ik zweer het mee. Oh, ik wil niet meer. Ja, dat doet echt... ja, het gaat per de dag... Kijk, man. Weet je waarom wortel er niet is? Waarom wortel er niet is? Een wortel! We hebben eigenlijk helemaal niet eens zoveel gezond eten en drinken hier in het dingetje, hè? Even een chocomeltje. Oh, niet 45. Dan gaan we weer lekking. Die koffie was ook wel lekker geweest eigenlijk. Frietjes. En tot ziens, hè? Hoi, mooi. Nice, man. Goeie shit. Hier, die Tesla's, man. Wat lijp. Taxi heeft nieuwe auto's gekregen. Kijk hoe clean die Model X eruit ziet, gast. Fucking fris. Kijk dan. Zo, meneer de taxi. Dat ziet er mooi uit, die wagen. Ja, heerlijk, mooi, man. Mooie Model X. Heeft hij van die vleugeldeuren? Ja, zeker. Echt, mag ik die zien? Wacht, ik zet even mijn auto hiernaast. Hoi, hoi. Maar ik ga ook wel even tanken. Nee, kijk, wacht even. Oh, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Wat sick. Oh, dit. Oh ja, wat de hel? Lijp, man. Heel erg vet. Dat is vet. Wel dik, hè? Ja, jullie hebben toch ook nu zo'n Model S en zo? Ja, zo. Ja, vet. Sinds wanneer zit hij erin dan eigenlijk? Letterlijk sinds vandaag. Oh, dat dacht ik al. Lijp, shit. John, maat, zit er met een 5. Oh, ik span weer reet mijn rem. Dat zijn mooie auto's. Nee, ziet heel fris uit, man. Goeie shit, man. Ja, en ook nog zo'n nieuwe Mercedes. Tesla geteemd. Oh, nieuwe Mercedes. Ja, maar die rijdt niet zo chill. Oh, oké. Maar meneer, hè? Wat doe jij met deze zon? Ja, deze auto moet ook getankt worden. Ja, man. What the fuck? Ik ga stuk. Ja, man. Ja, dat is dat een opslag of zo? Een extra tank erbij? Ja, volgens mij wel. Oh, god. What the fuck? Ja, ja, nee, dat is zo. Weet niet. Nou, volgens mij bent u opgericht, man. Er zit gewoon een benzinemotor in of zo. Ja. Zo, hey, meneer de fiets, bent er gij... Wat de hel? Wat doe jij dan, joh? Hey, Richard. Oh. Yo, hey, barmenschijf. Je kan wel even doorfietsen, man. Je gaat toch niet zomaar door die auto's heen? Ah, toch. Praat hoor maar. Oh, nou, ik zie die kras even, wacht even. Volgens mij even hier zo. Nee, kijk, top, dankjewel. Hoppakee, kijk. Dan ga ik weer verder, ja? Hey, is goed, jongen. Hey, succes, hè? Okay, hoi. Heel later. Ah, dikke auto, man. Dikke auto. Ja, vet, hè? Dat die taxi weer nieuwe scheisse heeft, man. Ja, dat soort dingen. Zijn de kleine dienst wat toch wat frisser maakt om naar te kijken, man. Jordan met de 4 maanden zeggen: Eel, dit al vannacht één aanhouding met iemand die dreigement naar mij gooide. Oh, sorry. Wat, hè? En een meid ging betasten, dus heb hem eerst naar de grond gewerkt en toen politie gebeld. Jonna, bro, goed werk, maatje. Bro, sowieso respect naar alle vrouwen, man. Er zijn gewoon helaas, ik noem het jochies, het zijn eerst mannen gewoon, weet je wel. Die vrouwen lastig vallen, fuck dat, man. Hey, Jonna, goed werk, kerel. En ben blij dat de politie het ook natuurlijk helpt. Goeie shit, man. Ja, Jonna, daarom, man, daarom ben je nodig, bro. Hey, Jonna is beveiliger bij clubs, man. Goeie shit, ouwe. Ja, baarmischijf, wat de fuck doet die kerel, man. Oh, dit. Oh, boe. Ik ben zo druk, jongens. Ik zweer het. Ik kan gewoon nog een gymsessie erachterna knallen, bro. Oh, de. Straks gaan we even kwark chappen. That's what she said.
En dan, ja, dan ga ik. Ja, ik ben een beetje weer aan het. ESB on fucking top, man. ESB on top, bro. Jij bent er ook zo lang bij, maatje. Remmen is angst, bro. ESB, jij snapt het, bro. Zo'n G800, als je hem volledig plankt, moet je gewoon in een bocht gewoon YOLO zetten. Als jij gaat remmen, ben je best wel een kleine speler, man. Gewoon volledig er dwars doorheen knallen, bro. Oh, what the fuck? Wat een sikke kleur heb ik erop gezet eigenlijk. Ik was het alweer vergeten, joh. Oh, waarom moet ik dat dan weer onnodig raken? Wat een domme gek. Oh, oké, er zit geen crash op. Bro, waarom raak je dat, man? Dan ben je ook wel een kneus, man. Je moet ook even wat meer van die, wasserettes neerzetten, man. Je weet toch? Het was 56, man. Man heeft niks te doen tegenwoordig. Ga even leren voor de toetsweek of zo, man. Is, was het 12:56 of zo was het. Hoe zit, man? Wat is er, jongens? Semprong, we weten het. Wat is er, Douwe? Douwe. Even douwe, jongen. Douwe, Bob. Even douwe, Bob. Ah, kut grap, sorry, jongens. Hij moest tanken met zijn fiets, net als de Tesla. Bro, het is een beetje apart inderdaad dat je een Tesla gaat tanken. Dus we moeten dat even kijken. Maar om die Tesla nooit leeg te gaan laten lopen is ook weer zo'n dingetje. Maar misschien... Ja, een oplaadpunt. Een oplaadpunt. Dat is wel hard. Dat je van die oplaadpalen in de stad plaatst. Oh, dit? Dat is fucking gek. Oké. Okay. Bro, Mats, hoe is het, maatje? Tim met de... What the fuck zeg ik? Mats, Tim met de fijn met de vies, broeder. Super, dankjewel. Ik doe tegenwoordig altijd dit. Ik weet niet, fucking cringe eigenlijk, man. Maar fuck dat, man. Oh, dit is om niet gewoon knallen. Daar zie je het trouwens. Oh, dit. Monster is opgepakt. Bro, ik had alleen de thumbnail al gezien. Ik dacht van, oh, dit. Ja, maar hij wordt zo erg gefocust door die politie. En dat is niet normaal, ouwe. Dat is niet normaal. Ja, mensen... Bro, oh, dit. Let op dit. Ik zat vandaag rondje te rijden. En opeens zo'n runner achter mij, dat ding ging echt fucking hard, bro. Die kon gewoon mij bijhouden. Ja, ik ben netjes 50 geweest rijden. Ja, toch? Nee, wat een fucking dik, man. Oh, damn, mannen liggen laag. Ik lig laag. Keef die Sven. Hey, man. Oh, damn. Roer Veen had dat ook? Oh, oké. Bloody part 2 actie, wat een gast, jongen. Bedoel je, Huub? Oh, dat is zeg maar een soort van cliffhanger achter zit. Of hoe bedoel je? Ja, mannen liggen laag, bro. Ik lig laag. Kief die Sven. Sorry. Kom mannen. Durf even een wapen te gebruiken. Hier gaat sowieso iemand een wapen pakken. 100%. Nou ja, kijk, zondag is het altijd druk. Maar dat moet altijd een beetje op dreef komen. Ongeveer, oh, wat is het nu? Het is nu bijna 9 uur. Nou, rond 9:30, 10:00. Zoiets, 10:30 ook nog wel. Rond die tijd, dan komt het echt tot leven, bro. Dan gaan mensen maaien als een idioot, man. Zo ziek. Ja, maar laat wel zien. Ook nu, wacht. Ja, man, hadden we wel willen zien nu ook. Ja, bro. Ja, man. Maar je kan eigenlijk in Nederland bike life content maken. En je ligt al op de loer bij de politie, man. Als zij jou al zien rijden en ze herkennen jou, ben je al de pineut. Als jij een keer op een scooter te hard hebt gereden, dan gaan ze je daar al op pakken, man. Nederland is zo streng op dat soort dingen. Is niet normaal, bro. Eigenlijk, dat is ook de reden waarom ik een auto wilde hebben, man. Om gewoon... Kijk, mijn auto kan een max snelheid 270 km per uur. Je mag er niet rijden, maar hij kan het wel. En met een scooter, dan word je gewoon continu gecheckt hoe hard dat ding rijdt. Het is gewoon fucking irritant, ouwe. Dat is eigenlijk best wel scheef, want dit heb ik nooit begrepen. Waarom? Als voorbeeld mag een runner... Hey Sven, maatje! Bro, Sven! Theo de 301, ouwe! Zeg, hey snuffelmuis! Of wacht, hey Dylan snuffelduif! Zullen we een achtervolging doen? Zit op een Kawasaki ZX-10R? Aha, Sven, dus jij met die stalker. Aha. Want ja, AMB is een beetje saai. Wordt toch ontslagen door jou? Wat? Vieze, vuile snuifduif dat je bent, jongen. Wat zit er op het spel? 50k, ik vind het goed. Oh. Sven, bro, jij gaat niet halen, man. Jij gaat niet halen, Sven, bro. Je mannen gaan lekking op die motor. Let maar op. Ja, Sven, dat mag je helaas niet doen, kerel. Hè? Indirecte metagaming. Hey, maar Sven, dit wordt 3 euro en 1 cent, bro. Ja, als ik jou zie en je trekt de wapen, ben je de pineut gewoon, hè? Oh, dit? Nee, maar Sven, dit wordt 3 euro en 1 cent, bro. Let op dit. Waarom mag een runner met bijvoorbeeld 180 cc die gewoon, I don't know, 150 kan, mag dat niet? Maar waarom mag een motor, waar je gewoon een rijbewijs ook voor nodig hebt, een helm op, hè? Je moet voor een scooter ook, of een brommer moet je ook een helm op. Waarom mag die dan wel onbegrensd tussen haakjes? Wat is de reden dat dat is? Ik heb gehoord dat het is omdat jongeren gewoon niet goed rijden op brommers en scooters. Dat de reden is, maar dat is toch raar? Oh, dit hebben we Sven al, nu al. Maar hoe kan dat? Het is toch eigenlijk best... Het zijn allebei twee wielers. Helm moet je op. Waarom mag dat dan niet? Ik snap dat niet. Rijbewijsverschil. Ja. Maar ja, waarom pakken ze dan dat rijbewijs niet gewoon aan? Dat je gewoon wat strenger rijles hebt voor een brommer. Of is dat dan te gek? Ja, ik weet niet, man. Het is gewoon jammer.
Dat, ik bedoel, het is fucking vet toch, die dingen. Maar als jij continu, als jij op een brommer die getuned is wil rijden, dat jij continu... waarom heb ik weer HP eraf? Wat is dit? Hoe kan dat eigenlijk? Huh? Oh, dat was wel die fietser. Vuile hond. Ik vind dat een beetje jammer eigenlijk. Een brommer mag op fietspad. Stel ze verbieden dat. Dat je een gele plaat niet op het fietspad mag buiten de bebouwde kom. Dan is dat toch gewoon gefixt. Dan laat je gewoon die brommers gewoon 80 rijden of zo, weet ik veel. Maar ik denk dat het gewoon puur is om beveiligheid. Dat brommers gewoon snel en arrogant rijden of zo. I don't fucking know. Ga in de porto. Wat is in de porto? Ik zit in de porto. Popvel, wat's up, neef? Ja, we gaan de boefjes wel even catchen, man. Oh, Diddy Kever staat ook fucking hier, hier eigenlijk. Zal ik hem even weghalen? Hij staat hier al de hele tijd namelijk. Shit. Boop. Shit. Hey, moet dat even nog keybinden of zo, man? Slash DV. Zo. Ja, ik word een beetje gek van al die caves die overal staan. Zeker bij zoiets als ziekenhuis natuurlijk. Oh, wat, hè? Ah, weer die kutdeur, vieze hond. Ga open. Ja, toch? Yo, meneer. Yo, man. Hoi. Gekke shit. Die deur is echt niet meer fijn. Ben je ook een beetje gewoon? Ja, ik ben aangereden door een fiets. Hey, Polat, hebben we de fucking 3 all het opstaan. Wacht, laten we heel veel drinken pakken. Oei, dat is nooit fijn, man. Ah, kut. Wat een diepe spierpijn, man. Ah, oh, man. Bro, het lijkt echt of ik in mijn reet geboord ben, man. Dat is fucking hinderlijk, denk ik hoor. Ik weet niet hoe het voelt. Polo met de rit zegt, kom racen tegen een run 180. Iedereen moet gewoon even zijn motorrijwijs gaan halen. Kun je blazen zonder stress dat je een wok krijgt? Precies, Polat. Ja, dan moet je natuurlijk wel de demper in je motor laten, in je uitlaat. Want anders ben je ook de lul. Dan krijg je ook een wok. Ja, Nederland is zo streng met voertuigen. Hm. Ja, als jij laat abnormaal, dan... abnormaal. Hey, Polat, thanks voor de fucking 3, bro. Ja, motor is wel echt fucking lijp, man. Oh, dit. Ja, dat vind ik dik, man. Wat voor motoren vinden jullie een beetje dik? Echt van die Harleys, noem ik het even? Of echt van die racemotoren? Ik vind het allebei waard. Goeie shit. Ah, oh, weer die motor. Zal ik hem gewoon bannen? Waar heb ik die zintje? Oh, jammer. Ik ben ook zo'n kutkind, hè? Een enduro, wat is dat? Kawasaki Ninja. Ja, 100% een ninja, bro. Dat is fucking lijp. Die taxis. Kijk hoe clean dat eruit ziet, man. Die Model X'jes. Oh, daar hebben we fucking Sven. Wacht, zal ik hem even afblokken? Kut Sven, jongen. Stream sniper. Wat een sloom ding heeft hij. Kijk dan, mooi. Wat een gek is het ook, hè? Dylan, als jij een motor neemt, rij je jezelf hartstikke dood. Dat is de reden, dat is letterlijk de reden waarom ik gestopt ben met scooterrijden en niet voor mijn motorrit gaan. Want inderdaad, dat is gelijk, daar heb je gelijk in. Oké, weet je wat het is? Mensen in het verkeer kunnen ook echt niet rijden, man. Er zijn zoveel neuzen. Die runner, van waar ik vandaag achter zat, die had groen. Die trekt natuurlijk als een gek op. Rijden gewoon 2 auto's door rood en hij wordt bijna aangereden. Je hoort hem helemaal zo slippen, een beetje... Aah! Ja, rare shit, man. Mensen letten gewoon echt niet op. Of zijn een soort van heel... arrogant aan het rijden. Dus heel erg van... Ah, ik kan nog wel even door rood. Dat is gewoon raar, man. Want daardoor gaat het echt een keer... Oha. Kut, Sven. Eigenlijk wil ik hem echt een diesing geven. Ik zweer het. Oh, het knaagt aan mij, jongens. Wacht, ik moet even iets dichterbij. Ik heb gehoord als je een zwarte tas op je rug bent dat je gay bent. Yo! Mijn auto gaat niet sneller. Sven, bluff je remt? Bluff je remt. Bluff, 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 bluff. Svennetje! Hij gaat niet halen in deze bocht. Ja, kut, die motor rijdt fucking goed, ouwe. Kut, Sven, jongen. Wat een dikke oh, met een keertje. Oh, dit is een wegligging. Nee. Daar ga je. Remmersangst, remmersangst, remmersangst. Oh, jongen, gaat tering snel. Ik ben er gewoon down, eigenlijk wel zo'n remmetje gooien. Ah, deze R6 rijdt wel top, man. Die wegligging zo clean. Oh, mijn god, een fietser. Wat een fucking neus. Oh, remmersangst, remmersangst. Oh nee, ik glijd weg.
Nee! Ah, oh, wat een neus. Waarom gleed ik daar weg, ouwe? Oké, kom maar. Is goed. Zijn jongens, zullen we deze keer eens even laten zien hoe het rijden is? Wat de fuck, man? Wat denkt hij wel? In de dodenmansbocht er gewoon easy doorheen komt? Tuurlijk niet. Die motor is gek, man. Even gas los en gas. Ja, easy, bro. Easy. Ik hou hem gewoon in, hoor. Nou, we deden het gelijk. Bro, hij is... Sven kan niet rijden, man. Let op. Wie als eerst gaat crashen, is sowieso Sven. Hij gaat de eerst crashen. Oké, staat hier command, nee, hè? Bluff, hij krat hem er in één keer doorheen. Oh, wat een slimme touw, hè? Dat ik die ding kop voor hem. Dat klinkt heel fucking raar, eigenlijk. Oh. What the fuck? Er zit een hele rare spleet in de weg of zo. Weet je dan een weg in spleet? Zus, sorry jongens. Oké, is goed, Svennetje. Maar ja, wat doen we nou eigenlijk? Want ik rijd gewoon achter jou aan. Nee, hij voelt die heat, Ja, daar kom ik. Oh. Ik zei het! Oh mijn god! Ik zei het! Ja, gewonnen. Hey, Massa, Sven, kleine Dagoe. Ja, ik zei het. Sven gaat lekker. Ik wist het. Ik was zo zeker van de zaak dat ik beter kan rijden dan hij. Hoe leeft hij? Ik heb geen idee. Oh, dit man, zijn fucking motor ligt in de zee. Lekker voor hem. Karma is een frietpan, jongens. 100% onthouden die, hè, frietpan. Lekker voor je, Sven. Nee, dat krijg je hem als je uitdaging. Wat de hel? Hij moet niet fokken met mij, bro. Zie je? Ja, ik was gewoon confident, bro. Want ja, hij komt één auto en ligt plat. Ja, ik niet. Maar die RS6 wat tering clean nou, hè? Lijp je zin, man. Ja, hij is lekking, hè. 100%, man. Zo zie je maar weer, jongens. Altijd zeker zijn van je zaak. Oh, de? Ja, deze guy is ook zeker van zijn zaak. Er staat midden hier een dikke vette neuswaar. Ja, af en toe even verwijderen, man. Even een beetje de straten cleanen. Dan zijn we al die neusauto's overal. Ik ben ook moe van. Hey, man heeft een masker. Hey, hele goede avond. Hallo. Hallo. Meneer, hallo. Meneer, hallo. Bent u aanwezig toevallig of... Nice. Ja, maar goed, tot ziens, hè. Hoi. What the fuck? De man is AFK, man. AFK. Kutser, man. Hij heeft een masker. Ja, ik ga gewoon iedereen een beetje fouilleren die een masker heeft. Met een beetje de wapens van de straat halen, man. Oh, let's go. Jammer, man. 6.000 trekt af. Ik zweer het. 6.000 legt lul in nek of zo, weet je wel. Dat je, als je niets dat gooit, komt hij terug. Ziet hij in die chat dat staan nog, weet je wel. Dat is mooi, man. Dat zou mooi zijn, man. Ja, even hem fouilleren, hè. Even een chocomelletje afpakken, je weet al. Oei. Ja, het is wel hard, man. Wat is dit? Is een rank binnen de DayZ. Ik ben brokkenpiloot, man. Dat is mijn rank. Nee, ik ga hem niet fouilleren, man. Dat wordt hem niet, jongens. Nee, er gaan porten van Discord. Ik zit dus in de porten van de Discord, man. Alleen er is nog niet echt iets gaande of zo. Oh, behalve hier. I'm rolling. Meneer Krijp doet vies. Escort. Bro. Je chickie geeft mijn hoofd net een escort. Oh, die man op fiets. Die ziet niets, bro. Sorry, jongens. Een beetje raar. Oh, die GTR. Oh, wel een hele aparte kleur erop. Hele aparte kleur. Oké. Ja. Nee, maar er mag wel even wat geschoten worden, man. Jongens, ik heb het gevoel dat mensen een beetje bangetjes zijn. Maar dat komt wel goed. Zometeen gaan we zometeen iets rechts gooien. Dillen, gooi even twee lines. Oké. Hey, Kenan, what the fuck, ouwe. Kenan, twee voor de drie maat. Sven volledig. Er staat volgende. Volgende keer niet met je motor door een PostNL-bus heen. Hè? Schadevergoeding staan. Rustig pakketten leveren. Kenan, is Sven letterlijk tegen jou opgeknapt net of niet? What the fuck? Hey, Kenan, twee voor de drie, bro. Lekker voor die Sven, ouwe. Wel kut van jouw auto. Ja, dat is wel kut, Kenan. Hey, Kenan, thanks voor de dinges. Oké, er komt hier twee lines, hè. Komt hier. Bro, ik pull up met een dikke huts. Bro, ik heb het warm met een muts. Bro, gisteravond, ik prop hem in de Oh, hey, what the fuck, hoorde dat ploemetje? Dat was een lampje van mij, die met de Windows connecten. Lijpe shit, hoorde dat ploemetje? Dat was wel echt top eigenlijk. Wat een fucking meme was dit, ouwe. Holy shit. Sorry, was dat was hem. Oké, nog een keer. Een andere lijn.
Oké, wacht. Ah, let op dit. Bro, ik sta hier rustig op die blok. Broeder, ik heb een huge-ass klok. Bang, man. What the fuck? Ik weet hoe laat het is. Broer Patricia Pai, die ruikt naar... Oh, shit. Ik ga hier links. We skippen rechts. Fuck, man. Nu weet ik het niet meer. Kutzooi. Oké, laat maar. We skippen dat, man. Oh, dit. Bro, ik zweer het. Mannen in touring. Broer, ik ga niet met die tour in zee. Sorry? Hoe verdienen we heel snel en makkelijk geld in de stad? Kun jij heel even uitstappen? Yes. Wat is de reden dat jij een masker op je gezicht hebt? Mijn excuses, meneer. Oké, kunt u even de handen spreiden en tegen het voertuig aan staan? Ja, dat kan ik zeker. Heeft u iets op zak wat u niet bij mag hebben? Ik heb niks op zak. Oké, even controleren. Nee, stem me goed uit, kerel. Top, dankjewel. Nee, het is niet de bedoeling is namelijk. Is een manier waardoor ik makkelijk geld kan verdienen, Rob? Werken, man. Ik zeg je eerlijk. Ja, op een andere manier wordt het me niet. Ja. Maar waar kan je een job krijgen? Bij de UWV kan je solliciteren. Fuck. Oké. Ja, het is helemaal goed. Succes, heren. Hoi. Dankjewel, dag. Kenan met de 3 zeg, ik sta hier met stukken dikke vette motor door mijn busje. Hoe ga ik dit nou weer uitleggen? Ik wil wel een repair kitje van die neus. Sven is inderdaad een neus en ik heb het ook een beetje gevoel, geen haat hoor. Maar hij valt sowieso op mannen, die Sven. Dat kan niet anders. Hij zit zo vaak achter mij aan, dat is niet normaal. Volgens mij heeft hij een crush op mij. Ja, eigenlijk Sven, moet je wel even terug naar die snelweg. Je moet even Kenan een dikke vette... Ik doe mijn lamp aan, lekker man. Hoe zeg je het? Een repair kutje geven, man. Eigenlijk wel. Kenan, excuses voor het ongemak. Ja, ik kwam wel rijden. Sven helaas niet. Dan gebeurt er soms dit soort dingetjes, maatje. Hey, Kenan, heel de fucking drie, broeder. Let's go, man, hè. We staan hier te tanken. Broer, deze man komt mij flanken. Schiet hem in zijn kop. Broer, suck mijn Nice. Waarom moet het altijd over seksdingen gaan, man? Fuck aan, man. Oh, daar ben ik neus of zo. Ik ben een neus, ik heb geen keuze. Broer, je dik is een Ai. Wacht, ik doe mijn lampen uit. Broer, baksteen door je ruit. Gast, ik kom eruit. Ik kom erin. Ik heb geen zin, broer. Je vriendin is een lekker ding. Ha! Spoorboom, ik ben geen oom. Maar een... Bang, proef, alles proef, man. Let's go, Thomas. Thomas met 360, zet bij de stream, bro. Ik heb mijn lightbar aangezet na die tip van je. En wat is het domme dat is fucking sexy, Thomas. Shout out aan jou, broer. Let's go, man. Die lightbar en die grill. Ja, de golf maakt hem 10 keer dikker dan, jongen. Dat was een hele rare zin. Thomas, let's go. Geniet ervan, maatje. Ja, ik doe dat ook altijd, man. 1-1 bars, 100%, man. Over die spoor heen. Nee, ik wil iets verzinnen. Ja, Lil Deel. Ja, man. Lil Deel, 1-1 bars. Je weet toch, broer. We nemen hier rechts af. Broer, je... Die chickie trekt me af. We gaan door rood. Broer, één kogel en je bent dood. Bushokje, broer, ik zit... Ik moet altijd weer denken aan Shijs, man. Zwemmen in dit... Oké. GG's, maar volgende keer ben je van mij... Ik wist dat hij op mij viel. Hij kan niet anders. Nee, ik ben Mac 11 mee. Wat? Nee, grapje. Je ziet hem wel als je in je graf ligt. Oeps. Blijkbaar raakten wij elkaar niet op het elkaar scherm. Mijn motor lag 400 meter van de kust af. See you soon. Sven, ik ga even een dikke vette VDM kanaal op jou. Oh, winkelval. Lekker. Het zit naast mij. Let's go, mannen. Hey, Sven. Thema de fucking dream. Geen stress, boy. Iedereen maakt foutjes. Alleen je moet het wel af en toe toegeven. Dus blijf dat je het toegeeft. Goeie shit. Let's go, maatje. Super, dankjewel. Denk OV. Broer, ik ga niet meer met die OV. Ik ben Nice. Motor doet mee. Rokende motor. Dikke vette golf. Ik surf net een golf. Fuck. Man op motroel. Oké, politie is wel snel erbij, man. Dat is nice. Ja, Willem gaat best wel nice, man. Lekker, man. Goeie shit. Goed vluchtvoertuig. Ja, dat sowieso. Meneer, kunt u het gebied verlaten, alstublieft? Ja, het gebied half verlaten. Ja, iemand moet daar een meme van maken eigenlijk. Het gebied verlaten met van nee. Weet je wel die van Drake? Van dat vingertje van nee. Het gebied niet verlaten. Weet je wel? Want dat is echt de bro, niet, what the fuck? Ik zie nu pas dat het kevers zijn. Kevers.
Ik lig laag. Kief die Sven. Die motor zit sowieso ergens hier rechts, man. Hier moet ook even een garage neergezet worden, man. Zo'n Unmarkt garage van TDA. Ken je die nog? Die was echt nice, ouwe. Ik moet de lippen wassen, jongen. Jongens, oké. Ik weet niet of jullie het hebben, maar elke keer in de gym tussen al die brede mafkees en al die goede, lekkere, gewoon mooie vrouwen en shit. Als ik mijn lippenbalsempje pak en ik doe dan zo, heb ik het gevoel dat ik op mannen val. Hebben jullie dat ook? Zeg je nou eerlijk, ik heb dat man. Is dat een dingetje of zo? Het staat eigenlijk helemaal nergens op. Maar laten we eerlijk zijn, ik heb dat wel man. Ik weet man, kijk, uiteindelijk boeit het me niet zoveel. Ik doe het wel gewoon steeds, maar ja, toch dat onderbuikgevoel voel je wel steeds. Ik weet niet man. Als iemand dat van ver af ziet, die denkt gewoon, je zit gewoon lippenstift op te knallen of zo, man. Ik weet niet wat het is. Ja, hè? Ik zweer het. Ik heb dat ook, man. Hoor, dit? Let op dit, hè? Dat zijn gewoon naast echt gewoon een goede, gewoon een chick van gewoon een 10. Gewoon mooie boenda en zo. En je denkt, oh, dit als dat wordt. Dat denk je, weet je wat dat zit in je hoofd. En jij gaat dan, die lippenbalsem doen, dan heb je echt gewoon het gevoel dat je met een vent vandoor moet gaan. Ik zweer het. Ha, ik weet niet, man. Maar eigenlijk is het best wel bullshit, maar toch op een of andere manier denk ik het wel steeds. Ha, ja. Maar joh, MLB, jongens. Money over balsem. Oké. Ah, shit. Nee, nice. Lekker. Zullen we gewoon ophouden? We gaan even die dikke vette X7 pakken, man. Ik lig laag. Kief die Sven. Is dat weer die motor guy? Oh, nee, dit is... Ja, hun gaan wachten tot ik een voertuig pak, natuurlijk. Ja, dat dacht ik. Oh, nee. Ja, hij heeft misschien zijn camera nog net hierboven zitten. Ik weet niet of hij mij kan zien als ik nu die X7 pak. VJN. Ja, ze hebben alsnog gezien welke auto ik heb. Nou, boeien, het zal wel. Kief die Sven. Nice, goed shit, man. Goed shit. Meneer Kaap. Ja, jongens. Die blijft zo mooi, hè. Oh! Hé, meneer, kun je alsjeblieft even je motor Kaap open doen? Die blijft ook leuk, man. Oh, dit? What the hell? 1083. Yo, meneer. Hallo? Yo. Wat ben je aan het doen? Yo. Hallo? Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik kom mijn vuilnis ophalen. Oké, kunt u gewoon even het gebied verlaten voor de zekerheid? Voor je eigen veiligheid? Oké, bedankt. Hé, helemaal goed. Oh, hakken die lampen. Huh? Er zit niemand in. Yo, meneer, je mag even doorrijden, hoor. Wat? Je mag even doorrijden. Mag ik doorrijden? Jazeker. Oké, dag. Helemaal goed. Dag. Ken je dat van de Teletubbies? Da. Oké, sorry, ik ben best wel raar. Oh, dit, 100%. Nee, dit is 10 ALP, komt uit. Is dit nou AWB? Of A naar 2? Ja, ik stond buiten bij die... Oh, Ali P. Oh mijn god, Ali B. Ali B, dat zou best wel een meme zijn eigenlijk. Je dikke vette escort bedoeling. Oh, die planten. Die dingetje hoort er bij deze guy. Escortje ook. Een beetje aan het scouten wie er allemaal bij hoort. Skyline, kon net aanrijden. Daar is Sven weer, hoor. Oh, yo, die wordt maar geschept, hé. Holy shit, Sven Karma, bro. Maar die Africa rijdt ook continu door, man. Oh, dit ding rijdt wel echt top, man. Die X7, holy shit. Ik vind deze echt wel echt nice, hoor. Ik ben er wel blij mee nog steeds. Ik weet niet, hij is gewoon zo clean of zo. Wat dan, meneer? Mag even uitstappen? Oh ja, sorry. Nee, maar goed. Wat is de reden dat jij een masker om hebt? Een beetje koud buiten. Oké, terwijl je in een auto zit, dat vind ik een goede reden. Kun je heel veel je handen spreiden en tegen het voertuig aan staan? Ja, zeker. Helemaal goed. Dan ga ik u even controleren, aangezien dit niet de bedoeling is. En je mag zo meteen wel het masker even afzetten. Dat komt goed. Zit helemaal goed uit. Kun jij heel veel je voertuig openzetten? Even kijken hoor. De kofferbak staat nog niet open, man. Nee, hij is de kofferbak hier, die zijn nog steeds op slot, maar. Welke spier is dat ook? Volgens mij de J-spier. Oh, die is een beetje boos. Kijk eens aan. Hier zit helemaal goed uit. Dan ga ik heel veel nog even jouw koffer, jouw dashboardkastje even checken. Ik ga niet of je hierin staat. Even kijken, F2 is dat? Nee, er zit niks in. Oh, ook niet. 10, nee.
Nee, helemaal goed. Helemaal top. Kijk, de reden is, wij mogen gewoon iedereen vieren met een masker op. Dat is gewoon niet de bedoeling dat je dat op de openbare weg nee, zeker. Draagt. Dus vandaar. Als u daar even op kan letten, zou helemaal top zijn. Dan kunt u gewoon weer doorrijden met uw voertuig. Ik zal er in het vervolg op letten. Is helemaal goed. Helemaal goed. Hey, fijne avond. Joep. Hoi. Fijne avond. Hoi. Hoi, hoi. Ik ben de kip. Ja, man. Goeie shit, man. Ja, ik zit gewoon iedereen te cheffen met een masker op. Boeien. Heel veel mensen met een masker op, die hebben gewoon een wapen bij zich, weet je wel. Grote vriend, wat ben jij aan het doen? Ik ben zond aan het kijken. Ja, je mag even normaal hier. Bij mijn collega's aan. Je mag gewoon even het gebied verlaten. Via die kant even doorrijden, oké? Nee, hoeft niet hoor. Jij gaat zeker wel even doorrijden. Kom, hop. Even tempo. Kom, gassen. Oké, ik ga heel... Hij gaat heel hard, jongens. Stuit er op die tolly. Oh, oké, wie zegt dat? Hij is minderjarig. Let's go, MLB. Wat even? Ja, toch? Ik ben echt raar, man. Ik zweer het. Wat is dat, man? Op zo'n zondag ben ik echt een mafkees al. Wat de hel? Gewoon extra. Oh, dit? Zijn nou het N-woord? Nee, toch? Nee. Die guy, oh, god. Is dit weer zo'n gevalletje van... Is er nou iemand die echt vuilnisman is? Of gewoon aan het kutten is hier? Ja, toeter. Toeter. Hé, er is helemaal niemand hier. Er staat wel een vuilniswagen. Meneer, meneer, mag ik wat vappen? Wat vappen? Wat zei jij? Wat? Mag ik wat vragen? Ja? What the fuck? Waarom verzoek je wat is hier gaande? Volgens mij een gijzing of een winkeloverval. Of een mengelmoes van. Oh, daar komt hij aan. Oei, dat is niet zo best. Oké, moet ik het gebied verlaten of niet? Dat zou wel heel fijn zijn. Hé, is goed. Hey, topper. Dag. Hoi. Hi. Oh, dit, die ram is ook dik, hoor. Dat is toch niet grappig, man. Inderdaad. Maar het is niet grappig, inderdaad. DSI, die staat nu... Is deze keer nog serieus, of niet? Hij zit gewoon mee te kalen, terwijl die letterlijk langs mij rijdt. Volgens mij zijn sommige mensen een beetje bezopen, of van gisteren of zo. Ja? Wat bent u hier aan het doen, meneer? Meneer, ik ben foto's aan het trekken. Jij bent foto aan het trekken? Ja. Sinds wanneer is dat een ding, dat je foto's trekt? Ja, in België trek je foto's. Dus... Ja, ik ken wel dat je dit op een vogel op een foto trekt. Ja. Ik weet niet wat ik hier zie trouwens. Geen een seconde, hè? Oh, ja. Doe maar een minuut. 1369. Oh, sexy. Wat? Oh. Wat lepe gun, man. Hoe zei je? Shit. Hey Karel! Yo! Yo! Hey, wat ben jij aan het doen? Naar de film aan het kijken. Je weet dat je niet met dat voertuig de berg op mag rijden? Oh, sorry. Dus voor jou, ja, niet lullig bedoeld, maar daar moet je wel mee stoppen, man. Anders heb je een probleem, namelijk. Sorry. Dus als we het gewoon zo kunnen oplossen en dat jij gewoon doorrijdt, dan is het helemaal goed, oké? Okay? Dat is goed, ja. Alright. Nou, als jij hem even weer van de berg af rijdt, helemaal goed. Ik zie geen auto's meer. Nu wel. Nu kijk eens. Thanks. Hey, hoi. Ja, dat is zo'n vet systeem, man. Dan, je kan iemand TP'en naar een eigen wereld, waardoor je niemand meer tot last is. Dus als iemand VDM't, dan kan je gewoon hem uit de wereld halen. Fucking dik. Uit. Maar trek over de vogel. Ja. Foto's. Ja. Nou, heel apart. Oké, ik wist niet... Ja, nou, oké, nice. Maar ja, graag toch niet op deze berg staan. Het ziet er behoorlijk vaag uit, aangezien daar natuurlijk gewoon een gijzingssituatie is. Kan jij informatie doorspelen eventueel naar de personen binnen. Dus vandaar toch het gebied even graag verlaten. Mag ik dat op het internet posten? Ja. Het is de openbare weg, hè? Dus je mag gewoon alles... voor mij mag je. Als je wel de berg even verlaat. Dat komt helemaal voor elkaar, jongen. Dat is helemaal goed. Helemaal top. Helemaal goed. Hey, hoi. Mooi. Shoot ze dood, jongen. Ja, jij snapt hem. Hoi. Zeg je met stof, hè? Hij praat in de magnetron. Ziek houden. Meneer? Hallo? Yo. Kun je even doorrijden? Het ziet een beetje verdacht uit dat je hier zo stilstaat, namelijk. Oh, er is niks aan de hand, hoor. Oké. Hier alles. Maar we willen graag even het gebied zo schoon mogelijk houden hier, aangezien er mogelijk wapens binnen zijn. Oh, dat is nice. Niet de bedoeling. Nou, als u gewoon het gebied verlaat, zijn we goed. Hoi.
Kijk hoeveel neus er ook komen. Niet normaal. Kijk dan nog meer. Het is fucking druk hier. Oh nee, daar hebben we weer. Oh nee, hij gaat VDM'en. Kijk hoe hard hij rijdt. Ja, dit is eigenlijk niet de regel, hè? Nee. Zit er nou nee, man? Kut, hij rijdt net te ver. Wacht, ik ga er heel even achteraan. Ja, die krijgt een. Die krijgt nog 2 uurtjes. Zullen we die onder RP verstorend gedrag knallen of niet? 1711. Dat is een andere guy, of niet? Nee, dat is niet die guy. Dat is deze. 1369, ja. Hij doet het weer, hè? Hij doet het weer. Ja, dan gaat hij wel even 2 uurtjes eruit, man. Niet omdat ik hem wil bannen, hoor. Maar ja, kom op. Hij rijdt continu daardoorheen. 1369. Gewoon voor 2 uurtjes. Ja, dat is gewoon zo. Verstoring. Storing. RP. Gewoon dit, 2 uurtjes. Ja, dat gun hem. Nee, man. Want kijk, nu rijdt hij gewoon er langs. Maar straks rijdt hij iemand dood. Per ongeluk of expres, weet ik veel. Hij rijdt gewoon door een situatie heen. Waar hij mag niet met dat voertuig daar rijden. En ja, hij doet het meerdere malen. Dat is gewoon puur uitstel van executie. Ik zou nooit iemand willen bannen. Maar ja, dat gaat gewoon weer fout. Let maar op. We weten hoe dat is gegaan in het verleden. Dan denk je van, oh, we gunnen hem wel. En dan knalt hij dwars door 6 man heen, weet je wel. Ja, dat is heel vaak gebeurd. Kijk, ik ben gewoon van mening, als je nou een beetje loopt te kutten steeds, dan ben je hier niet om te RP'en, man. Dan ben je gewoon puur om een beetje te kutten hier. Ja, man. Hij kijkt ook misschien daarom. Als hij gewoon van die 2 uurtjes even leert, kunnen wij in ieder geval verder. 6 uur terug ga ik iedereen neerschieten, jongen. Iedereen. Oh. Hey, meneer. Meneer, mag even niet verlaten. Hoe gaat het met u? Ik hoor je mensen afschieten. Wat is hier de bedoeling? Nee, helemaal niks. Ja, ik wil dat jullie alle 4 gewoon weer instappen en gewoon het gebied verlaten. Wordt hier nog een keer gespot, heb je een probleem? Ik wil ook wel schieten. Hoe? Ik wil ook wel schieten, hoor. Waar zijn die hekjes naartoe? Waar zijn die hekjes naartoe? Er staan gewoon hekjes daar. Ja, daar. Dus we mogen tot daar komen. Ja, maar als je hier gaat rondneuzen, dan heb je iets te verbergen, denk ik. Of je wilt iets mengen daarbinnen of wat. Het ziet er gewoon raar uit als je gaat... Ik denk niet dat we iets te verbergen hebben, aangezien er over wapens wordt gesproken terwijl er een auto langs ons rijdt. Dus als daar 2 man met mogelijk vuurwapens naar buiten springen en jullie doodschieten, vinden jullie niet erg of iets? Nou, wij zijn 4 man met mogelijk vuurwapens, dus 4 tegen 2, win toch. Kogelvrij, er zitten niet eens ramen in, grote vriend. Bij mij wel. Bij mij wel, hoor. Ja, meneer Daisy, even één ding. Ik ben Barry, hè, pas op. Een van mijn leden zit hierin. Wie zit daar dan? Leden, we zitten boven. Wie zit daar, want dan zal hij het vast wel verdiend hebben. Nou, we doen ons best, maar ga toch even het gebied verlaten, jongens. We willen gewoon even hier vrije doorgang hebben, noem het maar op. Mag ik u wel een knuffel geven? Zeker niet. Jij moet hier leren rijden. Hey, hoi, tot ziens. Kut, Sven. Sven, jongen. Mag ik je een knuffel geven, hè? Zie je, hij valt op boys, hè? Hij wil alleen mij knuffelen. Hij zit de hele tijd achter mijn reet aan. Sven, je mag het gewoon eerlijk vragen, bro. Wil jij op date? Oei, wat is dit? Dikke vette roze, man. Ik had die kleur er ook altijd op. Lappe shit, man. Want, hè? Ja, maar Sven valt op boys, man. Ik zweer het. Is even het waard als ik al Quant V heb? Oké, weet je wat is, Senna? Quant V... heb je minder FPS drops. NVJ vreet toch wel echt heel veel van je PC, man. Zeker in een stad... Ah, we hebben deze auto gevonden. Ja, toch? Nee, weet je wat is met NVJ? Die vraagt heel veel van jou een PC, man. Die FPS drops is abnormaal. Dat is best wel lastig. Zo, dan ziet hij mij niet instappen. Ja, haha, lekker. Ja, de golfwacht houdt gewoon. Nice. Dus ja, man. Ik raad... Kijk, NVJ is echt mooi... Alleen Quant V is gewoon beter voor performance, man. En je game ziet er ook mooi uit, snap je? Dat heb ik gewoon heel erg. Oh, de. Ik vind de performance combinatie met dat de game mooi uitziet, dat vind ik goed. Jongens, even luisteren. Kom, even het gebied verlaten. Ik vraag het niet nog een keer. Even tempo. Maar waar ben je eigenlijk daar van? Hé, hey, even tempo, kom. Opstappen, instappen, noem het maar op. Is tempo. Mijn motor is kapot. Nee, die is zeker niet kapot. Jullie mogen gewoon even het gebied verlaten. Oh, okay. Ik heb dus geen auto. Deze man gaat ons dak aanhouden. Gewoon anders. Echt wel een mooie plan, hè, serieus. Boy. 1773. Ah, 1773, heerlijk. Hij is nu wel kapot. Hij is nu wel kapot.
Ik heb Xavier. Geniaal, jongen. Vind je die met je? Dit was wel een karmaatje eigenlijk. Ik moest zo hard mijn lach proberen in te houden. Oké okay, dan. Nice. Ik ga niet zeggen dat het uw schuld was, maar voor mij was het wel uw schuld. Ik zei toch dat jullie moesten instaan, maar jullie willen niet luisteren. Mag ik nu, mag mijn motor nog gemaakt worden? Meneer, mag mijn motor gemaakt worden? Ik heb wel compensatie nodig. Mijn RS6 is ook kapot. Meneer, waar is mijn motor? Geeft toch wel mentale schade, kan ik. Ik vond dit wel een hele mooie poling. Ja, dit is een karmaatje, jongens. Waar is mijn motor? Ja, ik wist het. Ik zag het al aankomen. Maar graag even het gebied verlaten, jongens. Hup, tempo. Als hier een shampoo. Ik kan niet met je praten. Shampoo. What the fuck? Praat Romy nou Romy, zit je naar boven mij of niet? Huh? Is die persoon gaan vliegen? Oh mijn god, ik schrik me dood. Ik hoorde jou. Nee, ik heb hem geband. Ik heb hem geband. Yo. Oh mijn god, ik hoor Peter Romy praten. Ik dacht, what the fuck? Schrik me dood. Hier, kom eens al. Meneer, mijn motor is weg en mijn vrienden zijn ook al weg. Oh, wat een sneu kind. Ik heb zoveel spierpijn in mijn reet, niet normaal. Oh, ik haat mezelf zo erg. Mijn motor is ontploft, omdat die... Hoe krijg ik dat nou elke keer weer voorbij? Voor dingetje. Oh mijn god. Even een prinskeetje weggaan. Elke keer weer. Ik heb zo'n spiepen in mijn stuit, jongens. Ik zweer, het lijkt net of ik een staart aan het groeien ben of zo. Ik weet. Meneer. Yo. Meneer, kun je mij misschien even ergens naartoe brengen op mijn motor zetten? Helaas niet, man. Sorry, kerel. Dat wordt toch even lopen, denk ik. Daar verderop is een garage. Ja, ik mag hier niet iedereen volgens mij. Nee, dat klopt. Dus dan moet je toch even een omweggetje nemen of een vriend bellen. Hey meneer, met de dikke vette visserkom. Hi. Hallo. Hey, ja, wat is hier precies de bedoeling als ik vragen mag? Kijken. Oké, okay. En kan je dat niet even op het nieuws doen of zo? Dat je het via daar vervolgt? Niemand doet nieuws nu. Wat zeg je? Niemand doet nieuws. Oh, niemand doet nieuws. Oké. Nee, weet je wat? Geniet er lekker van, man. Dan gaan we even kijken. Helemaal goed. Ik ben er klaar mee. Ik ga gewoon lekker rijden. Ja, die motor is verplopt. Ja, maar dat is de karma. Dan moet hij maar luisteren. Ja, ik vind dat gewoon grappig, oprecht. Wie is deze guy ook, man? Wat ben jij in godsnaam van plan, kerel? Maar even uitstappen? Ja, oké, ik moest er even langs. Dus jij rijdt met een golf zomaar over het gras en jij denkt dat dat niet onveilig is of iets? Je komt bijna een collega daar plat rijden. Ja, maar ik ben professioneel. Ja, de groeten met jou. Heb jij een rijbewijs voor mij? Ja. Hier zie ik. Ik ga gewoon eens even kijken of die kerel een rijbewijs heeft. Of zijn naam onthouden. Oké. Nou, moest bij deze... nog één keer met die voertuig over het gras en je hebt een probleem trouwens, want dat is niet de bedoeling. Maar niet meer zulke gekke dingen daar uitspoken, staat helemaal nergens op. Oké. Helemaal goed. Hey, tot ziens, hoi. Voor dit ook een rijbewijsvraag. Oké, moes jongens, onthoud. Moes, appelmoes, chocolademoes. Ken je die meme? Mooi man. Moes, knuckles. Zal ik even hier gewoon even wegrijden? Misschien dat het dan wat rustiger wordt. Jezus, wat een drama daar man. Bro, daar zijn fucking veel mensen, ouwe dan. Die taxi. Helemaal klerren in de greppel. Oh, ja. Ja, ik zit in de porto, jongens. Ik zit in de porto. Kijk hier, wacht. Nou, eens zien. Ik zit gewoon in de DSI-porto. Alleen, er wordt gewoon niet echt gepraat, man. Ja, ik zit in mijn eentje. Gezellig, man. Met z'n eentje. Ja, man. Wim praat Vlaams? Allee zeg, mag ik alsjeblieft een hapje van dat lekkere cakeje? Oh, die auto... Nee, ik heb een cakeje, man. Wacht, ik ga zo meteen nog proberen. Ik kan het echt niet aan, man. Die driftauto is fucking goed, man. Laten we even een G800 pakken. Even weer onder low daar rijden, man. Dus ik heb een veel te grote hap genomen, man. Holy shit. Oh ja, die... Help, of wel wat heeft!
Ah! Dat ging bijna goed. Bijna fout bedoel ik. Oh, what the fuck zeg ik allemaal? Man, daar is een golf hier achter. Maar een leer zeg. Ja, ik vind het wel. Ik ben wel een beetje in mijn eentje hier in deze porto. Om naar de andere porto zomaar te gaan is ook niet de bedoeling. Wacht, even drinken. Jezus man, ik krijg de hele hap niet weg, man. Wat gebeurt hier allemaal zo random? Allee zeg. Allee masker. Ik vind u... Nee, wacht. Ik zie u graag. Dat is toch altijd? Ik zie u graag. In plaats van ik vind je lief of zo. Of ik vind je... Wij als Nederlanders. Echt hè. Nederlands. Wij zijn... Onze taal klinkt zo grof en hard altijd hè. Als je dat vergelijkt met Vlaams. Allee zeg. Ik zie u graag. Hé hey, kerel. Of kerel. Oh, laat maar zitten. Lekker. Nee, nu al lekker. Nu al lekker. Ik ga je zin niet afmaken. Want dan chef ik mezelf. Ach, boeien. Oh, dame. Je bent fucking spongy. Nou, het is niet dat elke Nederlander zo praat. Maar je snapt wat ik bedoel toch? Onze taal is echt grof, man. Je bent lekker. Wie is deze guy? Ah, ik dacht eindelijk iemand met een... je weet toch? Ik zie je graag, hè? En wat, Mika, wat sap? Hij valt de mannen. Ja, lekking. Ja, helaas. Ja, Mika, je moest me even ja, expose, man. GG's. Ja, ik kan er ook niks op zeggen, man. Oh, joh, ik zijn dood. Alleen zeg, ik zie je graag. Sorry. Hey Mika, hoe is het met jou dan, Mika? What's up? Nee, hij is fucking druk hier. I'm rolling. Controlling. Je clap doet vies in mijn woning. Ball game hard, net als bowling. The fuck? Mannen zitten theekrantjes en zo. Hoe weet hij dat ik hierin rij? Daisy. Hoe weet hij dat ik DSI ben, bro? Wat, weet je wat? Je ziet ook zo... ja, man. Weet je wat? Zou ik gewoon met die lampen standaard aanrijden of zo? I'm rolling. Dit ding rijdt zo goed of rood. Een soort van... Hey, ik ga stuk. Jongens, hoeveel likes zitten we eigenlijk? Trouwens, even kijken. 1273. Daar moeten we toch wel 1500 van kunnen maken. Boys, we zitten met een fucking 1800 man te kijken. Hoe kan dat, ouwe? Oh, ik zie je graag, hè, manneke. Ja, ik ga terug. Maar kijk, ik wil niet lullig zijn, hè. Shout out naar alle Vlaamse kijkers natuurlijk hier. Of Belgische kijkers. Hoe versier jij een chick? Ik weet niet, man. Ik wil niet lullig zijn. Het is echt geen haat. Maar ik vind het altijd een beetje cringe overkomen als je een beetje van die talk wil gooien. Dat je een beetje zo'n chick gaat hossen. Snap je wat ik bedoel? Ik vind het een beetje... Het komt bij mij nooit echt over. Van, oh ja, hè? Nice, man. Die chick is zo nat als de pest, weet je wel. Ik heb altijd het gevoel van als je zegt, ja, deze zeg je, u bent heel schoon. Ja, the fuck, weet je wel? Ja, ik wil niet lullig zijn, maar bro, wat de hel. Hey, Kano met een 3 zegt de wat? Dat buske was ik? Kom even een package halen van die neus. Hey, Kano, bro, alsjeblieft, hier heb je hem. Daar heb je hem als je hem over de duivel hebt. Hier, daar rijdt Sven. Kano, je moet hem hebben, man. Pak hem. Repair kutje. Let's go, man. Ja, ik weet niet, man. Ja, dat is kot. Dat komt toch niet over, man. Ik weet niet, man. Dat je gewoon zegt tegen zo'n dame van... Oh, u ziet er echt zeer plezant uit, hè? Ik zou echt wel heel hard willen knuffelen met u. Nou, fuck. Ik ga gewoon behangen of zo, weet je wel? Huh. Ja, man, dat wordt hem niet, man. Oh, oké, ik ben niet eens... daar heb je hem, hoor. Daar heb je hem. Oh. Hey. Ja, toch, we zijn weer, man. Hey, hoi, mooi. Kenan, what the fuck ben jij aan het doen, Kenan? Kenan, je mag niet off-road met die auto's, jongens. Leer dat alsjeblieft, jongens. Hoi, jongens. Kenan kan altijd... Dag, collega. Waarom zei ik dat zo smerig? Wat voor wapens zijn er binnen als ze vragen mag? Ja, het gaat om een mesje, volgens mij. Dus ga zo meteen weg. Okay, dat is collega. Hey, collega. Hey, kan je voor mij even iets checken? Wat moet checken? Nou, jij moet sowieso je weg wezen volgens de regelaars. Ja, dat ga ik sowieso doen. Kan jij die garage hebben in Middelpark? Uh-huh. Daarachter staan, wat voor ons staan, staan er heel veel rode andere kevers. Oké. Okay. Dus ja, ik ga eens even kijken. Geen seconde hoor. Oké, dan. Ja, bij je dinges. Kom ook als ambu, kom. Ja, kom als ambu, man. Oh, het is fucking druk hier, man.
Man op de fiets. Oké, ik heb het plannetje inderdaad nu een beetje door, aangezien Tom dit zegt. Een garage zei hij. Een roze. Ik zie geen rode kevers hier. Achter de garage zei hij toch? Hier ergens. Wat bedoelt hij hier zo? Ik zie hier geen kevers staan, jongens. Waar zouden ze staan, jongens? Allemaal rode kevers. Wajo! Kenan met een 3 zegt dikke vette hus. Mijn band zat los, kon er niks aan doen. Ah, Kenan. Nee, nee, nee. Ik weet toch waar dit een beetje naartoe gaat, hè? Nee, Kenan, let er alsjeblieft op, man, jongens. Je mag niet off-road met sommige auto's, hè, jongens. Onthoud dat wel. Dat op de snelweg. Op de snelweg? Oh, wat de fuck is hier ook gaande? Oké, rij zo meteen even op de snelweg, jongens. Wat is dit? Er zit ook een hele keten. Ik weet niet wat de fuck dit is. Roll in. Op de snelweg, zeggen jullie? Aha. We gaan even kijken. Wat gaan ze met heel veel kevers, denk ik, tegelijk de highway op. Oh, jezus. Paaltje weg. Dat is pech, paaltje weg. Ah, dat is best wel een slimme plan eigenlijk. Want stel, je hebt echt 10 van die kevers en je gaat daar een beetje tussen hosselen. Husselen bedoel ik. Dan weet je gewoon niet meer welke het is. Even zien, de snelweg. Oké, let's go. Ze gaan dan denk ik... Ja, niet hier op denk ik. Ik denk dat ze echt... Die snel geen links om te gaan pakken. Oh nee, er staat alweer een taxi los. En soms zie je echt van die random taxis achtergelaten worden. Ik zie helemaal niemand hoor. Oh, eentje te vroeg. En bij deze snelweg zie ik geen dingetjes, jongens. Geen kevers. Oké. Ik heb reset eruit gehaald, Senne. Ik heb een reset eruit gezet. Puur omdat ik wat meer FPS wilde hebben. Dus vandaar. En ja, ik weet niet. Kijk, reset is wel hard. En het ziet er echt wel mooi uit. Alleen, ik weet niet. Het vreet gewoon wel weer echt veel performance van mijn PC. En ja, zeker omdat ik natuurlijk schiet en zo. Heb gewoon wel de extra kleine performances nodig, man. Dus vandaar. Alright. Ja, kijk, we moeten... Wacht, ik zal even aangeven dat er niks gezien is. Maar ik moet wel even afkoppelen zo, man. Als jij een DC voor een mes, ja, dat is niet echt de bedoeling, zeg maar. Maar het oh, what the fuck? What the fuck gebeurt hier? Een hele keet, jongen. Jongens, we gaan binnenkort even een airco checken, man. Want zo, het wordt warm, hè. Ja, we gaan even... Ze zijn al weg. Oh, ze zijn al weg, joh. Oké, top. Nice. Dan is het al gefixt. Oké, goeie shit. Nice, stop, we gaan weer door. Oh, oké. Nou, dat was een hele snelle overval. Hij is al voorbij, jongen. What the fuck? Oké, goeie shit. Zo, dan desinkt die hele bus mee of zo. Nice. Dit weet je wat bij ons een magnetron is? Bij de microfoongolf... Wat? Microfoongolfoven? Je gaat me niet vertellen dat je dat serieus zo noemt, toch? Microfoongolfoven. Dat is een te onnodig lang woord, ouwe. Waarom zou je dat zo zeggen? Dat is toch raar? Microfoongolf over. Deze gaan we even DVE, want dit staat helemaal nergens op dat hij er nog steeds staat. Hé, microfoongolf over. Oh, dit wat zou opvoeren eigenlijk doen? Ik ben zo benieuwd. Nice. Microgolf over. Oh, microgolf over. Hé, wacht eens even. Ik zie een rode. Dat is een rode kever. Oké dan. Ah joh. Goedendag meneer. Hier. Hi. Wat doe jij nou joh? Zou u voor mij heel veel uit het voertuig kunnen stappen? Godverdomme. Yes, kunt u heel even meelopen naar dat hek? Dan wil ik u heel even controleren hoor. Oké. De reden dat ik jou even staande hou is aangezien er net een gijzeling is geweest met dit zo. Voertuig. Dus vandaar dat ik je even hier wil controleren. Zou je heel veel je armen kunnen spreiden en even tegen het hek aan kunnen staan? Helemaal goed. Godverdomme. U overvalt me wel een beetje. Ja, sorry, excuus. Ik kom altijd een beetje heftig over natuurlijk. Nee, dat ziet er helemaal goed uit. Ja. Even kijken, uw voertuig. Staat hier helemaal open? Denk ik. Als het goed is. Nee, nu. Even zien hoor. Nee, de kofferbak is op slot nog bij mij. Oh, hoe doe ik dat open? De J-spier volgens mij als het goed is. Kijk eens aan. Er zit de kofferbak in. Als het goed is. Waar zit het voorin?
Oh, hij zit voorin. Oké, geef een seconde. Hoppakee. Ah, vandaar u. Oké, dat ziet helemaal goed uit. En u heeft u ook zo'n dashboardkastje. Dat ga ik ook even controleren hoor, voor de zekerheid. Is dat nou even stift? Kijk maar even. Nee, L is dat, oké. Nee, hij ziet er helemaal goed uit. Nee, top. Excuses voor het ongemak. Ik moest het toch even controleren. Aangezien ja, dat net wel een grijs met een rode kever is gebeurd. Dus vandaar. Ah, nee joh. Doe je ding. Wij zijn helemaal goed. Kijk eens aan. Top. Nou, dan wens ik nog een hele fijne avond. Fijne dag nog, hè. Hey, hoi. Ja, hetzelfde. Hey, helemaal goed. Hoi. Ja, toch? Ah, Sven, jongen. Ga toch even lekker in je neus peuteren, man. Godver. Die Sven heeft niks te doen en die gaat alleen maar om me heen rijden. Zullen we hem even gewoon VDM'en per ongeluk of zo? Nee, natuurlijk niet. Nou, ik zag toevallig die kever rijden. Als hij opeens even hoeveel zwart geld bij zich heeft, of een wapen of iets, ja, dan hadden we hem. Fruitgang? Wat zie ik? Hè? Fruitgang? What the fuck? Hadden jullie dat voor een appel nog, boys? Oh nee, wat zie ik? Oh mijn god, mensen gooien allemaal fruit de emoji achter hun naam of niet, jongens. Wat zie ik? Wat lijp? Nee, jullie zitten echt de gekste trends, man. Ik ga stuk, ouwe. Nee, shout-out naar jullie, man. Dus we gaan opeens allemaal een hele fruitmand opeens maken in het chat, of niet, jongens? Jezus, wat is er warm aan het worden in mijn kamer. Niet te geloven. Dat komt echt door die twee PC's en die lampen ernaast nog. Potverdorie, ouwe. Ja, die airco, man. Oh, dat wordt wel echt top, man. Dat wordt echt top. Ja, wat zie ik allemaal? Hey, Robert, en we de 2049. Super chat, maat. Super, dankjewel, jongen. Snap je hem? Super. Ah! Oké, leuk. Gaan we even weer fully black maken. Ik vind dat toch de beste kleur erop, man. Oké, die hoeft niet. Dan deze. Juist, en dan de secondary doen we even groen of zo. Nee, geen groen. We doen hem rood. Ah, dat is gewoon beste, man. Ja, rood met zwart is gewoon de mooiste combo. Lekker, man. Goeie shit. Open de shies. Ja, toch? Ja, dit is fucking clean. Dat matcht ook weer heel mooi met die achterlampen. Ja, top dit, man. Ja, dit is toch gewoon clean, ouwe? Oh, dit? Ja, escortje. De groetjes, kutjes. De groeten, kutjes. Nice, man. Alright. Mijn Salvatore is ook in dienst. Top, gelukkig. Dan ben ik niet in mijn eentje meer. Oké. Okay. Er mag wel even een schietmelding ontstaan hier, man. Dat is een beetje... Ik zei dat... Hey, Robert! Let's go, maatje! Ja, Robert, let's go, maatje. Super, dankjewel, jongens. Nee, het is even de superjet. Het is warm, man. Potverdomme, man. Ik zweem met een get voor ook op die kussen. De kussen aan neef. Ja, dat gaat zo. Oké, dat gebeurt sowieso zo meteen weer was. Je verwacht het nooit. Het is altijd zo random. En je krijgt namelijk niet elke dag. Of elke dag. Ik ga heel veel mijn sokken uitdoen. Het is toch wel wat kouder. Zo, jongens. Oh, ik heb mijn spierpijn in die kont, jongen. Echt. Het komt puur door dat benen trainen. Dan word je zo'n oude hark, man. Ja, maar dat laat alleen maar wel zien dat we natuurlijk goed ons beentjes trainen. Maar jongen, ja, er zijn sowieso mensen lekker aan het gaan op de benen. Kan je ook in het leger. Misschien Zoom wel, man. Oh, wacht, jezus. Ik moet even rek en strek wachten. Gaat het niet mee? Oh, waarom doe ik zo moeilijk? Maar het is echt kut. Ai, ai, ai. Ik kan gewoon echt niet opstaan. Dat is zo kut. Als ik eenmaal sta, is het toch goed. Maar, oh, wat een spierpijn, man. Ai, oké, wacht. Geef maar een seconde, jongens. Ik ga heel veel een kwarkje halen, man. We moeten even de gains vullen, man. Let's go. Be happy. Yo, I'm back, jongen. En Karina van... Oh, mijn reet. Tering, waarom heb ik een reet? Met een 2 zegt, kijk al die streams en Mattel kan niet doneren. Oh, janker, bro. Hey, Karina, super dank. Je hebt toch gedoneerd. Hey, super dank je over de 2 euro superchat. Let's go. Alright, jongens, ik heb... magere kwark, ja toch? Van de dikke vette Jumbro. Dus we gaan het hier even opchappen ondertussen, man. Ja, ik ben even op die eiwit grind, man. Ja toch? Alright, jongens. Oh, jongens, traplopen. Echt, het komt echt door dat zitten. Ik heb superveel spierpijn in mijn reet. Dat komt door omdat ik aan het squatten ben. Maar ik ben een progressive overload aan het doen. A.k.a. elke
gymsessie, dat ik benen train, ga ik zwaarder. Waardoor ik gewoon elke keer die klap weer krijg van, oh, maar dat ik het niet kan handelen. Maar ja, alleen maar goed, alleen maar goed. Maar ja, dat zit is echt een probleem, man. Niet normaal. Ga nu even schrijven. Is goed, jongen. Zorg dat ik een beetje aan het eten ben, man. De X7, die moet je weten. Ah, ik hou mijn mond weer. Zullen we even een ander outfitje even doen? Oh, gewoon even een t-shirtje of zo. What the fuck zeg hij? Dat hoorde ik, serieus. What the fuck, dat was het enige. Heb je, man. Ah, toch is deze fit wel hard, maar toch even met een t-shirtje ook even kijken. Ja, man, dit. Gewoon even een goed t-shirtje of zo. Schrik me serieus de tering van dit. Ja, dat is niet de bedoeling. Sorry, excuus. Oh, hoi. Oh, hoi. Goed t-shirtje. Die tattoo. Oh, dit is ook wat nice, dit. Oh, hey, dit is een Nike-ding, man. Dat is wel hard. Dit Nike-versie. Nou. Lekker, man. Wajo! Jannetje. Jannetje met een 50 gijs koppelen met iemand. Jan, let's go, man. Zullen we even koppelen met iemand? Goeie shit, man. Jan, what the fuck, bro? Welkom bij de stream, maat. Let's go, maatje. Ah, dit shirt is een beetje gaar, man. Je moet gewoon even een mooi t-shirtje hebben, man. Juist, hè? Gewoon fully black. Staat er niks op de rug? Ah, ja. Ja. Ja? Ja, jawel, man. Even goede handen. Handen. Ja, werkstuk, hè? Hey, dank u. Ja, is prima. Dit is goed. Even kijken, die handjes testen. Ja. Helemaal goed. Hoi. Vertel, kerel. Met Nee man, dan moet je even bij Fortnite aankloppen. Hey, tot ziens hè, hoi. Hey, Kano, het is een dikke huts. Misklik uit die bus en dadelijk 30 pakketten voor niks. What the fuck heb jij gedaan dan, Kenan, hè? Wat ben je aan het doen dan als je... Wacht, 30 pakketten voor niks. Wat heb jij opgevoerd? Je hebt iets opgevoerd, hè? 100%. We zien Salvatore, maar zit hij in de... Oh, kut. Ik kan dat dan weer niet zien. Wacht, hoe kan ik aanzetten dat ik mensen kan zien die in mijn porter zitten? Ik ga dat aanzetten. Wat een gek van. We zijn al gekoppeld. Ja, dan laat ik alles zien natuurlijk. Kan ik iets van game... Oh ja, ik weet het alweer. Iets met game weergave of zo. Streamermodus. Game overlay. Large, small. In-game info. Overlay vergrendel wisselen. Oké, ik heb nu in-game overlay aangezet, jongens. Oké, ik ben benieuwd wat hij nou doet. Laat me eens even checken, man. Ik zie helemaal niks. Waar is die game overlay? Wat een bullshit. Huh? Nou, oké, dat zal wel. Bij een telefoonnummer leak. Ja, daarom. Ja. Ja, 06, 311 en de rest komt vanzelf. En je moeder is een 11 trouwens. Nee, grapje natuurlijk niet. Alright, let's go. Nee, ja, ik weet het, man. What the fuck? Ik zie iemand parasiteren. Wow, dat gaat wel soepel trouwens met zijn internet. The fuck? Wow, hoe bedoel je 2 FPS? Wat de hel? Waar gaat hij heen? Oeh, lijp. You have one job. Oh, hij is geland. Kano N39, bij een station, stadion uit mijn busje door misklik. Oh mijn god, meneer, die springt rijdend eruit, man. Ik ga stuk, man. Kano, tegen de drie broeder. Oh, er landt nog iemand. Wacht eens even. Die gele. Zijn dit niet de krimis? Martijn maatje, met een 50, niet hard oplezen. Martijn, ik wil deze zo graag oplezen. Martijn, oké. Ik had deze zo niet verwacht, maatje. Echt, zeg je eerlijk, Martijn. Licht eraan. Zo. Licht eraan, Martijn.
Oh mijn god, Willy, ik kan niet opstaan, mijn reet doet er zin, maar... Wacht even, speciaal voor jou! Oh mijn god, oh dat opstaan is zo moeilijk. Willy met de fucking 13 maatje, wat? Ah, mijn reet, jongen. Wauw, Willy, ik kan niet eens opstaan, ik blijf altijd in de stoel zitten vanaf nu. Willy met een fucking 13 euro, zeg, hoe noem je een geit met een fluweel jasje aan veiligheid? Wat een kutzooi, man. Ik zweer het. Dit in combinatie met Martijn's donor van net. Wat, het niveau. Het niveau. Maar Willy maatje, super dankjewel voor de 13 euro, man. Wat een liefde, bro. We hebben de donor goal gehaald, man. We laten hem lekker daarop staan. Goeie shit, man. Hé, hey, Willy, super dankjewel voor de 13 maatje. Ik ben speciaal voor jou gaan opstaan, man. Let's go, broeder. Nee, jongens, de koprijden wordt niet, man. Want, hoe zeg je dat? Ze zijn al aan het koppelen, sowieso. Sven, jongen, echt serieus. Robin, 12 euro super. 12 euro super. Hoe fix je die third eye, man? Ik word gek. Kom aan, jongen. Ik wil naar de ANWB gaan. Wil je naar de ANWB gaan? Ja, nu moet ik nog zeker weten naar de ANWB. Ja. Jij misschien ook. Nee hoor, ik ben niet zo'n slechte driver. Zoals, hoe heet je ook weer? Als ik mijn McLaren krijg, jongen, je gaat zien. Ah, dan pas, hè, dan pas. Winkel-OV. Alleen winkel-OV'tjes, oké. Okay. Hey, dat is lekker in de buurt. Oké. Okay. Oh shit. Oh, dat wordt niet. Oh, dit wordt hem ook niet. Ik word ingeboxd. Oh, jongen, stress. Ja, tempo, tempo. Meneer, kunt u alsjeblieft even doorrijden? Shampoo, maatje. Kan je zeggen dat Frisky stinkt? Shampoo Frisky stinkt, man. Let's go, maatje. Even voor de fucking 3. Ja, meneer, ik ga. Koffie. Riffie. Lekker. Oké, let's go, mannen. Oké, we gaan even naar die winkel. Ja, er kan er altijd natuurlijk gewoon vuurwapens bij betrokken worden, hè? Snap je? Dus vandaar dat we er altijd even bij mengen. I'm rolling, I'm rolling. Let's go, shampoo. Even de 3, maatje. Super, super dankjewel, maatje. Ik kop gewoon 2 palen omdat ik even de donut oplees, man. Niet normaal. Wat zie ik, Martijn? Martijn! What the fuck? Oh, als ik hard schreeuw, dan ga ik... Oh, mijn spier in mijn kont is zo weg. Martijn met een 25, maar ik... kijk, soms ben ik meer van de haring in plaats van de chocola. Ik zeg eerlijk, vergeet niet dat het gedeelte vis op de schaffen. Ik weet nu al waar hij het over hebt, bro. Dit is zo'n rare guy, zoals Martijn. Martijn, let's go, Robin. En er is niemand zoals ik. Oeh, oeh. Doe je shaky. Bro, let's go, Robin. Super, dankjewel, man. Die is voor jou. Fuck aan neef. Bro, echt SO naar jou, bro. Hey, dik SO naar jou, PewDiePie, man. Je bent echt een strijder, bro. Ik zweer het je. Wel, man. Ik kijk sinds klein al naar jou, bro. Echt, ik zweer het je. Hé, hoe gaaf ben je nu dan? Weet je wat er is gebeurd, bro? Ja, ik heb sollicitaties gedaan voor politie en zo. Ja. Ik ben aangenomen alles. En ik krijg niet eens mijn jobs, bro. Maar je bent aangenomen? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel raar, man. Heb je ook bij je bent toch bij je HB gecheckt? Ja, maar die mensen die willen me niet helpen. Je hebt het allemaal druk, man. Die mensen denken alleen maar aan hetzelf. Oh, ja. Ja, politie zijn arrogante mensen, hè? Ja. Ja, bro, ik zeg heel eerlijk, bro, kijk, check nu ook je live. Bro, echt hard, man. Hij loft naar jou, man. Ja, zeker, bro. Hey, ik spreek je misschien nog wel een keer, man. Is goed, jongen, kerel. Hey, rustig, hè. Hey, hoi. Ja, het is geen haat, hè, dat ik zeg dat politiemensen arrogant zijn, hè, want ik ben het zelf. Dat was de grap, maar ja. Dat kan natuurlijk ook in een andere context. Context. Laat maar. Hey. Goedendag. Oh, je bent ook gekoppeld. Ja, ik was toevallig in de buurt hoor. Ik kom altijd even kijken. Dus is er iets van een vuurwapen gaan of. Onbekend. Oh, show. Oh, hey, collega. Hier een zonnebankje gepakt, zou te zien. Ja, vooral mijn achterhoofd. Kijk hem glimmen, joh. Ja, dat ziet er wel goed uit, ja. Absoluut. Zo, hé. Goeie shit. Jongen, wat een neusje. Ja. Hé, hey, jongens, ik zeg je eerlijk, ik heb een vraag, hè. Is het awkward als je heel veel spierpijn in je reet hebt? Ja. Ah, shit. Wat pijn. Spierpijn in je reet, wat is dit nou weer, joh?
Kut zo. Ben je misschien... Adriaan, jij moet niet gek praten nu, hoor. Ja, ik weet niet. Ja, volgens mij ben je donders goed. Het is oké als je voor de andere kant bent, hè. Nee, nee, ja. Mooi, man. Voor de andere kant? Ja, voor de andere kant, hè. Maar let op. Ja, nu zit ik te twijfelen of jij van de andere other side are, je weet wel. You are from the wat is dit dan voor biker? Jumbo, what the fuck, maatje? Oh shit, Jumbo met een 17, man! Yo, Dylan, ik vind je zo fucking lijp. We gaan zo door, man. Ik kan ik misschien een mod krijgen op Shampoo, broeder. Wacht even hoor, dan komt hij erin. Ja, en dan pakken we hem bij. Ja, toch. Shampoo, maatje. Sowieso fucking dikke lof voor de 17, broeder. Super dankjewel daarvoor. Het ding is, kerel. Ik maak niet zomaar mensen mod. Dat doe ik niet om hè, dat ik het jullie niet gun. Ja, maar omdat heel veel mensen het willen. En ik wil het eigenlijk best wel random houden. En ja, Shampoo, daar kan jij niks aan doen. Maar tegen betaling vind ik het helemaal niet chill om moderators uit te delen, man. Dus dat doe ik nog gewoon niet. Shampoo, ten met de 17, wees gewoon actief. En wie weet kan jij gewoon moderator krijgen, man. Dus, komt goed, Maarten. Super, dankjewel, Shampoo. Wat de fucking liefde, man. Ga, hè? Ho! Dan schuim we gewoon verkeerd erin. Adriaan. Wat tegen je getalkt, man. Ja, hij blijft belgen. Adriaan. Ja, dat zeg je, manneke Adriaan. Ja, allee zeg. Allee. Subiet, hè? Ja, Adriaan zit te poepen, volgens mij. Hey. Hallo? Jongen, yo, man. Nee. Subiet, papa. Hey, Dylan. Yo. Heb je gehoord, Sammy heeft ontslag genomen, hè? Wie heeft ontslag genomen? Nog werken alleen. Sammy. Sammy? Ja, ja. Waarom heeft hij ontslag genomen, dan? Ja, ik weet niet. Gewoon uit de niets. Er zit toch een reden bij, denk ik? Ja, geen motivatie meer. Dat had ik gelezen. Ja, het geen tijd meer. Oké, dan. Ja, geen tijd meer met die baas. Ah, kut, man. Nou, ja, hij was sowieso de laatste dagen natuurlijk een beetje, ja, er niet, zeg maar. Ja. Nee hoor, kutzooi, man. Sammy, weg. Soms is dat de beste keuze. Dus Adriaan, jij de ANO5 of godsamme, hoe heet het? De ANO5? Ja, laat maar zitten. What? Hey, wegwezen met die motor, meneer! Hey, je mag het nog niet wel laten! Ja, wel kut, man. Ja, kijk, Sammy is natuurlijk gewoon druk als een privé, man. Ik zag het niet aankomen, ik had niet verwacht. Maar ja, hij is er niet zoveel, helaas. Dus ik viel wel. Je zit in een buurlijn, meneer. Je zit in een buurlijn. Meneer, even het gebied verlaten, anders moeten we helaas u helemaal. Uit elkaar. Trekken. Op wat? Collega, doe het zo gek, man. Laat me. Hey, stel je voor, hè? Ja? Stel je voor. Je zou een... Ja? Nee, ik ga hem niet... Een kind, Een kind, Gewoon een over zijn bolletje, Weet je wat ik net heb gezegd? Oh, hij rent al weg. Weet je wat ik toen straks zei, hè? Oh, nee? Ik heb weer zo erg mezelf geshift, jongen. Echt, even serieus. Iemand zei dat ik gewoon wat minder, of ik minder kon schelden, toch? Ja. Weet je wat ik zei? Nee? Helemaal lekker niet. Ja, als ik gewoon kutje wil zeggen of een Mogol wil knallen. Hoi. Een Mogol wil knallen? Ja, helaas. Echt, het is ook niet normaal. Nee, inderdaad. I'm lacking to the packing. Ik vind het wel eng dat je Mogoltjes wil knallen. Oh, slacking. Adriaan, wil ik alsjeblieft nu zo erg maken, dankjewel. Dan kom jij ook nog eens aan bod, Adriaan. Nee, geintje. Nee, sorry Adriaan, het spijt me. Geen klacht die niet meer tegen mij, alsjeblieft. Vlaaflip. Oh mijn god. Karim Vlaaflip. Oh ja. Is het die kant, collega? Ja, ja, die kant. Ja, nee, dat is eigenlijk... Ga naar buiten. Sorry, man. Kom met schijnen. Die Elroy, joh. Maar je hebt wel eens een goed licht. Mooie gozer. Elroy, ik moet nog steeds bijkomen. Sorry? Ze hebben één hostage. Hé, hey, maar één Dylan. Ja. Karim. Sorry, ik wou jou, man. Thanks, Ricardo. Hé, die mensen in deze stad, man. De RP is zo ver te zoeken bij sommigen. Ja, ik kon hem ook niet vinden. Ik zweer nou, het, sommige mensen hebben gewoon geen... Hey, wat is een helm op een gekke taal, joh. RP, ja, van Nederland. Stop. Reports, ticket. Hij is wel Nederlands, man. Hoe opzij? No clippen. VDM. Wat hoor ik? RDM. No fail of life. Stadsregels. In real life trading. Wat is dat voor woorden? Hé, ik kan me veel wijs maken, maar dames, keep it roleplay.
Ja, maar, dat is keep it roleplay. Wat is roleplay? Hey, we staan hier maar als twee Belgen, hè? Ja, ga ik dat zo doen, hè? Jongen. Oh, ik ga stuk. Hey, Ricardo met een 50. Hey, kerel, ik wil je hartstikke bedanken voor de streams. Echt waar, ik heb een hele zware tijd achter mijn rug. In de jeugdzorg zelf, de gesloten afdeling daarvan. Echt, wil je heel erg bedanken. Zet hem op, kerel. Blijf zo doorgaan. Love naar jou, bro. Ricardo, heel veel succes, kerel. En ik ben blij dat mijn streams iets voor je kunnen betekenen, maatje. Dit hartje naar jou, kerel. Thank you very much voor je mooie berichtje, maatje. Ik hoop dat het goed met je gaat, jongen. Let's go, Ricardo. Let's go, man. Thanks voor de support, jongen. Wauw. We hebben ons auto plaatsen hoe we willen. Kijk, ze protecten zoeken naar daar. Dan kan iedereen zijn auto ook zo plaatsen. Oh, jongens, ik ga stuk. Wat gebeurt hier? Voor iedereen, Rafael, je mag even gaan kijken. Nou, aangezien de kleine speler binnen is, denk ik, dat zou ik maar weer even afschalen. Ja, geen probleem. Is goed, jongen. Ga ik even een kind, ja. Ja, nice. Ga maar even een kind, helemaal, Ja, nice. Hé, hey, tot ziens, hè. Hoi. Hoi. Hey. Hey, later, hoi. Hoi, hoi. Oh, stuk. Wat een random dingetjes ook, hè. Ik ga stuk, ouwe. Goed, man. KO Chap Dad. OOC. Ja, goud, man. Nee, weet je wat het ding is? Kijk, wat je nu hebt in Fusion, dat is gewoon, dan ga ik heel even realistisch zijn. Gewoon puur, ja. Kijk, ik ben liever eerlijk dan dat ik dingen verberg. Ik vind dat helemaal niks, namelijk. Ja, mijn boeit dat niet zoveel, namelijk. Kijk, het ding is, we hebben veel spelers, maar er zijn heel veel spelers die vanuit andere steden komen. Die of daar geband zijn, of gewoon iets nieuws zoeken. Die zat vast. Er komen allerlei soorten mensen door elkaar heen naar onze stad. Het ding is, wij zijn best wel, ja, mild als het gaat om straffen uitdelen. Wij permen niet zomaar, behalve als je inderdaad, hè, echt iemand plat rijdt en je scheldt met je allemaal ziektes, noem het maar op, snappen. Dan wel natuurlijk, maar wij zijn altijd best wel dit en we willen niet gelijk iemand permen. Maar wat je dan wel krijgt, dat is een beetje de vibe nu, is dat heel veel mensen, Joep, thank for the motherfucking 3 broeder, let's go man Joep. Gast, what the fuck, Joep is er nog steeds? Het ding is, wat je dan krijgt, is dat er heel veel mensen een beetje laks zijn met gedragen. Dus ze gaan dan een beetje raar doen, een beetje niet eigenlijk aan de regels houden. De RP-niveau is laag, hè. Iedereen, als jij crasht, dan ga je gewoon doorrijden. Ik bedoel, niemand die... Ja, dat is een beetje... Ja, dat, in onze stad is dat nog niet heel erg aanwezig. Ik denk wel dat dat echt weer omhoog klimt wanneer de offie-gangs zullen zijn. Bank-OV'tjes en dat het wat groter... dat je echt iets kan doen in de stad. Nu is het vooral grinden, schieten en that's it eigenlijk. Dus je hebt nog niet echt iets waar je kan RP'en. Dus ik denk als dat erbij komt dat het wel omhoog gaat. Maar ja, dat is wel even een dingetje nu. Ja, dat is wel een beetje, ja. Dus juist door een beetje te aardig te zijn qua straffen. Hey Ricardo, maar stil voor de 3. Dan krijg je een beetje dus, ja, dat averechts effect. Dat mensen een beetje, ja, aan het klooien zijn hierna. Yo, man, het is echt, yo, Dinnik, kan je stad is echt leuk. Maar ik vind grinden leuk. Maar ik merk steeds dat ik moet grinden of zo. Maar wat? Dat ik moet grinden of zo? Maar nog een... maar nog één fijne stream vanavond. Joep, zoals TV3. Het is nu inderdaad vooral grinden. En we willen gewoon... Dat is gewoon de basis van elke RP-stad. En we willen onze stad steeds meer inkleuren met plezierdingetjes. Dat je meer kan doen. Maar dat komt er echt wel allemaal in, jongens. Maar we moeten gewoon heel erg dat voorzichtig in de stad inleiden. Bijvoorbeeld, stel je zou nu een casino pats, boom, knal erin doen. Iedereen gaat als een moeder erin knallen. Iedereen is arm en niemand speelt meer. Snap je? Daar moet je ook dus... aan denken met dat soort dingen. Dus we zijn heel erg voorzichtig, stapje voor stapje aan het kijken. Wat kunnen we beter doen? Wat kan er meer bij? En dan komt het vanzelf wel. Maar ja, het is nu even in zo'n opbouwfase daarin, man. Dus vandaar. I'm rolling. Dus vandaar. En Ricardo ben erin, zeg, het gaat nu helemaal weer goed. Heb eigen appartement sinds dat ik 18 ben. Dus ja, leven weer lekker op de rit. Ga lekker weer naar school. Na lange tijd niet zijn gegaan. En werk ga ik ook weer oppakken. En over een poosje, als alles weer goed loopt, ga ik zeker weten. Jim, bro, let's fucking go, Ricardo. Zo mag ik het horen, bro. Dat is gewoon het ding, man. Zorg gewoon alsjeblieft dat je gewoon... bezig blijven, man. Dat je dingen opzoekt waar je aan kan grinden. Aan jezelf werken is belangrijk, bro. Want heel veel mensen die dat niet echt doen... Je mist je persoonlijke groei daar heel erg in, man. Bro, de gym heeft mij echt gemotiveerd in het leven, bro. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat is echt zo, man. Ik was eerst zo'n bolletje... die totaal niet mensen durfde aan te spreken. Die niet met mensen in contact stond. Die alleen maar binnen zat te gamen. YouTube heeft daar mij ook heel erg mee geholpen. Dus sociaal naar jullie, man. 100%. Maar de gym heeft mij echt sociale skills gegeven die ik nooit uit mezelf zou kunnen krijgen.
dan af en toe praat je met, hè, bro, let op dit, ik ging stuk, hè. Ik ging laatst met Wela en Wes gingen gymmen. En we deden echt zo'n kont-oefening voor vrouwen. Echt zo'n typische, dat zou je nooit doen als man zijn als je gaat trainen. Zo'n oefening. Dus ik douw mijn poot naar achter. Ik schop gewoon zo'n dame haar, dat klinkt zo raar, een chick haar stang. What the fuck, waarom heb ik altijd van die rare uitspraken steeds? Maar ja, boeien. Die chick was met zo'n stang bezig en ik schop gewoon die stang uit haar hand. Daar een stuk. Dus ik zeg, oh sorry, maar ik ben ook zo'n guy die dan daar een soort van mee kan dealen. Normaal dacht ik van, oh kut, weet je wel. Dus ja man, dat is goud man. Ja, dus het leven is te kort om in een kleine bubbel te leven en maar niks te durven doen man, skip dat. Hey Wifano, maatje, tegen de fucking 3 zegt, yo bro, je bent echt een soldaat. Hey Wifano, ik hoop dat je trouwens goed uitspreekt, maar thank you very much voor je complimenten, broer. Shout out aan jou, man. Welkom met stream, gast. Daan met u zegt, hey, hoezo is Sammy geen DC-slash agent meer? In Kletshoek wordt gezegd dat Sammy zegt, wacht. En Sammy zegt ook dat dit, dat is, maar hoezo? Want ik word het altijd, ik vond het altijd leuk als je met Sammy ging koppelen. Sammy en ik, bro, hetzelfde als Chris, we waren gewoon chill, weet je wel. Dat is goud, gewoon legendarische momenten. Alleen het ding is, ja, Sammy is gewoon echt een stuk ouder dan ons, hè, jongens. Die heeft veel meer verantwoordelijkheden dan tussen haakjes wij als maximum 22-jarige, noem ik het maar even. Ik bedoel, Sammy is al 32, hè, jongens. Ja, die heeft gewoon veel meer privéleven dan, ja, nou, dat klinkt raar dan wij, maar snap je, die heeft meer verantwoordelijkheden. Die moet gewoon zijn tijd meer indelen in andere dingen dan gamen. Hey, what the fuck, Robin? Robin, maatje, wat vind je van Slim Snipers? Irritant, maatje. Behalve die guy van net. Als je gewoon chill bent, is goeie, man. Robin, Tim, wat kun je aan de 41, man? Dus ja, dat is eigenlijk wat sap, maatje. Dat is waarschijnlijk gewoon, dat is de situatie alleen, man. Ik bedoel, Sammy heeft gewoon een leven buiten 5M en hij is wat ouder. Ik bedoel, ik weet niet of jullie, ik weet niet hoe het met mijn vader gaat, ik spreek hem niet, maar stel je kijkt naar jouw vader of stiefvader of zo, en die is ook 32 of iets, 35 zoiets, ja, hoe vaak gamet hij op een dag, snap je? Ja, Sammy was er fucking veel, hè, maar hij heeft gewoon, ja, ook een ander leven dan, hij heeft er geen tijd meer voor, dus ja, dat kan, dat hoort, ja, daar kunnen we wel iets van vinden, maar ja, dat is gewoon life, man. Life goes on, boys. 100. En ik hoop sowieso dat Sammy natuurlijk af en toe wel weer een keer terugkomt. Ja, ik weet niet hoe het gaat lopen, man. Wel fucked up, natuurlijk. Maar ja, de DC loopt een beetje leeg als het gaat om mensen, man. Chris weg. Sammy weg. Oh, wat dit? James Riel weg. Nee, tuurlijk niet, man. Oh, wat dit? Nee, ik vind DC fucking leuk, maar ik heb hierna een beetje over, gewoon binnen de politie, van yo, hoe kunnen we dit nou even wat uitbreiden, man? Ik bedoel, heel simpel iets, hoe vaak hebben wij een instap gedaan op eiland? Snap je wat ik bedoel? Dat soort dingen, dat er gewoon wat meer bredere dingen te doen zijn dan alleen rondjes rijden en wachten op een schietmel. Snap je wat ik bedoel? Dus dat komt allemaal aan. Er staan ook bankjes en er is veel meer te doen als deze, alleen voor nu is er nog niet echt een hele grote invulling, man. Dus ja, ik blijf nog wel DC. Er komen echt hele sicke dingen aan. Die moeten we gewoon meemaken. Alleen ja, dan heb je ook nu dat het een beetje nog, het is gewoon afwachten op nieuwe dingen, man. 100%. Ja, er moeten wel weer, volgens mij komen er ook weer heel veel nieuwe DC'ers aan, man. Ja, Ali is aangenomen laatst. Waren er nog meer collega's? Ja, Ragnar is in opleiding. Holy shit. Dus ja, man, er komen echt wel steeds meer mensen bij, man. Dus dat is wel ook wel, dat is echt wel hard. Alleen ja. Nu loopt het ook weer een beetje leeg, snap je? Dus het is een beetje aanvullen. Ja, het is een beetje, ja, nice. Ja, Chris is ontslagen, man. En Sammy heeft ontslag genomen. Dus ja, wat lekker, man. Vindt jouw server? Ja, man, klopt. Tony moet AC worden. 100%, alleen ja, dat is niet aan mij. Ik bedoel, Tony moet ook gewoon de toetsen, de trainingen, alles moet hij halen. Maar dat kan hij echt wel. Ik bedoel, hij was TDA ook DC en shit ooit geweest. Dat komt echt wel goed, geloof mij. Maar ja, het is niet aan mij, dus het is gewoon puur afwachten, jongens. Ja, dat is fucking lijp, man. Ja, mij lijkt het heel nice om met Tom. Tom is echt goed bezig met groeien. Oh, ik krijg bijna die appel van de sokken. Om met Tom dienst te rijden, dat lijkt me zo leuk, man. Die kerel, ja, wij zijn gewoon vrienden in het echt, zeg maar. In real life gewoon. Waarom zeg ik echt in real life? Alsof jullie niet weten wat dat betekent of zo. What the fuck. Ja, dat lijkt me goud, man. Ja, goed shit, man. Van alles maakt niks uit wat het is. Wat bedoel je, Rick? Beschieten tand te veel is alleen niet te doen met zoveel DC. Moet je al eens in de middag spelen, kerel. Ja, ik weet niet, man. Ik vind het wel meevallen eigenlijk. Want ik denk persoonlijk, dat is mijn visie erop, dat dat criminelen, als ze schieten, veel agenten op zich hebben.
Nou, ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Ik denk dat wij gewoon heel erg gecontroleerd nu te werk gaan. Dat dat een beetje nog bij de criminelen in moet kicken. Want ik wil niet lullig zijn. Er zijn nu letterlijk maar 3 DSI'ers max. Wacht, Salvatore, ik en... even kijken. Hé? Salvatore en ik alleen. Ja. Huh. Nou, de 2 DSI'ers. Dus het is echt niet dat er heel veel DSI is, man. Ik zeg je eerlijk, als ik het zelf mag zeggen, vind ik het niet. Zo, maar... het ding is wat het is met criminelen. Ik weet niet. Zijn er al echt hele grote gangfights op eiland? Ik denk het niet. Ik denk dat er vooral in de stad wordt geschoten. Ja, waar inderdaad veel politie is. Oh ja, ICE is er ook. Dit is dus 3. Weet je wel, 3 DSI'ers op? Fucking 300 spelers bijna. Ja, dat vind ik niet zo heel veel, man. Martijn met een fucking 50. Hoe ver DSI worden? Kan als AMB direct beginnen als DSI? Nee, man, Martijn. Je moet echt eerst via de politie opbouwen, man. Of moet je via agent doorgroeien? Want lijkt me echt interessant. Ja, Martijn. Je moet gewoon letterlijk van aspirant naar... kan je naar DSI groeien, man. En, ja, man. Dus dat... Ja, man. En hoezo is Chris ontslagen? Ja, dat kan ik helaas niet zeggen, jongens. Het is niet heel... Ja, het is niet iets ergs of zo, hoor. Hij heeft niks fouts gedaan als in... Oh, hij heeft dit verneukt en daarom ligt hij eruit. Nee. Het is gewoon simpel. Vela, wat de... Vela. Vela hoort dit, hè. Wist je nog dat we lekdeeg deden gisteren? Was het? Ja, gisteren. Oh, ik zei toch dat ik niet meer kon squatten? Ik kan gewoon niet zitten, Vela. Ik heb zoveel spierpijn in mijn reet, jongen. Echt wel. Gaf verbranden, ouwe. En kom er geen island fight? Ik ben niet ingestapt. Even dat je het weet. Oh. Er komen geen island fights omdat er niks te doen is. Behalve plukken. Daarom, Hassan. Er moeten gewoon veel meer dingetjes bij komen. En ik denk als wij... Kijk, onze stad is namelijk een paar maanden nu online. Maar als je kijkt naar een TDA, die island fights zijn fucking dik. Ook... Weet je wat ik een beetje jammer vind? Dat er geen tot weinig drugsactiviteit is op vasteland. Ik heb nog nooit iemand zien plukken, bro, terwijl ik rondrij. Ja, maar Wele, even serieus. Ik kan niet eens opstaan uit mijn auto. Uit deze stoel. Ik zit nu met een kussentje op mijn stoel nu, hè. Oh, de... Nee, kijk, het komt allemaal echt wel. Het is gewoon puur even tijd. Tijd zal het leren, want dat is echt zo in deze situatie. Als we wat meer heen en weer verkeer hebben rondom in de stad, hè, meer drugs. Hoe vaak zie jij een mule bij Lombank staan? Weet je wat? We gaan voor de grap even naar Lombank rijden. Hoe vaak zie je dat daar drugs wordt opgekocht? Niemand doet het. Want er zijn nog geen loodsen. Dus als er loodsen inkomen, zie je dat dus meer. Meer drugsverkeer. Meer rippings. Hè? Criminelen die echt drugs kunnen jatten. Rippen. Veel meer actie buiten alleen maar elkaar doodschieten. Echt rippen. Zeg maar als in grote hoeveelheid drugs. Luc, ik ben niet... Luc, ik ben de andere met de 3. Zeg, yo man, wist je nog de stream dat je over sisha en roken... Ik en mijn vriendengroep zijn gestopt met vapen omdat ze een stukje laten zien. Love naar jou, man! Luc en de boys van Luc, bro. Oké, weet je wat het is? Uiteindelijk het leven, bro, moet je zelf invullen. Als jij wil roken of wil vapen, dan hoor je mij niet zeggen dat jij dat niet mag. Het ding is wel... jouw lichaam, je hebt er maar één van. En hetzelfde als met drank. Het is zo genormaliseerd in deze maatschappij... dat mensen gewoon niet eens meer naar omkijken wat slecht is voor hun lichaam. Maar als jij op een gegeven moment een beetje rond het 30 wordt... en jij vape nog steeds jarenlang door... Als jij opeens een kind krijgt, hè? Je hebt een zoontje als voorbeeld en die wilt voetballen. En die vraagt, pap, zullen we even een keer een avondje even gewoon op het veldje een balletje trappen? En als jij daar met een conditie van een steen loopt te kutten... dan ga jij toch jezelf in de spiegel kijken van, what the fuck ben ik voor neus? Het ding is, kijk, ik heb ook shisha gedaan. Ik heb ook gevaped heel af en toe. Ik had zo'n dingen gejat of zo van mijn ex. Maar ik deed ook shisha, dat is niet gezond, maar... Het ding is, omdat iedereen het cool vindt om te drinken, om te roken, om te vapen. Bro, ik zie de mooiste dames gewoon letterlijk roken. En dat is gewoon zo... Niet dat dames niet mogen roken, maar dat maakt echt gewoon je stuk minder interessant, naar mijn mening. Ik weet niet, man. Dat is gewoon... Op een gegeven moment gaat de tijd het leren, man. Maar daarom, wees gewoon niet een schaap. Dus omdat iedereen van jouw school vapet, moet jij ook. Wees gewoon... Durf anders te zijn, man. Van fuck aan met dat vape. Ik hoef dat niet. Ik eet een wortel, weet ik veel. Meetrainen met mij, hè? Ja, Wela, maar even serieus. Wela knalt ook die Brazilian nog wat squat. Ja, janken. Janken gewoon. Dat is gewoon niet te doen. Maar dat is echt zo. Kijk, ik verwacht niet dat jullie allemaal... niemand is perfect, bro. Maar wees gewoon niet zo naïef door te denken van... Oh, ik kan deze sigaret gewoon roken, want boeien. Of ik...
Weet je wat ik ook nooit heb begrepen? Van, dat is misschien raar. Ik snap mensen niet die moeten barven van drank. Ik snap dat niet. Ik vind als jij... Weet je, dat is gewoon mijn mening. Boeien als je het heel anders over denkt, kan mij uitvrekken. Als jij als persoon zijnde dus moet barven naar een avond uitgaan, dan ben je gewoon over je grens gegaan. Dan leer je gewoon niet luisteren naar je eigen lichaam. En het klinkt heel, heel neurderig en saai. Maar ja, is wel toch zo. Waarom zou jij jouw lichaam helemaal over de zij helpen, bro? Ik ben hele goede avond. Ik heb tering veel gezopen. Ik heb zelfs gebloot en gezopen tegelijk. Ik heb zelfs vodka in een bong gedaan. Een pure wiet hijs genomen met alcohol erin. En ik heb nog nooit gebarfd. Bro, ik was wel een keer bijna dat ik aan het barven was. Maar leer altijd gewoon je grenzen nou eens accepteren, man. Altijd dat overheen en cool doen. Kan ik met jullie mee? Ja, positief. Okay. Want, Dat de C01 zou ook in dienst komen, maar dan ga ik wel even met hem. Nou, is goed. De A05 rijdt ook nog alleen trouwens, dus... Dat is ook wel goed. Ja, tof. Dus, Dit kan ook met de A05, nee. Ja, kies maar. Voor mij maakt het uit. Nou, maakt ook niet zoveel uit. Zeg jij het maar. Nou, ik kan wel even naar HB komen. Snap je? Oh. Ja, man. Ik weet, man. Ik vind dat zo raar altijd. Dat iedereen altijd next level moet zijn op dat gebied. Ik vind dat een beetje raar, man. Als je jong bent, mag je even genieten. Ja, maar waarom... Oh, ik dacht dat ik ging schieten. Maar waarom... Ik snap de combinatie genieten niet met barven en je lichaam niet naar luisteren. Ik snap dat niet. Waarom moet iedereen altijd extra gek doen? Waarom kan je niet gewoon na 6 drankjes... Je bent goed lam. Waarom moet je dan nog doorgaan? Dat snap ik niet. Wat is dat met genieten te maken, bro? Weet je wat genieten is, bro? Als jij je moeder trots kan maken... En ik zeg niet dat je dan door drank of uitgaan niet je moeder kan trots maken. Maar ik denk niet dat jouw moeder met klappende handen staat van... Oh, wat heb jij goed gebarfd, maar wat leuk. Je hebt het vast leuk gehad. Dat is toch cap? Iedereen maakt dat een beetje gewoon zichzelf wijzen van dat is genieten. Maar het is cap, bro. Dat is gewoon raar, man. Ik weet niet, man. Ik bedoel, het is niet dat ik politieagentje wil spelen, maar mensen die hebben dat gewoon te genormaliseerd. Dus als je drugs neemt, helemaal barft, dat is blijkbaar plezier hebben. Bro, ik zeg je eerlijk, als ik later met mijn vriendengroep een villa kan boeken in Ibiza, gewoon een drankje doen, barbecue aan, zonnetje, zwembadje, en je bent een beetje lam, maar je gaat lekker op tijd naar bed met een volle maag en morgen heb je geen kater, dat vind ik genieten, bro. Maar tolde, mensen moeten altijd voor die kater gaan, man. Tolde. Ja, dat is de reden waarom ik niet uitga, man. Omdat dat allemaal dat soort mensen zijn. Ik vind dat helemaal niks. Helemaal niet erg! Ja, man. What the fuck? Zo, ik heb nog nooit zoveel plezier gezien in een flatbed. Collega, ik ben op dit moment op HB. Ik weet niet of jij daar bent? Nee, dus ik kom naar de garage uit. Helemaal goed. Oh, ik zie je. Helemaal top. Ja, man. Even achter je zitten. Zo, what the fuck? Die stem opeens? Ik schrik me dood. Nou, dat is de stad en in de gemeente aan. Ah, ja, ik moet dat ook even fixen, man. Want iedereen, die kent mijn stem, man. Ja, hey, Luc met de 30K-stream is ook al heel lang en daarom ben je een voorbeeld. En heb ik ook van school getrapt. Wat? Ik ben nu verder in mijn leven, had agressieproblemen en zit op een TL-advies. En wil ook stappen maken en ik zit ook in voetbal en daarom. Luc, hou dat vast, bro. Sport goed, onderhoud je familie goed, socialize met je vrienden. What the fuck? Opeens is dit raam eruit. Van, je weet toch, abuse. Focus op doelen, man, Luc. 100% bro. En maak ze waar, man. 100% you got this, bro. Luc, tegen voor de fucking 3, man. Nice to meet you, man. Nee, man. Ik weet niet, man. Ik ben een beetje klaar met mensen die standaard denken, man. Dat klinkt heel arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Is dat een beetje chaos, dan? Nee, je collega, het valt echt wel mee, hoor. Oh, de. Ik weet niet, man. Hoe vaak ik in de stad zei van, yo, man, ik heb genoeg gesopen. Dat mensen me aankijken van, bro. Wat ben jij saai? Dat het lekker gezegd werd. Toen zei ik... Is goed, man. Ik ga even Mac Jarling gaan naar huis. Joe, hoi. Toen ben ik gewoon alleen door de stad gelopen naar huis. En helemaal volgepropt. En de volgende dag zak ik in de sportschool. Dat was ik, man. Ik weet het, man. Ik ben heel anders daarin. Ik weet het. Ja, maar het is niet dat je niet mag drinken of iets. Het is meer van... Wees gewoon een keer volwassen genoeg om daar ook een grens in te houden, man. Altijd dat overdreven barven. En ik snap niet dat gangster is of zo, man. Oh, dit. Ja, Wela boos. Wat is er met Wela? Ben is boos. Ja, Wela moet je niet boos hebben, jongen. Godsamme. Wes en ik, hè, zaten gisteren te gymmen. En Wela was aan het squatten. Let op dit, hè. Wij zaten een beetje... Oh, we hebben geen zin meer in deze. Hoor je, Wela? Oh, jullie zijn echt... Wat zei je dan, Wela? Hou je... Nee, wat zei je dan, Wela? Ik ging zo stuk, jongen.
Oh, wat zei ze nou? En van jullie moeten niet zo zeik of zo, weet je wel? Zo iemand, zo mooi. Jongens, lekker kotsen komt goed. Eén keer en nooit weer. Ah! Ja, sowieso, Vela. Hey, Quinty is ook echt. Quinty, ik blijf het zeggen, maar Quinty is echt een gymrat geworden. Zo. Elke dag in die gym, hè? Quinty, straks bench je mij er nog uit. Oh, dit. Maar is deze baggy nou trouwens slechter gemaakt, of niet? Hoezo? Ja, nee, ik weet niet. Ik had hem eerst, maar ik. Ik vond hem ineens heel kut rijden. Dus ik kan hem weggaan. Nou, wacht. Neem eens even het stuur over, dan kun je even testen, man. Hij rijdt niet slechter of zo. Maar de voertuigen worden sowieso even gerepareerd hier en daar. De flop, flop, flop. Ah, het staat op. Oh, nee. Wat zeg? Ik zit in het U-spier-dingetje. Oh, shit. Oké, ik ga nooit meer van stoel switchen. Ik ben zo. Wacht. Kan ik dat niet fixen voor jou? Jij kan. Wacht. Kan je niet meer van seat wisselen? Nope. Wacht, ik heb een idee. 2019. En nu dan? Nee, ook niet. Kutzooi. Hè? Maar je kan wel wisselen van. Nee, nu zit je. Oh, nu zit je uit de auto. Wacht. Oh, sorry. Is het weg? Nope, nog steeds niet. Wat is dit, ja? Hé, hoe kan dat nou? Ja, ik ga denk ik toch even. Ja, ik kan jou in dienst zetten, dus kom goed. Als jij even knippert. Yes, best wel. Hé, Broed. Ik moet even wachten, jongens. Quint gaat ook lekker meedoen met mij. Nee. Ah, twee gymratten. Hé, hey, Quinty. We kunnen wel inderdaad met Wela een keer gymmen. Dat is wel goud. Maar volgens mij woont Quinty echt in Oostenrijk of zo, weet je wel. Dan moet je zeg maar. Ja, door de bergen heen met sneeuw en shit, skiën en stuk. Dit waar is Nick? Ik weet niet waar Nick is, man. Oprecht. Ja, dat durf ik niet te zeggen, man. Ik heb daar ook inderdaad niet veel meer over gehoord, man. Oh, ik lag niet daarom trouwens, sorry. Ja, ik zat een DM te kijken van Tom. Ik ga stuk. Nee, ik zal even vragen waar die is, man. Want dat is wel, inderdaad, ik hoor ook niet zoveel meer van hem. Hè? Oh mijn god, jongens. Oh, jongens, oké. Okay. Geen crypto-adviseur, 100% niet, jongens. Maar, we zitten er in eentje. Kijk die piek. Oh, dit? Ja, daar moest ik even om lachen. Ja, Tom stuurt een foto. Van de munt die heet Rose met Andrew Tate die zijn garen opsteekt van Rose. Als in dat hij omhoog gaat. Ik ga stukken, wat een droogkloot is het ook. En ik ging op vakantie. Volgens mij was hij al terug van Zwitserland. Ja, goed shit. Ja, Quinty woont sowieso in Oostenrijk of zo. Nee, ik weet wat het is, jongens. Ik heb echt. Ik heb pak een beet. 1500 euro in crypto zitten. Dat is zoiets. Dat is. Veer met de fucking 3, bro. Bro, iedereen neemt dit een voorbeeld. Je mag je best iets drinken, maar ga niet met die groep die denkt dat die stoer is. Blijf jezelf. En hij. Wacht, jezelf en hij je sterk. Iedereen nog fijne avond. Waar staat ze? Huh? Iedereen nog fijne avond en hartjes in de chat voor de Legend of Zelf Games Refin. Je bent aan, man. Het ding is gewoon, jongens. Onthoud dit. Iedereen gaat uit. Iedereen heeft zoals gebarfd thuis uitgaan. Het is gewoon altijd de standaard scheis. Maar waarom is dat altijd, als je dan dat niet doet, raar, saai, je bent terwijl het eigenlijk, ja, ik zeg je eerlijk, bro. Het is echt geen haat naar iemand, maar let op dit. Als ik mijn snap, mijn Insta-stories open op een zondagochtend. Ik skip alle stories. Want ik zie alleen maar mensen uitgaan, zuipen. Ik heb daar gewoon helemaal niks mee. Yes. Kijk eens, geef een seconde. Even zien. We zijn er weer. Welke rang had jij? Hoofdagent. Ah, dat maakt het wel top. Kijk eens, helemaal goed. Geef een seconde. Job. Was jouw nummertje? 2057. Nou, dat mag ook, maar daar raad ik niet aan. 2056. Oh, 56? Huh? Wow, hoezo hoor ik de 7 dan? Kijk eens. Ben je in dienst? Ja. Kijk, ja, top. Ja. Helemaal goed. Let's go, man. Nee, man. Bro, dat is ook met mij en vrouwen, man. Het spijt me zeer, maar iemand die uitgaat, dat ik hoeft niet, man. Ik ga gewoon niet meer rijden. Je moet mij sowieso niet achter het stuur zetten. Nee, jawel. Jij moet nog rijden. Oké, we gaan erachter. Okay, het is niet dat ik het zou verbieden, maar het is meer van. Ik weet niet, ik ben gewoon niet daar, man. Ik weet niet. Het is niet dat ik het raar of minder vind, maar.
Ik hou gewoon van bouwen aan de toekomst nu al ofzo. Ik heb hij is... Nee, is toch nog wel goed. Nou, hij is wel subtiel, hè? Pak eens even een bergje dan, hé. Okay. Ik vind uitgaan dus ook dus echt... Collega, je knalt hem! Oh, ik schrik me dood, hè? Holy shit. Ik vind uitgaan dus echt niks aan, maar mijn ouders zeggen, oké, je bent nog jong, geniet van je leven. Maar zit veel liever in de gym in plaats van daar. Quinty, kijk, weet je wat is Quinty? Jouw naam in de gemeente is nog niet helemaal gelukt. Kijk, Quinty, weet je wat is wat jij daar al zegt? Jij hebt die zelfbewust daar al. Dus dat is het enigste wat je moet hebben. Als jij dat al hebt, tuurlijk kan je een keer uitgaan. Maar het ding is, blijkbaar is alcohol nuttig en... Ja, we naar beneden. Is helemaal goed. Is alcohol nuttig en uitgaan, ja, dat is het enige plezier in je leven. Want dat is genieten. Waarom is het niet genieten dat jij gewoon inderdaad gezond leeft? En dat je met vrienden in de gym het gezellig hebt? Of dat jij op vakantie gaat hier en daar, dat je af en toe een beetje zuipt. Maar dat, een zuipvakantie snap ik ook niet. Ik bedoel, tuurlijk, ik snap dat mensen het leuk vinden, maar... Ik zou veel liever genieten, een beetje in een mooie auto rondrijden, een beetje zonnetje pakken, lekker eten. Dat is toch veel meer genieten dan alleen maar brak de dag daarna. Ik weet niet, man, ik vind dat heel... Dit wordt een lastige. Maar ja, iedereen moet het gewoon lekker zelf weten. Het is gewoon puur hoe ik erover denk, hoor. Dus bro, doe je ding. Ja, toch? Maar ja, dat is het, man. Ah, kijk, hoppakeetje. Hey, jammer, dat is ik ben zelf 4 jaar lang gepest door mijn lichaam. Ben op mijn... Ja, je kan wel van voor naar achter, maar niet van achter naar voor met stoelen. Van voor naar achter, van links naar rechts. Mooi, man. Ik ben op mijn 15e de gym ingegaan. We gaan nu 4 keer per week naar de gym en rennen nu een RS6. Ja, man, en heb bijna de sleutel van mijn eigen huis. Living the groove. Jan, zo is het, man. Lekker fucking... Bro, die boys of iedereen die jou heeft gepest vroeger, die lacht... Die is gewoon, die moet zichzelf uitlachen, bro. Let's go, Jan. Ik ben trots op je kerel. Super, dankjewel. Ah, dit is, moet je eens even kijken. Het schreeuwt tegen die kerel Sven heel hard. Yo, Sven. Ah, hij zit al de hele tijd om me heen. Nee, rustig. Hey. Ja, Sven, hey, zet Sven. Hem eens even langs de kant. Volgens mij heb je een wok-status. Ja, dat wordt een wokkie. Ja. Hey, maar Sven. Wat? Ik hoor je niet. Nee, praat er niet, domme geit. Het is zo neus, hoor. Doet hij al de hele avond dit, even serieus. Wat een gek, man. Zullen we gewoon even plat rijden, dan leert hij daar wel van, denk ik. Mag van mij. Oh, dit? Holy shit, oh, dan ging het al bijna. Ja, een beetje hoofdpijn. Maar zo'n diesing is ook, hop. Oh, nee, lof naar Sven, als we hem. Nee, goed shit, man, goed shit. Aha. En waarom was je gisteren niet bij de training dan? Die was ziek. Ja, ik ben een beetje lekking. Ik ben heel vaak afwezig, zeg maar, overdag. Dus ik krijg amper mijn Discord mee. Ja, ik ben meer op de stad gefocust, weet je ook. Qua wat er moet gebeuren dan, ja, in de... Training kanaal. Ja, ik moet dat echt even inderdaad een beetje doen. Nou, gisteren, we staan met z'n allen staan op de jacht. We staan hem te verdedigen. Ja. Er komt een fucking boot aan met een turret achterop. Een boot ik met een turret? Dat... Ja. Maar die staat op de maaien. Ja, die staat op de maaien op ons. Fuck? Ja, man. Dat is ziek. Wat de hel? Dat erbij moet zijn. Maar... En het vliegtuig was er ook nog. Hebben jullie een beetje gehaald dan in die training of niet? Ja, zeker. Nice. Goed shit. Want de DSI, hè, wat is jouw kijk er een beetje op? Hoe vind jij dat het gaat? Ik vind het wel goed gaan op zich. Ja? Helaas, ja, ik heb gehoord inderdaad net, ja. Mm-hmm. Ja, oké, het ding is, ja... Oké, het is gewoon kut, maar ja, hij heeft wel gewoon een reden wat dat is logisch, weet je wel. Ik bedoel, ik weet niet hoe oud jij in je hoofd bent. Maar ik denk dat we... 17? Holy shit! Ik ben gewoon 4 jaar ouder, gast. Wat de hel? Nee, moet kunnen, moet kunnen. Ja, dat sowieso. Nee, maar kijk, wij hebben allebei dus die leeftijd dat we gewoon hier... Ja, veel kunnen zijn, weet je wel. Ja, op zijn leeftijd is dat natuurlijk wat anders alweer. Wat, hij is gewoon 2 keer zo oud als jij. Wat, holy shit! Nee, lof naar Sammy sowieso. Ik heb echt gelachen met die guy, jongen. Echt goud. Ik hoop dat hij misschien, als hij het een beetje rustiger heeft, dat hij misschien ooit weer terug zou komen. Maar ja, we weten het nooit meer natuurlijk. Mhm. Ja. Oh, dit. Fuck jou, ja, ik kende Sammy nog van mijn verleden in andere steden. Daar vond hij me niet zo aardig. Of vond hij jou niet zo aardig? Nee. Ik heb hem wel een paar keer gehostaged. Oh, ja. Weet je wat ik een keer heb gehad met Sammy?
Een vuurgevecht. Ik heb hem wel eens geschoten. Hij heeft mij ook geschoten, volgens mij. Ja, joh. Zo mooi. In de nacht een keer trek ik die deagle op hem. In Zuidervinna. Ja, ja, ja. Oh, wat dit? Ja, ja, ja. Dat was een mooie shit, hè. Ik trap toen even de regels. Trapte ik door meer dan man. Ja, wist ik veel. Ja, ja. Dat was zo'n rare situatie. Ja. Ja, man. Maar er mag wel even wat gebeuren vanavond. Ik weet niet. Wessel met een 3 zijn jouw legend voor racisten, 90k! Je gaat lekker, hopelijk binnenkort even de 1 mil aantikken. Bro, Wessel gaat... Oh, nee. Oh, en we staan wel weer rechtop. Oh, sorry, excuus. Wessel, dankjewel voor de crash. Nee, grapje, Wessel. Nou, gelukkig heb ik die helm ook nog om. Yo, man, dat ding knalt hem opeens over de kop. Wat de fuck? Zo, die kwark. Hey, Wessel, maatje. Ja, dat is beter. Ja, is een kraaknekje. Ja, dat is hem. Oef. Maar ik heb even... Sorry, ik heb de hik. Oh, wat kut. Oh, je jezus. Een glaasje water drinken. Mensen, super dankjewel voor de fucking ding. Helemaal naar boven kijken. Nemen. Och, even naar Quinty kijken, dan schrik ik me dood. Oh! Oh, volgens mij steek ik weg. Let's go. Dankjewel, Quinty. Ja, nee, Quinty helpt me altijd daarmee. Alright, let's go. Volgens mij steek ik letterlijk weg. Hallo, goedavond. Wat heb je allemaal? Ik heb de X7, man. Die is vet, hoor. En de R6 nog. Ik heb het serieus de hik niet meer. Quinty, hoe de fuck doe jij dat? Jongens, als je de hik hebt, even bij Quinty wezen. Ja, toch. Hey, met de fucking 607. Ja, vandaag gister, is er bij mijn teammaat met hockey. Ik heb gisteren Brabus gekocht en een range. Oeh, wacht. Maar ik heb wel. Nog 9 toch. 9? Oei, joh, wat de hel. Ja. Wat? 7 tanden uit de Ik zit even te kijken, misschien nog een derde, maar die mag dan geen lampje. Eigen schuld. Ik hoop dat hij in het kunstgebied ooit moet, man. Die kerel die dat zegt. Eigen schuld. The fuck? Hebben we het hele tijd... Is dat het? Nee, toch. Is dat de reden waarom we... Nee, toch? Ja, kijk, het ding is, ik kan daar gewoon niet continu iets aan doen, snap je? Kijk, er zijn gewoon rotte appels in elke stad, maar ja... Nick Kennedy, Wat ik op jouw promotie een keertje dan? Ja, collega, het is dat jij nu zegt, wacht eens even, collega. Ja, jij gaat natuurlijk niet zeggen wie je bent, maar ben jij niet, zeg maar, wie ik denk dat je bent? Ik weet niet wie... Leiding Daisy, sorry, zat iets in mijn hoofd. Nee, dat ben ik niet. Dat dacht ik. Ja, dat is Sami, toch? Of Sammy? Sami, hoe spreek... Weet ik niet, man. Oh nee, je mag het niet zeggen, natuurlijk. Ik weet niet wie de leiding is. Ik spreek er niet zo vaak. Oh, ja, je zit gewoon vanuit de hemel, kom je hier gepoept op deze functie, zeg maar. Ja, ik ben nu ANO4. Je bent gewoon hoger dan mij. Ja. Ja, ik was... Let's go, Hein! Ik had ontslag genomen vandaag hier, dus ja, dan moest ik even gereset worden. Ja, daar ga je. Ja, lekking. Er zijn 2 ANO4's, maar eentje gaat volgens mij nog weg. Oh, what the fuck? Heel goed eten hadden, hoor. Ja, ik moet nog even die promotieopdracht maar een keer gaan fixen. Zo'n powerpointje even leveren. Ik heb nog heel veel eten, wat doe ik nou moeilijk hier? Ja, dat zijn weinig schietmeldingen, man. Verdomme. Nee, arme Quinty. Ik zit Quinty altijd in meme. Maar ja, Quinty, ik heb dus gehoord dat hij waarschijnlijk weggaat. Wie gaat weg? Die promotieopdrachten. Ja? Ja. Ja, kijk, wat, ik zelf... Dat doe mee. Ja, ik zelf... Ik vind het... Voor mij is het onmogelijk om te doen. Want... Kijk, ja, nee, ik vind het wel vet en leuk, maar ik kan gewoon niet de tijd vinden. Ik ben... Ja... Mm-hmm. Tuurlijk, iedereen kan maar even een half uurtje van zijn dag pakken. Milan, tegen de 5 man. Yo, bro, alles goed. Milan, let's go. Jongens, als ik het hard schreeuw, dan zeg ik... Ja, dan omdat dan ook nog in de avond gaan we doen. Want wat is de reden dat het een beetje afgeschaft wordt, of is dat een beetje privé? Ja, ik weet niet. Ik weet niet of het waar is ook, hè, maar ik heb gehoord dat er wat gedoe was over. Let's go, maatje. Van een paar mensen die waren doorgeschoven ineens naar een leidinggevende functie zonder een opdracht. Ja. En dan heb je mensen die nog een hele opdracht moeten doen en niet een rang omhoog kunnen daardoor. Ja, oké. En de persoon die eigenlijk altijd de opdrachten maakte, die is ook weg. Oh, dus er is nu niemand die helpt met de opdrachten. Hey, Christian, wat... Er zijn mensen gepromoot zonder een opdracht te doen, wat heel oneerlijk is voor de mensen die al eerder waren gepromoot die het nog wel moeten. Oké, joh. Dus, ja. Ja, Chris, ik hoop echt dat het ooit weer kan. Maar ik weet niet of het klopt, ik heb het alleen gehoord. Is dit een eerste parkeerplaats hier, of zit hij er altijd al? Ja, dat is een car dealer daar. Wat is? Ja, dat is sick, ouwe. What the fuck? Oh, deze auto is een beetje raar. Ik kan niet eens allemaal velgen kiezen. Deze moeten we even aanpakken. Oh, ik...
Zo, collega, het klinkt zo cringe, ja, maar ik heb zo spierpijn in mijn reet. Ik moet heel even één keer gaan staan, hoor. Ik moet even rekken. Ja. Oh, dat is echt niet normaal. Ja, je moet gewoon in je hoofd zo'n beel halen die hier omhoog. Is zo, wacht, ik moet heel even... Wacht, dit is echt... Ik loop echt niet te kloten. Ik moet echt even... Oh, dit gaat zo kut voelen. Even doorheen bijten, nee, je bent geen pushy. Ik ben één. Hey, Jutsa! Oh, mijn god. Het is echt mijn stuitje, bro. Oh, fuck, man. Even lopen. Oh man, het komt omdat ik zo zit op die fucking stoel. Daardoor wordt het erger. Ik ga op mijn been zetten. Meneer Kip, ja, jullie vertrouwen niet, maar... Oh man. Waarom zou ik dat fucking... Oh. Moet je checken, man. Waarom zou ik dat nep doen, bro? Dat is fucking random. Ga je bericht? Het is gewoon echt een checken, steek man. Op mijn stuitje gewoon, man. Oké. Eenheid kunnen aankoppelen met de achtervolging. Oké, nu zit ik goed. Oh, duurt even. Wheelie, maar dan zijn we even die 500, Wheelie, bro. What the fuck? 500 rond, mannen. Deze voor alle support vandaag. Super, dankjewel, Wheelie, voor die 7, bro. Je rond het gewoon echt. Oh, ik zit... Oké, nice. Besef als je weet... Aan vier, kom eens uit. Quinty, misschien heb ik wel iets anders gedaan. Dat is een grapje. Kun je er komen? Nou, natuurlijk. Ik ben momenteel gekomen met Aan 5. Maar ik kan nog wel mee. Hi, let's go. Ah, Willy, wil je alsjeblieft niet, hoe zeg je dat? Oh, Quinty moet altijd weer zuur praten over mij, hè. Quinty is echt zo'n, hoe ga je dat, zo'n jade Anna gewoon. Weet je wel, beetje dat... Oh, Dylan, je bent een... Nee, snap je wat ik bedoel, jongens? Jullie hebben mijn back even nodig. Ik moet even tegen allemaal opstand komen tegen Quinty, man. Ja. Hoe heet dat ook weer? Dat je een beetje zo'n... Spierpijn weg? Zo, het is echt... Ik voel me zo mogol, hè. Het is niet normaal. Ja. Ik sta op en het lukt gewoon niet. Het is echt niet te geloven. Het ziet er zo cringe uit. Godver... Ja, ik train benen, man. Nee, daar moet ik echt mee stoppen. Ik zweer het. Oh. Dat squat heeft me genekt, bro, de laatste dagen. Nee, dat is echt zo, Quinty. Quinty heeft altijd een beetje zo van... Yes, ik weet niet of je meegekregen, Xeno 1 komt ook... Oh ja, nee, dat is helemaal goed. Xeno 1. Ja. Wacht eens even, Xeno 1? Xeno 1? Dat is... Is dat een nieuwe Xeno 1 nu, of niet? Nee, die is echt al heel... Xeno... Dat is toch... Erik. Sorry, het staat iets vast. Xeno 1 is echt al is dat een Erik? Behoorlijke tijd. James! Wie is de Xeno 1 ook weer? Hè? Dit is vast pijnlijk als je dit straks Ik heb James zo lang niet meer gesproken. Hij is meteen weer. Reunited. Ja, man, dit is echt oprecht heel lang geleden, ik zweer het. James, wie is James ook weer? Kutzooi. Maar hij is echt al zo lang Xeno 1. Ja, ik weet het inderdaad. Wacht eens even. Is dit is er iemand met de M of niet? Ik ga het zo meteen wel wat vragen. Sami, is dat Sami? Is dat Sami, ja? Holy fuck, ouwe. Ja? Oké, het is dat jullie het zeggen, jongens. Sami, oké. Nou, daar hoor ik hem al. Dat is onze leider. We rennen nu 8 HB. Ik kwam helemaal vanuit Sandy. Ah, ik heb de puzzel opgelost. Ja. Yeah. Ik heb de puzzel opgelost, ik hoor zijn stemmetje. Ewa, James, what's up? Hey, collega, ik ga wel even eerlijk zijn. Ik was even vergeten wie jij was, maar ik hoor jouw stem. Ik denk van, je kent me weer. Ja, want kijk, het ding is, een collega die al hierin zat, ik dacht eerst dat hij jou was. Ja, maar... Mijn stem is misschien wat hoger, maar zo hoog ook weer niet. Nou, hè? Bijna hetzelfde nu met de prop erin van collega. Nee, niet gek. Ja. Nee, we moeten even een keer wat vaker op de thee gaan of zo. Hoe lang is het geleden dat wij hebben gekoppeld dan? Ja, lang geleden. Ja, man. Ik moet wat vaker koppelen, man. Zo. Ik heb dat zo erg dat ik dan... Ik ben zo vergeetachtig sowieso, hè. Ja, dan dacht ik... Ik dacht, Xeno 1, hè? Ja, ik moest even weer de puzzel omleggen. Maar oké, is gelukt. Ah, let's go, man. Mooi zo. Er zijn weinig vandaag. Holy shit. Zo, dat was lekker diep, jongen. Ja, dat precies het. Dat klinkt meer als mijn stem. Zo! Ik word er
bloednat van, hè? Ik zweer het. God, nou die ik moet dat ook even samen. Fixen, jongens. Zo'n proppie. Daar zijn we. Ja, toch. Samen. Samen. Je ziet het, we samen. Niemand heeft toch een prop in de keel, dus... Ja, ik heb wel iets anders, hè? Ja, ik wou dat zeggen. Ingepropt. In de keel. Nee, kut. Ah, meneer Kippie. Oh, jongens. Nou, kut niet. Nee, zag er maar een keer een. Help je? Hey, maar ja, James, hoe oud ben jij in je hoofd dan? Ja, ik ben 17, man. What the fuck? Hé? Hey? Ik ben over een maandje word ik eindelijk de Big 18. Oh, dik. Wat zeg, we zitten gewoon met de brugklas in de X7, hé. Ah, ja. Wat hoor ik. Ah, ik zit wel op de school waar brugklas wordt gefilmd. Dus, weird flex, met ook. Nice, man. Het zijn geen flex, maar... Ja, jij zit sowieso dan in een van de afleveringen. De brugklas, hè. Ja, maar hoe gaat dat dan? Hoe filmen ze dat? Dat zijn gewoon acteurs. Niemand daarvan zit echt op onze school. Oh, ja, maar ik bedoel, hoe filmen ze dat ja. in de zin van... In de zomervakantie. Dat is de tactic. Yo, maar het is serieus echt leuk. Misschien een goed idee om mensen te catchen die aan het verkopen witwas aan de deur. Ja, we moeten inderdaad een beetje gaan kijken. Maar ik weet niet of wij dat mogen, man. Goeie shit, man. Joep, thank for the fucking love, man. Oké. Dus we moeten even een keer zomervakantie even daarheen gaan met z'n allen. Kunnen we even meedoen. Gaan ze zijn brugger tegen zo'n grote tas aan trappen, weet je wel. Dat is leuk, man. Hé, hey, Tas, je gaat met die bruggen ervan. Dat is zo mooi, hè? Oei, oei, oei. Ja, joh, we zien het nog steeds elke keer in elk nieuw jaar toch gekomen. Ja, man. Maar, lof van de bruggen, ja. Maar eigenlijk kunnen ze wel direct... we kunnen ze direct scouten voor een militaire opleiding. Die kunnen precies, al met dat gewicht sjouwen. Kogen weer het vestje aan, hoi. Zijn die keer al gewend. Oh, wat ben ik kut, hè? Ik weet dat de eerste keer die boeken moest opvangen. Zo, broer. Maar kijk, dat kluisje, hoor. Dat kluisje was top, maar wij hadden twee gebouwen. Dus ik moest van de ene naar de andere om de les. Dus ik kon die, boeken dus niet in de kluisje laten en dan af en toe pakken. Dan was je gewoon, daar had je gewoon geen tijd voor. Dat is toch echt heel kut. Ja, en een lappie, hè? Laptop erbij? Zo, man. En als het regende dan? Moest je gewoon... Ja, even gewoon op, door de regen heen en weer. Ja, man, wat een gezeik, bro. Ja, ik ben de laatste langs gereden met mijn auto. Ja, beetje reffen voor die deur, middelvingertje, hoi. Nee, lof hoor. Ja, wat een kutschool was dat, holy shit. Mainpark geen fijne herinneringen van die nee, school? Nee. Bro, ik zeg eerlijk, let op dit, is mijn grootste nachtmerrie ooit, hè. Ik moest ooit, wat is zo'n sportvak? Sport Plus heette dat, dus had je extra sport in een week of zo, weet ik het. Mm-hmm. Wij moesten om 8:30 in zo'n winter tijd, dus echt donker als ik weet niet wat buiten, dik zeik weer, moesten we om 8:30 bij een zwembad zijn. Dus ik was zwembad? Hele... Ja man, gewoon zwemmen, zo'n sport iets extra. Binnen zwembad neem ik aan. Ja. Okay, maar door die regen was ik dus zeiknat daar aangekomen. Ga je zwemmen? Nou, dan noodknop. Dus je hebt al zwemmen, je was wel aan het zwemmen. Ja, maar dan heb je dus gewoon helemaal natte kleding na het zwemmen, afdrogen. Dan kan je gewoon weer je natte kleding in de hele dag. God, voor wat een type. Dus je hebt gewoon de hele dag gezwommen daar. Ja, jij snapt hem. Ik zweer het. Wat weg naar huis, lekker zwemmen. Oké, laten we even op mijn oude school gooide iemand een tafel van de derde verdieping, toen was hij geschorst. Oh. YOLO, jeet! Ik heb een broodkrommel naar beneden gegooid, hoor. Oh, wat dit? Ik weet niet of jullie ooit zo'n video hebben gezien, die trap is hoog, jongen. Als zo'n ding ja, ik weet het niet meer goed, man. Is zo lang dat het gewoon echt snelheid opneemt, jongen. Oké. Ik denk dat het gewoon met 50 km per uur op je bakjes, joh. Allemaal E2's. Oh, je was er bang voor. Oh, joh. Weet ik nog wat. Of schietje. I'm rolling. Zitten hier lampjes op, of niet? Ja, zeker. Voordat we zo meteen een achtervolging hebben. Ja, inderdaad. Dat is vlots. Waarschijnlijk zijn ze al weg. Collega. Wat gebeurt hier dan? Ik op radio. Wat is hier gaande, collega's? Gele Audi RS6. Collega dood. Thuis staan met een mes. Met een mes. Gele Audi RS6. Gele Audi RS6. 3033 voor alle. Laat hem ook nog RS6. Gaan om een gele RS6. Zullen wij ook even naar een RS6 overschakelen? Of een andere snelle? Hebben jullie een snelle auto met lampjes? Ja, ik heb een Brabus Ja. Ah, ik kan snel zo. Ja, hoe hard gaat die? Oh, dat is prima. Laten we die pakken. Dat is goed. Geen RS6. Dit is zo'n sneaky route, hè. Oh, echt een stuk. Nee, ja, die ken je nog wel, hè. Ja. Alright. Let's go, jongens.
Hoppa, kijk eens. Alright, gele Audi RS6, hè? Actie, man. Let's go. Waar is je geld heen? Die heb ik opgegokt, man. Nee, zo'n grapje. Huh? Dit is toch de Brabus? Dit is tien keer chilling. Ja, dat bedoel ik. Oh, deze bedoel je. Ja, dit is een prachtig ding. Elroy met een 5. Oh, meneer Kippie, je donogeluid is echt goud. Lof jou, Elroy, maatje. Shout-out. Ik moet alleen maar aan een andere Elroy denken als ik hem daarna aan Elroy zie. Bro, dat Wayo is zo mooi, maar als ik die ga doen... Daar hebben we hem! Hier, kijk eens. Dit is hem, man. Dit is aan Daisy. Geen bericht. De gele R6 rijdt vanaf golfbaan. Ja, positief, je zit daar al achter. Zullen we dat auto kunnen aankoppelen? Oké, dat is een inbox eigenlijk. Oh mijn god, wat een timing. Die andere collega's moeten ook even aankoppelen. Mm-hmm, want we kunnen niet in ons eentje... Voor jou over de B, de C01, de A04, wat de A05. Wat een vette auto is dit, hè? Alright. Hij voelt erbij wel hangen. Op dit moment rijden we langs de golfbaan richting de begraafplaats. Hij gaat ons wel door hebben zo, man. Onbekant begraafplaats. Ja, klopt. We moeten even snel één aankoppelen. Het voelt dat hij ons al door heeft. Ja, hij heeft ons al door. Hij gaat hier... Hij called Porto niet. Zullen wij nou even achtervolgen? Ja, ja, A6. Hebben jullie het zicht? U kunt hem ook aan de kant zetten, meneer. Hij gaat doorrijden, let op. Kom maar even. Yes, hand omhoog. Uit het voertuig. Blijven staan. Motor. Hey, Brie. Op je knieën. Hebben jullie nog een SIF nodig? Ja, even dubbelchecken. Zit er nog iemand in? Nee, hè? Oké, nice. Die motor. Reed daar wel een motor, of het is Svennetje weer. Is er hier nog extra eenheid nodig? Kan ik je nee, ik heb hier een betere geveer uitgevoerd, die is nu voltooid. Oh, dank je. Kut, hier heb ik geen headglitch, of wel? Ja. Ook een speedbang. Ziet zo random uit. Oh, het lijkt echt alsof ik een fucking staart gooi. Komt een motor aan, collega's, uit? Nou, hij rijdt dan gelijk weg. Zo met een tas op zijn rug ook. Ja, is vernomen. Ik kan openzetten, dat is wat makkelijker. Ja, het is wel open. Ja, ik heb geen... Je sleutels? Ja, in mijn rechterbroekzak. Even kijken. Groovebox shit, nice. Ja, die motor. Of het is Sven of het is een guy met een wapen, hoor, jongens. Ja. Ja, er zit ook niks in, collega. Heb je de glovebox gecheckt? Ja, positief. Top, dan ja, meneer, dan bent u weer... Hij heeft niks! Nee. Hij heeft toch letterlijk net iemand neergestoken? Deze man legt echt snel zijn scheis weg, man. Ja, GG's. Oké, okay, man. Man heeft niks. Ik heb het, denk. Oh, deze is fucking fris, man. Deze Brabus. Oh, de. Waarom ik ga stuk, jongen? Slesmi heeft natte droom over mod zijn, wat zie ik? Bro, imagine, hè. Natte droompje. Hebben jullie dit al gehad? Die motor, hè? Ja, het kan ook die Sven weer zijn, maar ik weet niet zeker. Ja, ik denk het wel. Hij heeft wel zo'n tas. Sven, pas nou op. Kijk, dit is wel het ding, man. Kijk, als je dan streams naar dit... Nu weten wij niet op wie het is. Ja. Check dashboard. Zijn, hebben ze al gedaan, jongens. Hebben ze al gedaan. Ja, dat is ook goed. Tim, ik ga volgend jaar naar brugklasse, hè. Super cool. Oh, dee, Jappie. Oh, dee. Dat was ook allemaal weer in de goede... En mijn net place, maar mij gaat goed, jongen. Gaat het ook goed met jou, kerel? Let's go. Veel te weinig ambus. Ja, ik weet het, jongens. Ja, ambu is gewoon niet echt een... Daar gaan we wel naar kijken hoor, of we de ambi-job wat interessanter kunnen maken. Want in elke stad is het eigenlijk, ja, een beetje de minst aantrekkelijke job die je kan doen, snap je? Hé, hey, collega, verkoop jij dit ding? Momenteel niet. Ja, ik heb hem gisteren gekocht. Is die fully? Ja, ex-ophanging en band, zo. Zitten hier lampjes op? Ah, ja. Een RS6 met lampjes, hoe klinkt dat? Nee, man, ik heb eerder RS6 gehad, die heb ik weer verkocht. Die heb ik. Ja, deze is wel lijp, man. Deze is wel lijp. Oh, die heb jij natuurlijk gekocht, dat is waar ook. Wat? Jouw RS6? Hij heeft mijn RS6 gekocht. Heb ik jouw ne? Nee, ik heb die van Chris. Nee, de C01 heeft mij. Oh, C01. Ah, op die fiets. Wat gaan wij doen? We gaan hem even zwart maken. Ja, is goed. Ik vind de kleur wel vet eigenlijk ook. Dat ga ik wel onthouden. Zo, goedemorgen. Zo, mooie vissen, man, in de zee onder ons. Lijp, gekke shit. Wacht even hoor, ik pak even een hengeltje hoor, geef me een seconde. Hey, je doet wel heel ruim de vis ofzo als je het zo bekijkt. Even kijken hoor, geef me een seconde hoor, even zoeken in mijn vest. Ziet ik gewoon allemaal
allemaal sparen hier. Hoppa, hoi. Kijk hem. Sorry hoor jongens, even een hengeltje uitgooien. Is de auto klaar? Volgens mij heb je er eentje hoor. Oh kijk, ik heb even een snoek meegenomen jongens. Hup, helemaal goed. Haal hem omhoog. Hey, tot ziens hè, hoi. Ja, dat is een beetje gokken waar je moet rijden nu. Hey, chocopop, meneer, zeg, morgen weer naar school, na 3 weken vakantie. Ei, nou, die is zuur, chocopop. Kereltje. Waarom zeg ik kereltje? What the fuck zeg ik kereltje? Maar, chocopop, succes morgen met school, kerel. Super dope dat je er even bij was, maatje. Ja, school na 3 weken vakantie. Oh, kut, ouwe. Snoek in de zee, GG. Sorry, Jappie, de viskenner. Jappie, jij zoent met vissen, kan niet anders. Deze man, hè? Dat gewoon. Dat is Jappie gewoon. Die zit gewoon even zo'n snoek even flink, even extra nat te maken of zo. Ik weet niet, zo glibberig. Zo'n glibberhaal. Vieze, vieze Jappie. Nee, grapje, Jappie, love. Ah, deze is ziek, man. Ah, deze was ziek inderdaad. I'm rolling. Je bitch doet vies in mijn woning. All game hard. Man zegt kerels, ja, Daan, ik weet het, man. Gaat de bodycam dan, Kerry? Gaat die een beetje lekker vandaag? Ja, die gaat een beetje lekker vandaag. Ik heb alleen fucking erge spierpijn in mijn reet, dus ik kan gewoon niet mijn stoel uitkomen. En elke keer als ik wil schreeuwen, want ja, ik schreeuw altijd als ik bijvoorbeeld een donor krijg. Bro, elke keer. Dan ga je springen op je bed. Nee, ja, dat lukt niet. Dat heb ik in het begin gedaan, maar dat lukt niet meer. Bro, ik zweer het, omdat ik zo lang zit. Elke keer als ik zeg maar een soort van kreungevoel doe, of dat zeg, weet je wel. Ik voel dat stuitje, gast. Ik heb zo'n spierpijn daar. Niet te geloven, man. Chris, niet gek doen. Dat als je Arja schreeuwt, man. Oh yeah! Ik weet niet wat jij... ja, ik ben wel vast aan het oefenen, voort. Nee, oh, heel raar. Hoi, nou. Robert met een 3 maatjes en 1 maatje. We zijn weer terug. Golf 6 heeft nu een Golf 7 Turbo erop heeft nu 470 pk. Heb je niet uitgehad dat je dan dat je bed vol opsprong en dat je hier opeens volle kramp krijgt in je benen? Zo! Hé, hey bro, let op dit. Let op dit. S'nachts, je gaat naar de wc. Je komt terug in je bed en je hebt zo'n gadverdamme kramp. Dat je gewoon moet... dat soort geluid. Ik zweer het. Ik heb zo erg tegen mezelf moeten praten. Jij gaat nu niet schreeuwen, want dan wordt iedereen wakker. Ja, dat was echt... Ik ben zo lekker ingegaan. Dat was zo kut gevoel. Maar je kan er ook niks aan doen of zo. In ieder geval, dat dacht ik. Ik heb wel geleerd gewoon een beetje voet op de grond een beetje stampen. Ja, nou het laatste wat ik denk is dat ik kan lopen nog, weet je wel. Dat is echt niet normaal. Hé, hey, Robert, 1003. Kom maar, 2 seconden. Ga ze door, maatje. En ga weer mijn moeder verwennen dit jaar. Dat klinkt heel fout, maar Robert, ik snap wat je bedoelt. Op vakantie, we are our blood brothers. Brothers for life. Ga ze door, maatje. En zal je... En je zal 1 mil halen. Robert, wij gaan natuurlijk, kijk, eerst gaan we natuurlijk die 250k aantikken, dat is een fucking niks. Eén, dat is gewoon 1/4 mil, hè jongens, insane. Dus we gaan ervoor, man, let's go, mannen. 12 uur. Dinsdag even een hele toetje maken en dan ben ik klaar. Even de brugglastas legen en zo. Ja, ik gooi even de ramen. Oh, even boekenkaften. Hé, ik heb trouwens de grootste W ooit, want jullie moeten nog kaften en shit, of doen jullie dat niet? Nee, maar ik zit niet eens op de middelbare. Oh, wat dan? MBO. Oh, ja. Bro, het is toch gaar dat je op middelbare school moet je kaft en shit. En op MBO boeit het gewoon helemaal niks. Dus ik heb alleen in de eerste en tweede gekaft. Bro, ik had een W. Op een gegeven moment mijn moeder kwam met dit. Met zo'n soort stofhoesje eromheen. Ja. Dat is echt top. Dat flik je eraf, kan je weer hergebruiken. Fucking mooi, ouwe. Hey, Stammer, dat is echt, yo, lof naar jou. Wel vragen, hoezo koppelt deze aan een mes en keep up the stream? Omdat een mes een collega heeft doodgestoken. Dat is de reden waarom we eraan koppelen. Want ik ook wel plaats vallen. Zullen we de chocomel even nak van Tessa of zo? We zijn 3 tegelijk, hoi. Laatste kan wel. Stand is vandaar, man. Dus omdat er een collega doodgestoken was, dat is de reden. Inderdaad, ja. En dan worden bijna vuurwapens gebruikt, man. Tik voor die fles op met de top open. Brugglas 1 keer voor de rest nooit weer. Brugglas was de shitste bureau ooit. Die rare kaft had zo ook zeker geen zin, hè. Was er volgende dag alweer af. Ja, Quinty. Nee, maar die hoest niet. Kijk, dat papier was echt bullshit. Want dat is helemaal een gefrummeld gezeik. Dan scheurt het weer, dan scheur ik weer iets. Nee, dat is een grapje. Ja, dat is gewoon allemaal... dat kaften was gewoon gaar. Zo, ik weet niet. Even slepen. Rolling. Ik ben even niet aanwezig, jongens. Nee, zijn we goed? 1-0-1, De lul. Oh, yo. Hey, collega, mag ik misschien even in dit wagentje rijden? Ik heb het nog niet echt. Tuurlijk. Ah, dat vind ik wel een nice ding. Ja, gewoon... Handjes. Genoeg nodig. Ja, is knallen, man. Dit ding is fucking grof. Dus
steentje pakken, Bob. Hij glipt wel een klein beetje, maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan... Oh, ja. En onze auto is ook natuurlijk een achterwiel aangedreven wagen. Mm-hmm. Met 800 pk. Ja, hij is lijnbaan. Ja, maar die hoes was weer te groot. Ja, die hoes was inderdaad iets te groot weer, Quinty. That's what she said trouwens. Maar, ja, dat klopt wel. Je hebt er een paar die net iets te klein waren. Waardoor die een beetje zo gebogen stond. Maar dat werkte wel. Dat had ik heel erg. Dus het zag er allemaal gewoon een beetje gaar uit. Maar ja, beter dan dat papier vond ik helemaal niks. Ik kon dat ook niet, dat vouwen en shit. Ik liet mijn moeder dat gewoon doen, je weet toch? Uh-huh. Ja, mijn moeder heeft me echt geholpen met alles gewoon. Oprecht. Zonder moeders, nee man, dan was ik niet goed op deze wereld gekomen. En dat is ook letterlijk zo, want ja, mijn moeder heeft me op deze wereld gekomen. Dat is jouw maatje weer. Ja, weet je wat, ik ben klaar mee. We gaan hem even schieten gewoon. Even kijken wat zijn probleem is. Yes, voor iedereen hier, er is een beetje weinig nood op, dus ik zou graag willen vragen of een paar mensen weer kunnen terugschalen richting de noodhulpfunctie. Oh, misschien is het even openstrek of... Ja, noodhulp... Ik zei dat we in de A20 schalen af gaan die statistiek. Jezus, schort. De sacrifice. Lang. Hey, Sven. Volgens mij moet jij nog even leren voor de toetsweek morgen. Dus ik heb morgen ook 3 herkansingen. Ja, dat dacht ik al. Dat voelde ik al aan mijn water. Dus wat is topspeed van dat ding eigenlijk? Ik ben wel benieuwd. 4:23, man. Net zo die golf van je zeker. Ja. Maar hey Sven, Hoe hard serieus? Maar waarom ging je achter mijn mattie aan? Dat is niet de bedoeling, hè? Welke mattie? Ik zeg niks, ik zwijg recht. Maar je weet dat was hij dus wel. Ja, dat was hij dus wel, hè? Aha, lekking. Nee Sven, hoi. Wat een gozer. Maar moeten wij nu overschakelen naar noodhulp dan? Nee, die anderen zijn weggegaan. Wij kunnen gewoon blijven. Okay. Ja, op een zondagavond is altijd op een gegeven moment... op zondag is... We hadden echt 500 man in de stad. Maar hoe later het wordt, hoe meer mensen natuurlijk morgen werk hebben en school. Ja, dan, dan knalt iedereen de stad er natuurlijk uit. Ik heb vandaag nog geen kogel gelost trouwens. Beter toch? Ja, die is gaat rennen. Huh? Ja, die is met een rennen, kun je wat los. Ja, dan moet toch gewoon... Ik weet niet man, ik heb nog geen enkele schietmelding gezien vandaag. Wel een noodknop. Ja, wel een noodknopje inderdaad. Zo, die remmen zijn wel nice, man. Ja, ik heb deze auto gemaakt. Hij trekt ook snel op. Ja, eerst was het echt één grootse flappy auto, man. Ja, ik heb even met een monteur gezegd. Ik zeg, yo, zo en zo moet hij gewoon rijden, punt. Nou, dan hebben we dat gedaan. Dan is dat ding gewoon echt weer top, gewoon. Goed. Maar dit ding is echt top, man, nu, jongens. 1300 fucking keis. Hoe de fuck zijn er nog zoveel man nu? Het is al 11 uur, jongens. What the fuck? Hebben jullie morgen niet iets? Ja, moet niet geven. Ja. Hier hebben we hem weer, hoor. Hoe kan dat ook besturen, man? Shit, hé. Die Sven zien we elke dag, man. Oh, dit. We hebben dus gewoon na 2 weken stage gelopen. Oeh, dat is wel even weer wennen, man. Geen zin. Ja, Pasio. Ja, ik snap het. Zo'n maandag is altijd toch weer even zo'n klap in je gezicht, weet je wel. Ja, ik vind maandag dus heel chill. Want ik ben gewoon, ja... Kijk, sowieso nog steeds lof naar iedereen die dat mogelijk maakt voor jullie. Dat ik gewoon morgen weer lekker kan gymmen. Gewoon chill. Gewoon lekker ook kan... Kijk, ik sta niet... Ja, laat voor jullie is het denk ik wel. Ik sta om 10:30 altijd op. En ik weet niet. Ik heb gewoon een heel stressloos dingetje. Dat is gewoon chill. Weekend wel. Nice, man. Goeie shit. Hey man, ik zeg eerlijk... Ik ga nog even beppen in de bodycam, maar dan ga ik lekker even een status tientje gooien. Dus ik zit alleen maar... Oké, man, het is een beetje rustig nu, dus... morgen komt er wel weer gedoe, 100%. Duidelijk. Nou, ik ga even janken met mijn spierpijn nog en dan... ik kom goed. Allright, nou heren, een fijne avond nog. Succes morgen met de brugklas en dan spreken we elkaar weer. Yo. Oh, kutje. Nee, we gaan nog even een beetje lullen over iets. Beetje lullen, beetje likken, beetje... Ach, ik ben zo kut, kind. Ik zweer het, hè. Oprecht, het is altijd zo. Nou, fijne avond nog, heren. Yo. I love. Oh, ik moet heel even naar achterleunen, jongens. Oh, ja, dit zit zo... Even nog een leuke TikTok. We hebben sowieso een leuke TikTok. Laat maar eens... Ik like altijd... Weet je hoe ik nu TikTok kijk?
op de wc gewoon puur van, joh, kan ik misschien een keer weer zo'n van die leuke TikToks laten zien op stream? Zo like ik mijn TikToks nu. Wie mooi wil zijn moet pijnlijn. Ah, nee! Ja, Chris, dus wanneer begin jij eraan? Grapje, Christof. Nee, Chris, Chris, man, ik mis jou gewoon, man. Gewoon dat gekloot in die auto, dat klinkt heel raar. Gewoon, ik vroeg altijd wat Chris ging eten, joh. Ik ga stik, joh. Chris is een mooie guy, joh. Ja, bloemkool. Even kijken, hebben we nog iets leuks? Even zien, wat is dit? I wish I could hang, guys, but I gotta go hit the books. Aww. Okay, let's hang. Yeah! zo random. The fuck? My heart hurts. What the fuck you doing? Sign language? Yeah, I know it. How do I say, hi, nice to meet you? Hi, this, and then this? Your fingers like this? Yeah. Me. My heart. What the fuck? So random, man. So random. Dude, if you think about it, life is like the color blue. Because without you, it's just blah. Die is zo leuk, die is zo leuk. Ah, leuk. Deze blijft zo mooi. Ik weet niet, vind deze zo grappig. Ja, even lekker zonnebankje gepakt. En die guy in de back die naar hem schreeuwt. Ook die chat, hè, hier. Er zegt iemand hier, Alex, je broer roept je op de achtergrond. Ik ga stuk. En je weet het, hè. We hadden natuurlijk weer even extra duur geparkeerd vandaag. We hebben er weer midden in de stad, hè. Midden in de stad. Je weet wat ik ermee doe, hè. Ik vreet ze allemaal op. Ik vind die zo goud, joh. Kijk, die oude meneer laten we even voor. En dan wordt hij aangereden. Hoe kan dat, bro? Hoe kan dat, joh? Ja, die is wel echt top. Die is wel echt top, al. Oh, yo. Discriminatielessie. Dat alles van binnen gelijk is. Het eitje. Hoppakee. In het pannetje. Oeh, schilletje erbij. Dan hebben we nog een bruin ei. Ho, fuck. Oh, wat een kut humor, hoor. Oh, deze, hoor. What is it? What is your costume? I'm gay. Ja, die is zo groot. Oi. Hey, Anofie met de 3 was een leuke dienstcollega. Hey, Anofie, bro. Let's go, man. Ja, goeie shit, man, boys. Goeie shit, man. Hey, super dank voor de 3. Oh, ik moet even weer... Ah, dit ziet er zo raar uit. Het lijkt net of ik een scheet laat of zo, maar... Oh, het is gewoon echt mijn... Oh, het is zo irritant, jongen. Oh, het ziet er gewoon raar uit. Ik voel me gewoon geen guy meer. Oh, the happiest place on earth. Excuse me, sir. Do you know if they have firewood here? Ja, deze is niet grappig. Even kijken. Ja, ik heb echt kut humor. Deze was ook zo random. Nee, dit is ook niet leuk. Ik zit even te kijken. Hebben we nog een leuke? Oh ja, deze. Spending time at the pool as a kid. Hadden jullie dat ook altijd zo'n strijd om zo'n mat? Dat daar altijd zo'n gang op die mat stond? En dat jij die mat wilde hebben, maar dat gewoon allemaal dat die helemaal in beslag was genomen. Helemaal kut gewoon was dat. Oh! Oh, yo! Wat een timing! Wat een timing van deze twee, jongen! Wat een timing! Hey, doneert ook een 301. Gisteren was een leuk dagje. RSS was een maat van mij. Je had wel de verkeerde. Hij had zijn porto uitgezet en ik dacht dat hij het was. Loop naar jou. En tot morgen, dan kunnen we weer even contact maken, Sven. Dus wanneer kunnen... Mag ik met jou meerijden? Ja, Sven, wanneer je aardig bent. Nee, Sven, het is voor mij heel lastig om... Hoe zeg je dat? Om mensen mee te rijden als ik DSI rij, man. Wat een kutzin was dat, Sven. Moet even kijken, maatje. Super, dankjewel voor de 3, bro. Sven, shout aan jou, maatje. Ik zie Quinty dat doen, 100%. Even zien, hebben we nog... Ja. Kijk, jongens. Zo streamde ik vroeger met 3000 abonnees. And we are live, man. We are live in the fucking motherfucking building. Motherfucking building? Dab. Dat is een dab. Wat zei je, Mike? Ja, ik... Hetzelfde als Jurassic. Dus, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3,
games voor jou. Dan kan je daar lekker op verder kijken. Komt er! Ja! Kijk dus als... ja. Niet op Timmy. Wat ziet dit dan games for real? 50.000 jongens! Oh yeah! Captain! Van de Jezus, wat ben ik gaar? Jappie. Holy shit, gasten. 50. Je was in mijn brugklasser. 50k. Nee, jawel. Nee, vierde. Ik zat hier in de vierde. Echt bedankt allemaal. Free Timmy. Love naar Timmy, jongens. 100. A streamer from the Netherlands has almost reached the 250. Ja, leuk. 100k, hè. 8000 live kijkers hadden we hier. Tum. Twee ton! Heb je die rast te weinig? Aan met deze man. Dan kan je daar lekker voor. Chapsel, hè? Maar ik ga langzaam gewoon naar een fucking auto sparen, man. En ik heb daar. We hebben gehaald. What the fuck, zo snel. Zo insane snel. Ik kom de dikke trof. Jongens. Ah, oh ja, dat is. Ja. Oké, ja. Ah, dat was goed. Ja. Oké, leuk. Wat is dit? Oh ja, dat is allemaal een beetje cringe. Dit was ook vet, man. Ik moet eigenlijk mijn cam even recht zetten, zo. Oh, dat is wel vet gemaakt. Ja, dat is wel vet. Even nog meer leuke dingetjes. Even kijken. Allemaal wakkie dingen. Oh, ik ken die setup, hè, van toen. Dit was mijn kamer vroeger, hè, boys. Gele of oranje. Geel, wat hou ik dit? Tony! Live kijkers op YouTube zullen nooit meer hetzelfde zijn als vroeger, bro. Tony, oh, daddy Fortnite fucking times, bro. Oh, dit? Ja, dat was echt gekke shit. Dikke fucking copyright, ja toch. Even kijken. Ja, die is leuk. Kijken. Karel! Is het Jappie? Oh, een snuffermuis. Ja, dit is een simp TikTok over mij. Ik moest hem ook gewoon liken, hè, omdat ik natuurlijk op mezelf simp. Maar dit was wel gewoon smooth. Deze blijft leuk. Dit is Quinty als ik Fortnite speel. Yes! Oh my god, I actually killed the guy at the end! I did it! Oh, I actually did it! Oh, yay! Oh, that's so exciting, isn't it? Let's go! Get the fuck out of my game! Die is mooi, man, die is mooi. Ja, gouden shit. Gouden shit, joh. Hoe kan dit? Hoe dan? Shut the fuck up! Turn around! Ah, leuk man, leuk. Altijd die. Nee. Oh, die was zo leuk, oh, die was zo leuk. Uit zijn pie om te zuigen. Wat een vraag. Doen? Ja, dan ben je wat? Dit is een reageren op een reageer. Oh, nee, een dan vraag. Ben je slecht vervriend. Dus eigenlijk, even simpel gezegd, je mattie wordt gestoken op zijn dik door een bij of wesp. Die is allergisch en gaat dood als die... Dus je moet zijn dik zuigen. Daar komt het op neer. What the fuck? Bro, hoe oud was hij? 2017, bro. Hoe kom ik dat over praten? Wat de hel? Het kijkt en het blijft tussen die vriend en mij. Zo... Oké, ik denk dat wij nu even... deze video niet moeten gaan afspelen. Ik heb het gevoel dat ik mezelf zo hard ga scheffen. Let op deze. Oh nee! Oh, ik ben zo bang om dit nu te kijken. We gaan het doen. Wacht, ik spoel mijn eentje terug. Geen grapjes. Wat zou ik doen? Poeh. Als niemand kijkt en het blijft tussen die vrienden en mij. Zo, wat een voice crack. Holy damn. Dan, ja, dan moet het dan maar, weet je. Oh. Dit is fucking leven, waarom zou je het niet doen? Dit was natuurlijk alweer de Q. Oh, die was zo mooi, hoor. Oh, dit? Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja. Klop, klop. Wie is daar? Onderbrekende zeehond.
On the bed. Oh! Ik heb me daar dood om gelachen, man. Die was zo mooi. Oh, onderbrekende zeehond. Ho! Oh! Ik was zo'n beest. Ik heb liever dat dan een kind, ik zweer het. 100. Oh, okay, ready? Mm-hmm. Catch it. If you don't catch it, don't get it. Well, oh, then we definitely catch it. Yeah. Okay, girls. If you don't catch it, you don't get it. Wat zegt hij, bro? Ja, dit was goud, hè? Dit muziekje hebben we gewoon zelf eronder geknald, hè? Ja. Ja, jongens. Rest de pepperonis. Kijk, wat is er nog meer van een leuke, man? We hebben sowieso... Ik heb nog een paar echt gouden. Zakkenbeuren. Got another shorty shit in like me. Yeah. Ik vond die, die stoelleuning was interessant. Ik weet niet, was gewoon, hoe zeg je dat? Ik wou gewoon weten welke auto ze hadden, man. Ik zeg eerlijk, dat was zoiets. Nice. Excuse me, what the actual fuck? Ik heb dit zo vaak gehad, hè. Dat ik gewoon een pinnenkaas in de koelkast wil zetten. Of check deze. Hey, dit zijn wij bij een instap, jongens, bij een grote bank. Go. 100, man. 100, bro. Ik zweer het. Dat gaat sowieso fout, jongen. 100%. Ja, goeie shit, man. Goeie shit. Nee, MLB, jongens. MLB. Deze blijft zo nice. Hoe verzin je dat, bro? Dat is zo mooi. Oh, goud, jongen. Even nog even leuk, hoor. Geeft jullie wel zo mooi. Even kijken, jongens. Even kijken. Wat is hier? Konijntje. Zou ik even de hele moed verpesten? Strontvlieg. Kutje, bev. Hondenneus. Zo, top. Heel de vibe weg. Let's go, jongens. Let's go, man. Right, man. Goeie shit, bro. What the fuck? Hebben we nog meer? Bro, ik zit echt allemaal onzin te liken ook. Hè. Ik vind dat zo mooi. Dit is allemaal een beetje die... Wat doet u eigenlijk tegen de luchtvervuiling? Ik doe altijd een parfumtje op. Hoe komt dit ook in je op, hè? Dat is zo mooi, ouwe. Even kijken. Nice. Yo! Even kijken. Ik zweer het, jongen. Waarom zie ik mij dat ook gewoon proberen? Of proberen te doen. Misschien, maar dit is allemaal een beetje... Ja, hoe zeg je dat? En niet echt boeiende TikToks, want hier zat ik nog niet op de wc echt... deze is wel mooi, man. Deze is wel mooi. Zij bellen die guy van dat busje hiervoor. De naam staat erop. Man heeft alles van Sjaar geleid. Ja, man. Hey Michel, zou je misschien even naar rechts willen? Go! Nou, dankjewel hè! Oh, yo. Dit is toch goud, joh! Hoe kan je dat ook verzinnen, man? Dat is toch goeie? Ook dat die guy zegt, yo, film dit even, dit is lachen, weet je wat ze dan doen. Deze moet het doen, ik zweer het, deze moet het doen. Waarom doet hij het niet? Doe het! Ja! Sorry! Oh, dit is zo'n meme bij onze vriendengroep geworden, hoor. Waarom doen ze het soms niet? Sorry! NID! Bet I can make you laugh. 3, 2, 1. What the? Now look down, look down. Look at his eyes, Zo random dit ook, what the fuck? What the fuck? Misschien hebben we nog meer leuke dingetjes. Deze is echt top. Deze is echt top. I've only got one dart. I live back in the woods. And I missed. Hoe dan? Deze is echt... Die heeft mij ook laten janken. Ik zweer het, bro. Wat een random guy was dat, ouwe. Dat was echt goud. I only have one dart.
And I missed. Oh, mooi ouwe fucking goud. What up, dog? I'm the alpha. So you better watch out. Bitch, I don't even want you, man, but I can't prepare. Come on, come on, would you? Tom versta, hoor. Okay, last one. Just grab it from the front, sit down, and get on it like a saddle. Yes, I know that that's not. Hey, the doctor said you were having pain? Yes. Where's your pain at? My dick. Just grab it from the front, sit down, Yeah. Mijn kitty boy, hoor. Sweet, hoor. Die zo. My dick. Ook dat hij gelijk zo afkut daar, hè? Huh? Oeh. Oh. Ja, ik vind dat grappig. Ik heb echt, dat is echt gewoon leuk. Gewoon. Ja, ik weet niet, man. Dat is gewoon mooi. Goeie shows. Oh, jongens, dat was mooi. Ja. My dick. Ja, mooi, man. Dames en heren. Jongens, meiden. Ik train dus nu maar aanvoelen. Ja. Ik ga zo meteen weer even aan de auto's verder. Daarna ga ik even douchen. Ik moet even morgen... vroeg niet. Redelijk op tijd wel uit. Ik moet gewoon fris zijn. Fris en fruitig. En... Dat was een kotsboertje. Ik heb lekker een kwarkje op. Ik heb lekker gechilled. Tom, what's up, neef? Tom, let's go. Oh, kijk die arm, bro. What the fuck? What the hell, man? What the hell? Goeie shit, jongens. Mannen. En Quinty. Super dankjewel voor alle support. Jeremy, bro. Oh, 150. Dit speciale had je nog naar Jeremy. Sowieso, jongens. Thanks voor alle support, jongen. Dit was altijd weekwit. Dit was de laatste stream van deze week. Het is natuurlijk zondag, dus morgen, over letterlijk een half uurtje, is dan weer fucking maandag, jongens. Rest in peace, man. Rest in peace voor de maandag, jongens. Nee, man. Ik ben morgen gewoon weer bij. Hè, jongens, 7:30. Superdoos is jullie erbij zijn. Sowieso, hey, succes morgen als je naar school moet. Werk, noem het maar op. Het is weer maandag. Succes. En ik wens je nog een hele fijne avond. Wel trusten voor straks alvast. En spreek jullie morgen bij Groene Stream om 8 uur. 8 uur, wat lul ik?